Hey, ik heb heel veel reacties gelezen over dat jullie graag de... Ik gaf mijn kijkers 1 uur om meestal iets cools te bouwen in Minecraft. In 1 grote video willen zien. Dus bij deze een video van 3,5 uur. Klik nou eventjes op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer ook gewoon. Kijk, zoveel abonnees hebben we inmiddels. Maar jij gaat er nu even meer van maken. Veel plezier met het kijken naar deze lange video. Vandaag gaan deze 9 kijkers... een mega grote gevangenis bouwen. Ik ben namelijk aangehouden en zal hier dan ook vast komen te zitten. Kan ik ontsnappen uit deze gevangenis van mijn kijkers? Nu is de tijd om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Want anders komen mijn kijkers jou ook aanhouden en dan zit jij straks ook in de gevangenis. Jongens, welkom. Of eigenlijk moeten jullie welkom zeggen. Jullie zijn de bewakers en ik sta hierbij als een of andere, ja, gevangenen. Zijn jullie er klaar voor om met z'n allen een gevangenis te bouwen? Ja. Ja, zeker. Ja? Ja? Gaat het een mooie gevangenis worden? Ja. Sowieso. Hey, jongens, ik wens jullie veel succes. Hebben jullie al een reden waarom ik word aangehouden? Want jullie hebben gezegd dat ik aan word gehouden natuurlijk, maar weten jullie al waarom? Ik weet namelijk nog niet echt waarom. Naaktloperij. Naaktloperij. Kaasgestolen in de kaaswinkel. Kaasgestolen in de kaaswinkel. Weet je, bedenk nog even een goede reden waarom ik in jullie gevangenis moet zitten. En dan gaan jullie nu beginnen met het bouwen van jullie prachtige cellencomplex. Yay! Yes! Team. Hey. We gooien die walnut in de... Cel! Cel! Yes! Zoals je net in de mooie timelapse hebt gezien, staan wij hier in een... wat is het eigenlijk? Waar ben ik? Hallo, medewerker van, volgens mij, de kaaswinkel. Dat heeft u heel goed gezien hier bij kaas. Beste kwaliteit van alles. Oké, en waarom... Ik kom hier... dat klopt trouwens, dat ik hier wilde ik heen om kaas te kopen. Lekker. Ja. Wat voor kaas heb je? Nou, ik kan hier wel even kijken. Hier zit niks in. Ja, hier hebben wij ook niks, zeg maar. De kaas die is ook leeg. Ja, alles is leeg. En wat is dit voor kaasje dan? Oh nee, daar kom ik even heen, want hier moet je niet aan zitten. Hoezo dit niet? Dit is kaas, nou dat kan ik u vertellen, dit is kaas van de middelste eeuwen. Oh, de middelste eeuwen, duidelijk, ja. Daarom het is gewoon heel heilig, is heel veel geld waard. En? Ja, zijn we heel zuinig op. Als ik hier dus op... ik kan hem pakken. Maar ja, dat doen we, dat laat wat heb je in die achterste, daarboven? Ja, dan kan ik wel even kaasje pakken. Oh, de politie komt eraan! Nee! Ik heb iets gestolen, jongens. De kaasmedewerker. We zijn bijna bij de gevangenis. Oh, we zijn onderweg. Nee! Ik had nooit het kaasje moeten stelen. Haha, je verdiende loon voor stelen. Blijkbaar, ik had het kunnen weten, de kaasmedewerker... Oh, hallo. Hallo. De kaasmedewerker in de winkel daar, die had natuurlijk een bewakersoutfit aan. Dus ik had kunnen weten dat er iets stonk daar aan het zaakje. Dit is niet waar ik om vroeg gevraagd, zegt de kantinevrouw. Hè? Ik hoor iets in de kantine. Ik hoor de kantinevrouw praten. Bewaker, er is volgens mij ruzie in de kantine. Ja, moet je niet even kijken wat er gaande is? Nee. Oh, oké. Okay. Ik moet even koeken, dus als je me met rust kan laten. Oké, jongens, laten we even snel onderzoeken wat wij hier allemaal in mijn cel kunnen vinden. Dit is dus allemaal gebouwd net door iedereen. Ik zie nu al dat ik daar kan ik doorheen. Dat is een soort ventilatieschacht, maar daar kom ik natuurlijk niet bij. En hier is letterlijk gewoon een toilet. Oké, welke cel zit ik? Dat is cel 5. Dat daar is cel 6. Dus daar zit ik in... Dat kan ik niet lezen. Cel 4 of zo. Oh, hey, je hebt een medewerker. Hoezo rustig aan? Ik zit vast, wat wil je dat ik doe? Au. Ik kan toch letterlijk niks? Jullie hebben wapenstokken. Jullie hebben letterlijk Po als een medewerker van jullie gevangenis. Ik durf niks. Jij bent ook poep, trouwens. Goed zo, ja, duidelijk. Nu ga ik echt poepen. Kijk, ik ken Minecraft goed genoeg om te weten als ik hier zo doe. Dan gebeurt er dus helemaal niks. Oh, wacht, als ik zo ga. Oh nee, natuurlijk gebeurt er dan ook niks. Hieronder dan iets. Ah, kijk, daar is een shulkerbox. Wacht, niemand die het ziet? Kijk, de wakers zijn weg. Er is niks aan de hand hier hoor. Let niet op mij. Ik ben gewoon aan het poepen. Zo, oké. Ik heb een ladder, die kan ik hier natuurlijk op plaatsen, dat weet ik zeker. Dus kunnen wij nu? Kunnen we hierheen? Oeh, snel dicht. We hebben ze gaan toe, of niet? Oh, dan ben ik in de andere zak. Oké, nu moet ik oppassen dat ze het niet doorhebben dat ik ineens in deze cel zit. Maar wat kan ik hier doen? Hoe wil ik dit doen zonder dat ze door... Oh, ze gaan weg, of niet? Kijk, nee, dit is toch onmogelijk om te doen? Ik ga het gewoon doen. Wacht. Ik vermom me, wacht. Head off. Zo, nu hebben ze het niet door. Hallo? Jij bent zeker nieuw hier. Ja, ik zit vast voor niet kaas stelen, voor ham stelen in de hamwinkel. Ja, het is wat. Ja, die man hier naast zit te poepen, ik zou daar maar even kijken. Dankjewel. Oh, ik ruik het, ja.
Ik ruik het. Oké, laten we even snel kijken wat we hier kunnen. Hoe kan ik hier ontsnappen? Ik zie daar letterlijk onder al een... mooie planten hier binnen. Prachtig. Mooi, hè? Ja. Ja. Maar als je met je tengeltjes ervan af kan blijven, dan blijft hij nog heel een beetje. Ja, ik hoor alleen maar ruiken, hoor. Geen zorgen. Oh, lekker. Oké, ik weet, hoe kan ik hier ontsnappen? Wat is hier te doen? Een deur? Daar kan ik onder, maar ik kan er ook weer niet onder. Vind je een beetje op daar? Ja! Het stinkt wel, het zit verstopt! Oeh! Wat is dit? Er gebeurt hier niet. Kan ik hieronder? Oh, hier kon ik me in verstoppen desnoods. Maar ja, boeien. Dat maakt niet uit. Ik snap niet helemaal hoe ik... Wacht, misschien... Ik kan hier niks doen. Of zit daar een knopje of zo onder verstopt? Oh, een shulkerbox of niet? Is dat een shulkerbox? Nee, dat is geen shulkerbox. Ahem! Ja! Wat ben jij daar aan het doen? Nog steeds, het is de plant ruiken. Let niet op mij, hoor. Ik ben gewoon lekker even aan het ruiken. Oké, dan. Volgens mij hoorde ik gerommel hiernaast. Volgens mij wil die man iets doen. Oeh. Kijk jongens, ik heb de knop gevonden. Of niet, wat is dat? Het lijkt op een knop, maar het is geen knop. Het is helemaal geen knop. Er zit niks! Meneer, het stinkt hier een beetje. Het ruikt hier een beetje. Ik weet niet wat hij er allemaal aan het doen is, maar... Ja. Gaat het helemaal goed? Oh, wacht. Kijk, zit daar. Wat is dat? Oh, gescheurd steenbreker. Oké, dus er is ergens gescheurd steen en dat kan ik breken. Ah, daar! Ja, maar hallo! Dan moet ik het... Oh, ze gaan nu naar boven. Dit is het moment. Dit is de enige kans die ik heb. Oh. Oké, en waar kan ik dan heen? Ik wil even kijken bij die guy op de wc. Oh nee. Ik ren maar gewoon. De camera staat daar. Meneer. Oh, ik doe gewoon als een klauw ben gevallen. Ik ga in deze cel zitten. Meneer. Ik ga even snel in deze cel zitten. Verrekt, hij is weg. Hij is weg. Hij is ontsnapt. Ze hebben me door, jongens. Waar zou hij zitten? Oh nee. Deze persoon is ook weg. Wacht, ik ga snel mijn skin weer goed zetten. Hij is uitgebroken. Ik ben niet uitgebroken, ik zit hier nog vast in deze cel. Maar waar moet ik heen? Wat is dat? Wat staat daar? Douches. Oké, we gaan naar de douches, jongens. Kijk, zit er mijn kant op? Nee, snel naar de douches. Ik ga in alle cellen checken. We gaan naar de douches. Weg hier. Oké, we zijn in de douches aangekomen. Er is een knop, die ga ik gelijk inklikken. Doet niks, maar maakt niet uit. Want ik stink toch niet, want het poep was nep. Het was gewoon een nep verhaal, jongens. Ik wist niet of jullie het door hadden, maar ik moest niet echt poepen. Oh, hij deed de deur gewoon dicht. Oh, ik ben blij mee. Oké, de douches kan ik dus niks. Er is hier helemaal niks voor mij om te doen. Dit is gewoon een goede ruimte om even te staan. Maar die guards staan hier wel nog. Het is echt heel vervelend. Waar moet ik heen? De bedoeling is natuurlijk dat ik ontsnap. De kantine was natuurlijk ruzie. Dus als ze allebei naar boven gaan, dan ga ik voor rennen. Let op, hè. Kijk, ga ik onderstoom, want ik zie ze hier lopen. Dan ga ik onderstoom. Oh mijn god, ik moet snel zijn. Ik loop met hem mee, zonder dat hij het door heeft. Ah, pas op! Waar is de kantine? Ik wil hier weg! Ik ga wat eten halen. Oh, hij gaat naar de kantine. Ik ga hem volgen. Wat een goed moment dit. Eerst ga ik nog heel veel douchen. Hoezo ga je daar douchen? Dat zijn de gevangenen doucheplekken. Oh mijn god. Oké, wacht, let op, hè. Oh, hij is in de cel. Oké, dan ga ik hierheen naar links. Nee, dan gaan we naar rechts. Nee, dan ga ik naar boven. We gaan naar boven. Misschien dat ik daar iets kan doen. Heb ik hierboven iets te doen? Zijn hier andere gevangenen? Ik ben de enige. Oh, wacht, hier kan ik naar beneden. Oh, nee, hier kan ik niet naar beneden springen. Hebben ze over nagedacht. Slim. Oké, die een is douchen. En die ander is... Oh, die is ook bij de douches, toch? Of niet? Of komt hij er alweer uit? Nee, hij is ook bij de douches. Stop, dan heb ik even de tijd. Ah, hij komt eruit. Hij is eruit. Die plant ik ook, hè. Ik heb verdomd lekker gast. Kom. Die plant... Oh, ze hebben het over dat die plant lekker ruikt. Ze hebben ook niet eens door dat ik daar gehakt heb. Wat zijn dat voor sukkels? Ruikje. Slechte guard. Waar is de uitgang? Douches. Hier moet ik iets doen. Wat is dit? Kijk. Button is gesloopt. En ik heb er niks aan. Kom, we gaan even wat eten halen. Ja. Eten halen? Hoezo? Dacht is er niemand hier om te bewaken? Er is letterlijk iemand ontsnapt. Laten we ook die gevangenen gaan zoeken. Oh, kijk. Nou, alsof ze me hoorden. Cel 14. Hé! Hey! Dit is legit. Hier, wacht. Alleen, hoe kom ik hier op? Zo. Alleen, dit is dicht. Dus hier heb ik nog niets van. Dit is een ventilatieschacht. Ik ga gewoon elke cel onderzoeken. Want blijkbaar ben ik de enige gevangene. Er stelen niet zoveel mensen stelen kaas. Dus ik denk dat ik de enige gevangene ben. Of het is lunchtijd dat iedereen weg is. Maar ik ga gewoon even goed alles inspecteren. Want bij de douches had ik niks te doen. En in alle cellen heb ik al gekeken. En daar heb ik tot nu toe nog niet iets nuttigs gevonden. Hier kom ik niet in. Deze cel wel. We gaan gewoon overal waar we naar binnen kunnen gaan gewoon even kijken. Hey, hier is een barrel. Diamond lever. Oh, die kan ik op een diamond blok plaatsen. Maar dat is hier achter volgens mij pas. Nee. Dan moet ik eerst een iron lever hebben of zo. Gok ik. Of een iron button. Iets, dat is niet eens een ding, maar het klinkt logisch in mijn oren. Oh, wat is dit? Hier heeft al iemand naar beneden gegraven. Ik moest gewoon verder de cel in kijken. Deep slate breaker. Oké, hier is deep slate. Volgens mij is dit deep slate. Mijn Minecraft kenner zegt dat dit deep slate is. Dit was cobble deep slate. Maar ik plaats het terug. Ik weet niet of ik hier wat aan had. We plaatsen het terug. Oké, maar er is vast wel nog meer plekken waar ik deep slate kan hakken. Dus laten we gewoon nu nog een keer elke cel even bekijken. Of ik moest in de douches kijken. Deze heb ik al gehad, hè?
Ja, hier had ik mijn diamond lever gevonden. Oké, dan gaan we even in de douche kijken hoor, of we deep slate kunnen breken. Want ik kon daar maar één deep slate breken en daar had ik niet zoveel aan. Dus laten we even koekeloeren of hier iets van deep slate is. Nee, helemaal niks. Hè? Huh? Ik snap het niet. Oh, daar! Daar is deep slate. Ik zie het al. Ik heb het gespot. Ik hoop dat ik dit red met de durability, dat ik het niet verpest heb door... Volgens mij heb ik het verpest. Door die andere tak. Weet je, dan hakken we deze zo even met de hand, want dat is volgens mij niet de bedoeling. Dat ik die andere ook hakte daar beneden. Zo, kijk, dan komen we in deze cel aan. Hier heb ik dit nu kunnen slopen. En wat kan ik hier doen? Ik moest hier niet voor niks heen. Maar er is hier verder niet echt iets te doen of zo. Of ligt dat aan mij? Er is hier echt verder niks te doen. Ik moest hier in hakken en dan een hopper. Oh, er zit natuurlijk iets in een hopper. Ik ben echt een idioot. Een iron lever. Oké, de guards zijn nog steeds eventjes weg. Ik weet niet waar ze blijven, maar laten we zo snel mogelijk dit nu fixen. Die mag ik hier plaatsen. Diamond lever hier. Omhoog. Oh, dan gaat het stroom eraf. Omlaag. Oh, de elektriciteit is uit. De ventilatiezachten zijn geopend. Ga naar cel 14 om te ontsnappen. Cel 14 was hierboven. Ik weet het zeker. Cel 14. Ja, 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 ja. En ze zijn inderdaad geopend. Dan kan ik zo. Geen fout. Wacht even. Ook zo gewoon. Zo. Kom op. Kom op. Dit kan ik. Wees een goede Minecrafter, Max. Max, kom op. Kom op. Waarom lukt het niet? Oh, mijn god. Die sprong is niet te halen. Oh, mijn god. Oh, wacht, ik heb een idee. Wat nou als ik zo deze allemaal overhaal? Kijk, zo, zo, zo. En dan zo. Ja, kijk, wat ben ik een goede Minecrafter weer. Oké, dan gaan we via de ventilatieschachten gaan we verder proberen te ontsnappen. En ik zie Nametex daar al. Ik zie Riccio en Pampien. Zie ik daar heel druk de hele tijd al heen en weer bewegen. Oké, we komen hier bij buitenlucht aan. Ik zie daar de camera en ik zie hier... Oh, ze zijn aan het basketballen. Oh, hij dribbelt er weer uit. Ik zag het. Hij shockte me. We gingen al links, rechts. En hij heeft de wraak gewacht. We gaan even kijken naar de game. Kijk wat Riccio doet. Ja, die is een beetje gek aan het doen met die bal. Oh, 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 oh. Hij pakt hem. Oh, hey, hij heeft geraakt. Nice, leuk. Oké, laten wij door. Oké, ik moet niet trouwens te hard praten. Straks horen ze me. Maar ze zijn gewoon echt aan het basketballen met z'n tweeën. Heel leuk om te zien. Dat mensen toch nog gewoon lol hebben in de gevangenis. Weet je, het is niet één grote gevaarlijke plek. Is het wel? Geen aanrader. Ga niet naar de gevangenis, maar... Laten we doorgaan. Ik zie hier, waarom is dat blok anders daar? Oh, dat klinkt satisfying. Oké, okay, maar maakt niet uit. We gaan door. Dan komen we hier, komen. Waar komen we uit? Eén, de tweeën. Hmm. Oh, dat zijn hun. Het is raar dat die gevangenen allebei gewoon opeens weg zijn. Dit, Maar de plant hier ook wel lekker. We zijn de beste bewakers van heel de gevangenis. Hoe kunnen wij dit nou laten gebeuren? Dit. Onmogelijk. Ik sta letterlijk achter ze. Ze zijn helemaal niet goed. Hmm. Het zijn slechte bewakers. Maar ik ga lekker genieten van een stukje vlees. Ja. Ga ik ze afleiden? Wacht trouwens, ze hebben niet door dat ze... Ik heb van die skere gevangenisvoedsel. Hoe ga ik? Ik wil weg hier. Ik wil weg hier. Ik ben in de kantine blijkbaar, jongens. Laten we gewoon, zonder dat ze het doorhebben... Ja, wat ontsnap hier? Oh, ik kan naar buiten. Buitenplaats. Oké, okay, dan kan ik eventjes lucht tappen. Mag ik meedoen? Hallo. Ja, mag ik meedoen? Ik ben echt heel goed in basketbal. Nou, laat maar zien wat je kan. Oké, okay, wacht. 2 tegen 1. Is goed. Oké, okay, wacht, komt erop. Pak, 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 pak. Zak. Oh. Bijna. Ik wist ook nog. Kom dan, kom dan. Oh, je gooit over. Nee. Oh, je mist. Lekker voor je. Hier. Komt-ie, hè? Komt-ie. Zak. Zak. Die ding hangt te hoog. Het lukt niet. Hij hangt te hoog. Het is haalbaar. Nee. Hoe is het haalbaar dan? Moet je wel een hele stack armen. Mag ik ze proberen gewoon te gooien? Strafpunt, gewoon al een tijdje in de gevangenis zitten en heel goed zijn. Nou, laat het zien. Oh! Kijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ik laat jullie wel met rust. Doe jullie maar je ding verder. Okay. Gewoon, en ik ga lekker lunchen, oké? Okay? Is goed, doe dat. Eet smakelijk. Hey, de guards zijn weg. Oh, we hebben daar Luc. Hey, dat is de undercover... Uh-oh. Hij kijkt weer recht aan. Ik wacht nog heel eventjes. Waarom kijkt hij deze kant op? Weet je, doe wel, misschien heeft hij niet door dat ik de ontsnapte dinges ben. Ik ga gewoon even naar de kantinevrouw. Hallo. Oh. Pst, ik heb mijn speciale medicijn nodig. Ga je die voor mij vinden en droppen? Ja, gewoon dat kan ik. Gewoon heel veel honger, oké. Sorry? Ik heb heel veel honger. Je hebt heel veel honger, oké. Ik ga mijn medicijn halen. Oh, prima, ik ga je medicijn. Weet je waar ik dat kan vinden? Of? Nee, anders zou ik het toch zelf halen? Ja, ik ben een gevangen hier, hallo. Ik zit hier pas een dag, of niet eens een dag. Ik zit hier pas 10 minuten of zo. Dat is toch niet mijn probleem? Nee, ja, dit zijn jouw pillen. Dat is juist jouw probleem. Ik ga je pillen zoeken, komt goed. Ga kijken waar ik die kan vinden. Oké, laten we eerst even in de kantine kijken. Of ik daar misschien haar pillen kan vinden. Die zijn blijkbaar dus verloren gegaan, haar pillen. Misschien dat die... Deze plant ruikt ook wel lekker. Laten we wel oppassen voor die guards die daar staan, want dat zijn de guards...
Ik ben gewoon, het is een T-Rex. Ik sta stil en hij heeft... waarom gaat hij alweer eten? En waarom ziet hij mij niet? Die guards weten niet dat ik... Die denken gewoon dat ik hier voor lunchtijd ben. Daar hoef ik geen zorgen over te maken. Heb je wat eten voor mij? Wat zijn dit slechte guards? Ze hebben gewoon niet door dat ik lekker achterin loop. Oké, wacht. Laten we even... hey, jongens. Heeft iemand van jullie pillen gezien? Pillen? Ja. Ik heb er wel van gehoord. Ja, ik heb ook wel eens over pillen gehoord, maar heb je ze gezien? Ik niet. Maar ik weet wel dat de cafetaria-medewerker heel erg houdt van golden apples. Ik heb nog wel wat voor u. Golden apples? De bewaking hier is niet al te goed, hè? Of ligt het aan mij? Nee, klopt. Maar golden apples, waar had je het over? Ja. En? Waar kan ik die, weet je waar ik die kan vinden? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg trouwens pillen, maar het is gewoon een speciaal medicijn. Ik heb zelf verzonnen dat het pillen zijn. Golden apple? Je hebt erover gehoord, maar niet gezien. Nope. Oké, dan ga ik zelf even op onderzoek. Oké? Succes. Kom maar goed. Dankjewel. Die guards die heeft blijkbaar al vergeten dat ik ontsnappen ben, want hij kijkt me letterlijk in mijn ogen aan. Dus ik kan gewoon vrij rondlopen volgens mij hier. Maar laten we even kijken of wij iets over een golden apple kunnen vinden. En of we daar ook iets mee kunnen doen dan gelijk. Misschien is dat niet in de cafetaria, maar ergens anders. Hoe zijn ze alweer weg? Wat zijn ze snel met eten? Wacht even. Jongens, minimaal een kwartier wachten, anders krijg je last van je mild. Eerst je eten laten zakken. Dankjewel. Even kijken hoor. Nee, ik kan niks vinden. Ik heb onder elk tafeltje voor mijn gevoel gekeken. En achter elk dingetje ook. Dus misschien dat ik... Nou, laten we daar maar niet heen gaan. Daar zijn net te veel guards. Je enige indicatie waar ik het kan vinden. Is het in de kant... Nee, natuurlijk niet hè. Ik zeg toch, ik weet niet waar dat is. Okay, schiet nou eens op. Ja, ik ga het zoeken. Geen zorgen. Wacht, ik ga wel hierheen. Hallo, bewakers. Dag. Hallo. Hey, jij werkt ook in de kaaswinkel. Nou, ja, dat was maar eenmalig. Oh, was maar eenmalig. Wat kom jij hier doen? Ik wil graag even naar die andere kamer. Ik zou je eerst even moeten fouilleren voordat je hier doorheen praat, jongeman. Mag niet. Nee. Wat? Geen toegang. Zolang is de lunchtijd nog niet voorbij? Zolang jij bij jou zien. Kom jij hier niet langs? Mag niet. Dus, oh mijn god, ik zie echt iemand met een... Ik ga al! Geen zorgen! Je hoeft niet de riot gear erbij te halen. Maar goed, ik blijf wel hier. Meneer de bewaker, heeft u zin in een potje basketbal? Ja, maar kijk. Gaat ze basketbal? Oké, nee, maar... Kijk, dat ook. Het is geen eten dat ik ruik, hoor, maar... Oké, nou, kom, we gaan even lekker basketbal. Oh, wacht, misschien zijn de buiten wel... Ik heb buiten helemaal niet gezocht. Misschien is hier wel het speciale medicijn. Oh, nee. Mag wat? Niet. Ik mag toch naar buiten? Ja, ons boxteertje nu. Oh, jullie speelkwartiertje. Oké, ik ga al. Dit is nu privéterrein. Ik ga al. Oké, weet je, ik ga gewoon deze guards hier. Jongens, ik ben mijn gouden speelgoedknuffeltje verloren. Hebben jullie me ergens gezien? Nee. Ik heb zo uitzien dat ik weet waar je gouden knuffel speelgoed ding is. Ja, ik had een goud knuffel. Het was een, zeg maar, het leek op een appeltje. Maar ik vond ruiken naar een kaasje. Ik weet niet, hebben jullie die ergens gezien? En die kaas heb jij in je broekzak toch, of niet? Nee, dat wilde ik dus doen. Ik wilde hem pakken, maar dat werd ik aangehouden. Ja. Maar jullie hebben niet ergens mijn gouden knuffeltje gezien? Nee. En volgens mij heb ik hem daar achter gelaten. Nee, dat is niet mogelijk. Oh ja. Nee? Oh. Als het een stinkkaarsje is, vaak blijven de gevangenen wel uit de hoeken weg, omdat het daar erg stinkt. Ik zal even kijken. Nee, oké, dankjewel voor de tip. Oké. Ik ga even in de hoeken kijken, jongens. Hij zegt, daar blijven ze uit de hoeken weg, want daar stinkt het heel erg. Ik weet niet hoe die daar eigenlijk bij komt, maar laten we even in de hoeken kijken. Hallo, jongens. Godverdamme. Hallo. Wat is er? Oh. Ruik jij dat ook? Ik heb het gevonden. Wat heeft u gevonden, meneer? Mijn verstand. Ik zit hier al zo... Mijn verstand was ik eventjes verloren dat ik hier nu zat. Maar ik snap niet waarom. Dit is een... Mensen komen hier om te herstellen en niet om... gevangen te zitten. Ik snap hem. Dank jullie wel. Dat hebben jullie mij aangeleerd. Laten we weer terugzoeken naar die andere gevangenen. Volgens mij zag ik hem bij de douches. Naar het poepen stonkie. We gaan hem pakken. Pak hem dan. Oké, jongens. Ik heb hem gevonden. Laten we de speciaal medicijn... Jemig, wat heb ik daar lang over gedaan, hè? Nou, ik heb je speciale medicijn hoor, kantine vrouw. Alsjeblieft. Hier. Ga je snoepen. Gerust naar de opslagkamer. Jij mag hier nu naar achter. Ah, dat mag ik naar de opslagkamer. Ja, je moet even op mijn, je moet hier even op letten. Ik ga weg. Wat ga je doen? Ik heb pauze. Volgens mij is de gevangenisvrouw een beetje drugsverslaafd of zo. Ik weet het niet. Laat ik even gelijk kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Want ik ben nu blijkbaar hier de kantinevrouw. Even kijken wat ik allemaal kan vinden. Voor nuttigs hier. Elk kistje openen. Elke barrel openen. Die ik kan openen. Hieronder zit ook nog iets. Oh nee, is het niks. Ik heb een vraag. Ja? U heeft gezegd... je bent uw kantinevrouw of zo, weet je wel. Ja. Maar... U zei dat ze in douches waren, maar dat zijn ze niet. Ze zijn niet in douches. Oh, kan niet.
Ja, maar daar zag ik ze heen gaan. Dat kan toch ook naar een andere plek zijn gegaan? Ik bedoel, ik zag ze richting de douches lopen. Weet ik veel, ik ga ze niet stonken. Ik ga er niet achteraan. Mooi plafond, hè? Ja. Maar ik moet brood bakken, dankjewel. Oké, jongens, laten we even snel hierachter. Oh, wat is dit allemaal? Papier, kopwebs. Oh, nee. Oh, een boek. Tip, check alle kisten. Oké, dat gaan we zeker doen. Tip, ja, die tip heb je al gegeven. Night Vision Potion, die nemen we mee. Ik weet niet waar we die voor nodig gaan hebben, maar voor de zekerheid nemen we die mee. Check alle kisten. Firmed Spider Eye Melk. Ik denk dat ik iets moet gaan brewen, jongens. Dat ik een potion moet gaan maken. Redstone Dust, oké. Blaze Power, ja. Ik weet 100% zeker dat ik nu iets moet gaan brewen. Gaan brouwen, jongens. Gaan een brouwerij starten. Nog een keer Blaze Powder. Dat kan ik gebruiken voor de... De fuel is dat. Oké, ik heb alle kisten volgens mij gecheckt. Maar zitten er achter nog secret chests verder? Nee, hè? Nee, joh, dat zullen ze niet doen. Waarom zou je dat in de kantine doen? Oké, waar is de brewing stand? Hallo? Hallo? Jongeman. Welkom bij de kantine. Oh ja, je hebt dorke man. Ben je, hallo? Ja, dat heb ik zeker door. Ik ben niet zo dom. Ik heb dat gouden knuffel teddy ding, wat het ook was, niet kunnen vinden daarachter. Ja? Ja, nee. Niet. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben er al overheen. Oh, oké. Okay. Geen probleem. Nu dat je maar... hier staat eten, heb je eten voor mij? Ja, joh, tuurlijk. Hier, ik heb hier een koekje voor je. Ja, dankjewel. Geen probleem. Ik moet nu mijn vis roken, dus... Ja. Dag. Doei. Hier, jongens. Oké, maar wat kan ik hier ook weer mee maken? Ik weet sowieso, die moet hier. Dan die. Oh, wacht. Hier kan ik nog een splash potion. Hier kan ik hem langer van maken, volgens mij. Maar wacht, voordat we de redstone in doen. Laten we de spider eye erbij doen. Ik weet niet wat dat dan doet. Wat doet een fermented spider eye met een night vision potion? We gaan hem gewoon gelijk gebruiken. Ik bedoel, kan vast geen kwaad. Ik denk dat dat de bedoeling is. Die bosbest zit daar lekker gewoon een guard te zijn. Oké, dan wordt dit blijkbaar een invisibility. Oh, en dan kom ik door het apparaat heen waarschijnlijk. En dan nu maken we er... Dat die redstone maken volgens mij langer. Dan is hij niet voor 3 minuten, maar volgens mij voor 8 minuten of zo. En het melk is zodat ik mezelf weer kan genezen. Ik snap hem helemaal. Ik snap hem weer. Wat een goede Minecrafter ben ik ook. Laten we alsnog even elke keer hier zo meteen checken. Als deze klaar is. Maar dan kunnen we denk ik daar doorheen. Door die ruimte daar. Door die metaaldetector. Moet ik wel oppassen dat hij niet afgaat. Dus dan ga ik alle blokken ga ik vast hier achterlaten zo. Even kijken hoor. Ik ga alles even checken. Even goed voordat ik ga. Dan denk ik dat ik klaar ben in de kantine. Maar is dat zo? Ben ik hier klaar? Ben je klaar hè? Ja, tuurlijk ben ik hier klaar. Oké. Nou, dan gaan we. Wat is trouwens dit? Oh ja, daar moest ik het blok droppen. Dat was het natuurlijk gewoon. Oké, dan gaan we jongens. We gaan drinken. Gevangenen. Oh. Moeten meekomen naar uw cel. Is goed. Volg het maar. Door de metaaldetector. Oh jee. Oppelen. Ja. Hallo, ja, ik ga al. Wacht even, ik moet alleen even mijn laatste broodje pakken die ik achter heb gelaten. Oké, we gaan nu nemen. Oké, niemand die me door heeft, Nooit was er nooit van. Iemand zijn leven komt hier zonder permissie door, jongens. Niemand komt. We zijn de beste bewakers van heel deze gevangenis. Shh. Nooit. Nee, niet nou. Oké, het zal. Ik ben er doorheen gekomen. Oh, hij is klaar. Oh mijn god. Waarom is hij zo snel klaar? Waarom is Jill zo snel klaar? Ik ben een muur. Ik sta hier niet. Waarom is Jill... Waarom was het al zo snel klaar? Waarom was hij zo snel uitgewerkt? Hè? Alleen toegang personeel. Ik ben personeel. Waarom is het ding? Die potion? Ik ben gescamd. Ik ben gescamd door... Oké, jongens. Nu in de vergaderzaal komen allemaal. Ze gaan vergaderen. Hier komen. Kom. Nee. Ga je allemaal vergaderen? Ze gaan vergaderen, ik ga je gewoon weg. Ja, kom er wel aan. Kom er wel aan. Hier komen. Waar ben ik? Wat is dit? Ik ben een of andere... Wat is dit voor rare kamer dit? Het lijkt wel parcours. Volgens mij moet ik sowieso parcouren hier. Alleen, ik vind het is een hele vreemde kamer. Oké, jongens. Kist, De situatie is ernstig. Er zijn 2 gevangenen ontsnapt. Geen idee waarheen. Hij heeft mijn eten gejat. Nee, dat ben je niet. Eten gejat? Hij heeft mijn night vision potion gejat. Oh. Wat doe je dat dan? Waarom ligt het überhaupt daar? Ik heb de pauze, dus mevrouw? Ik dacht, er kan gewoon iemand anders eventjes op letten. Maar... Dat is niet volgens de regels van de gevangenis. Verboden middelen. Dit gaat niet meer door de beugel heen. We zijn haar straf aan het geven, volgens mij. In de hoek, nu. In de hoek? Oh, dat is wel een hele random straf. Okay, maar ik hoorde wel bliep toen ik daar stond, bij dat apparaat. Niemand kan niet toch langskomen. Ah, zit het letterlijk over een potion of invisibility? Oh nee, het was night vision. Ik heb hem veranderd. Dat was het. Ah, maar... zal wel de wapens van ons zijn. In de meanwhile heb ik het parcours gehad. Oh mijn god, ze zijn hier. Oh mijn god, ze zijn onder me. Ik ga snel door. We moeten die gevangenen vinden, jongens. Het moet. Oh, wacht. Wat is dit? Dit is het doel van boekenkasten. Vink je weg, maar pas op voor de bordjes. Die zeggen niet altijd de waarheid. Oh nee, is het een doolhof van boekenkasten? Oh mijn god. Ik ben wel vee, jongens. Ik ben wel echt bezig met mijn ontsnapping gewoon. En het is een doolhof. Wat heb ik een hekel aan doolhof. Wat een leuk boek is dit.
Hoezo zijn hier mensen? Nee, toch? Oh, je kan wel door de ding heen kijken, door de muren. Wat voor boek wil jij lezen, collega? Zeg maar niet dat zij hier ook zijn. Ik neem wel Harry Potter. Oh. Zijn zij hier ook? Nee, toch? Ze zijn wel. Ah, abort. Rennen. Dus blijkbaar zijn ze in hetzelfde. Sowieso hadden het rijden. Nee, dat is een leugen. Kijk, sowieso hier. Zio staat er trouwens maar. Dus er werd al gezegd dat de bordjes mogelijk liegen. Toch niet? Oh mijn god. Vreselijk dit, hè? Het is niet deze kant op. Oh mijn god, ze zijn in hetzelfde doolhof als ik. Collega, ik ben verdwaald. Oh nee, ik zit echt met hun in het doolhof. Kom op mijn geluid af. Oh mijn god. Kom op mijn geluid af. Jongens. Ik hoor iemand. Ik ook. Ik ga weg. Ah! Ik ben hier niet. Oh nee. Slaan met de boeien. Rennen. Ik ben eng. Oh. Hey joh. Hey, ik ben de boekhouder hier. Let niet op mij. Oh, wat doet u dan? Ja, boeken. Oh, let maar niet op mij. Meneer, werkt u hier voor de bij de boeken? Nee, laat maar. Oh. Dag. Oké, jongens, we zijn eruit. Waar ben ik beland? Ik dacht dat het alleen de gevangenen. Dat is de kantinevrouw. Dat is de dit is de vergaderruimte. Oh, maar deze. Deze kant wel op, of ik denk dat ik hier niks te zoeken heb. Ik moet deze kant op, want daar staat de guard. Wat doe jij hier? Mijn brood zoeken. Ik neem mijn taak heel serieus als nieuwe werknemer van de winkel. Dag. Vergadering, ja, jongens. Ik heb eindelijk allemaal naar de uitgang gevonden. Oh god, ze gaan weer vergaderen. Waarom zijn ze überhaupt de bibliotheek ingegaan met z'n allen? Het was heel stressvol om met z'n allen in de bibliotheek te zitten. Ik heb hele Harry Potter gekozen, jongens. Behalve de garage. Misschien moeten we daar nog even heen. Om te kijken. Nee. Ik heb mijn boek gevonden! Nee, niet de garage in. Hier is niks te zoeken. Nee. Oh, daar zijn ze. Oh mijn god, ik ben net op tijd. Waar ben ik? Wat is dit voor doolhof helemaal? Is het elektrisch? Nee. Ga weg. Hoe? Ze zit echt vlak achter me. Oh mijn god, dit zit open. Dit is dicht. Ik heb hier iets voor nodig voor deze sleutel. Ik heb sowieso een sleutel nodig voor het laatst. Waarom is daar het hoofd van Doofoot? Ik heb sowieso... Oh, dat scheelde niks. Hier is ook niks. Laten we maar weer gaan. Kom. Oké, jongens, als zij weg zijn, dan ga ik even in alle rust. Ga ik eventjes kijken wat ik hier moet doen. Ik ben zo snel overal ineens doorheen gegaan. Dit is een of andere elektriciteit. Oh, dit is trouwens gewoon de elektriciteitkamer. Dit heb ik allemaal uitgezet net. Dit is de power hier. Maar, kopperlever. Oh mijn god, is dit mijn ontsnapper? Ik hoorde iets. Snel, naar boven. Ik hoorde iets. Oh nee, waarom hoorde je dat? Het is een boek. Het is niks. Hier ben ik niet. Je bent te laat, bewaker. Je bent te laat. Wat doet u hier? Oh, ik dacht dat je zou blijven staan. Ik dacht dat het langer ging zijn. Je bent te laat, ik ga ontsnappen. Halt! Sukkel, ik weet niet waar. Oh, het is een helikopter! Ah, niet schieten! Nee, laat me met rust. Ik weet niet eens, ik ging de ladder gewoon in vol vertrouwen op. Dag, sukkels. Ik ontsnap wat jullie steekgevangenis. Ik ben uw boek vergeten. Nee! Wat is dit? Elite pesten. Dit zijn al jullie hoofden. Wat leuk. Je bent ontsnapt en ik ben in een honingblok beland. Oh, dit is een kaasje. Natuurlijk, in een kaasje. Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega grote legerbasis bouwen. Ik ben namelijk een supergoeie dief die hier een erg geheime schat wil stelen. Kan ik inbreken in deze legerbasis van mijn kijkers? Dit is het moment om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Want anders komen mijn kijkers met al hun legerapparatuur jouw kant op. Jongens, welkom wederom. Daar staan jullie weer in een legeroutfit. En wat is jullie planning? Verdedigen. Verdedigen. Maar er is nog niks om te verdedigen. Dat is een beetje de ding. Oh. Nee, maar ook niks om gestolen te worden. Dat klopt. Kijk, ik heb mijn prachtige dievenskinnetje heb ik ook aan. En de mannen en één vrouw trouwens. Nou, die zijn ook ready om de basis te gaan maken en te verdedigen. Jongens, weten jullie al wat ik moet stelen? Of... Nee. Ricio's hart. Je mag niet stelen. Ja. Ricio's hart. Mag niet. De diamant. Ricio, ik ga je hart stelen. Komt goed. Jongens, ik wens jullie veel succes met bouwen. Willen jullie nog wat zeggen? Nee. Nee. Hoi, ik wil kaas. Ja. Oh, nee. Niet echt. Niemand wil kaas. Laten we beginnen. Alright jongens, daar zijn we dan. We staan hier op de auto. En ik sta hier met Doofoot. Oftewel, David, wat doe ik hier? Waarom staat onze auto half in de... Er is een boom op de auto gevallen volgens mij. Wat is er gebeurd? Ja, we zijn hierheen gekomen. Ja? Omdat ik een kostbaar item is dat we willen stelen. Maar... En ik ben helemaal corrupt geworden, speciaal voor dit item, om samen met jou te komen stelen. Oké, dus we zijn hier bij de lege... Alleen, was het de bedoeling dat zeg maar deze boom op de auto viel, of... Ja, nee, dat is een vrij ongeluk voor mij. Ik heb geen rijbewijs. Dat is ook niet handig wat jij dan gaat rijden, maar... Oké, dus we moeten een bijzonder item moeten we hier stelen. Ja. Oké, en dat is, of wil je dat nog niet zeggen?
Ja, dat zijn dat is een harde schijf van alle mensen die niet geabonneerd zijn op jou. Oh, dan kunnen we... Oké. Dat is goed, Dan gaan we die halen. Dat vind ik een hele goeie. Maar we zijn nu hier. Maar ik weet niet meer hoe we hieruit komen. Hoe we hieruit komen? Nou, ik zie hier al gelijk een hek met een bordje. Betreden op eigen risico. Ja. Ik weet, staat dat overal? Betreden op eigen risico. Nee, hier staat het wel gewoon normaal. Oké, nou, ik zie... We willen hier naar binnen, neem ik aan, toch? Ja. Dat is de bedoeling. Ja, dit is de lege basis waar jij het over had. Ja. Oké, ik zie daar al... wat zijn de straaljagers en... Hier is zo'n, ja, hoe noem je dit? Hoe heet zo'n pand ook weer bij het leger? Een hangar. Hangar, of niet? Hangar, ja. Ja, oké. Okay. Ja, we kunnen misschien proberen hier over de boom te klimmen. Volgens mij steekt deze boom een beetje uit. Ik weet niet of we door het hek heen komen. Maar, dat is ook een mogelijkheid, ja. Als jij mij volgt, top. Kijk, nu kunnen we er overheen springen. We kunnen zelfs hier op de drip leaves, waardoor we telkens wat lager kunnen springen. Maar dan moeten we wel om de beurt, want drip leaves werken zo... Ja, je kan niet alleen op staan, oké? Okay? Of met z'n tweeën? Ja. Zal ik eerst gaan of ga jij maar eerst? Oké. Ga jij maar eerst. Kijk. Oh, die springt gewoon in het water, dat kan ook natuurlijk. Dan doe ik dat ook maar. Ik dacht vet cool, we gaan parcouren over de drip leaves, maar dan springen we in het water, prima. Oké, we zijn in ieder geval nu hier beland, dat is top. Hier en nu? Outfitjes. Als je even eentje aan kan trekken, dan herkent het personeel jou hier minder snel. Ja, het is misschien niet handig dat ik een hele dieve outfit heb aangetrokken, want dat valt natuurlijk een beetje op. Ja, ja. Dus wacht, ik trek wel gewoon even zo'n simpel outfitje aan. Zo. Hoppakee, kijk. Het is nu gewoon als... let niet op het masker dat ik nog op heb. Maar, ja, dat is gewoon... dat is... Ja, dit is een elite. Ik ben eigenlijk de elite, denk ik, gewoon van het leger, weet je. Oké, maar trouwens, dan sta je gewoon in zo'n hangar bij een tank. Damn. Ja, okay. Dat worden niet helemaal gemaakt, hè. Mm-hmm. Oké, gaan we samen dit avontuur doen, of? Daar is dus de bruine omheining. De wat? Er is nu nog even pauze, maar straks... Wat is daar, zei je nou? Een bruine omheining. Daar, ik zie hem inderdaad, ja, in de verte. We hebben nu nog even pauze, maar als er straks wordt omgeroepen dat mensen weer aan het werk moeten, moet jij daarin gaan, oké? Daar binnen? Ja, daar binnenin. Daar binnenin moet ik heen gaan. Prima, dat kan ik. Ik kan daar naar binnen. Jij kan ondertussen nog even rondkijken. Dan ga ik alvast even wat voorbereiden. Ga jij voorbereiden, ik ga even rondkijken. Doei doei. Joejoe. Oké, jongens. Laten we even gelijk barrels openen. Omdat ik gewoon benieuwd ben wat er allemaal in barrels zit. Nou, helemaal niks. Maar open altijd gelijk kisten die je tegenkomt. Hè. Dat is een goede tip. We zijn hier in de legerbasis beland, jongens. Ik ben samen met David naar binnen gaan. David die werkt hier blijkbaar dus als militair. Maar hij is corrupt geworden, zei hij. En hij was heel open in. Ik moet even voorzichtig zijn. Mensen hebben nu pauze. Dat vind ik een beetje op de basis pauze. We lekker gewoon alles onbewaakt achterlaten. Maar laten we intussen even kijken of wij gewoon al dingen kunnen vinden die mensen hier proberen te verstoppen. Daar moeten we altijd rekening mee houden. Misschien kunnen we op een tank klimmen of zo eventjes. Denk het niet, maar laten we vast even spieken of ik mensen kan zien. Ik zie wel nametags hier en daar, dus daar moet ik voor oppassen. Dus er zijn wel mensen hier, ik ben niet alleen. Een button op de grond, dat doet niks. Oké, kijk, je kan daar naar binnen. Oh, zou ik op... Hoe kom ik op die tank hier? Als ik erop kom, ik zie... Kijk, jongens. Dan moet ik even trouwens heel voorzichtig zijn. Kijk, ik zie... Daar zie ik een ladder. Dat betekent dat je naar binnen kan in de tank. Dat moet ik even onthouden. Ik weet niet of ik dat nodig ga hebben, maar... Stel, ik moet deze hele basis kapot schieten. Dan kan ik misschien de tank in. Attentie, attentie. Iedereen terug naar uw post. Ik herhaal. Iedereen terug naar uw post. Dank u. Oké, iedereen moet terug naar de post. Dat betekent, zodra dat gebeurt, moest ik daarheen, volgens mij. Laat ik dat nu dan gelijk doen. Ik ga gewoon rennen. Ik ga er gewoon voor. Oh mijn god, volgens mij is iedereen wel onderweg naar een post. Ik weet niet wat het is hier allemaal. Hey. Oh, dat is David. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ja, ga jij maar even daarheen. Als je me nodig hebt, kan jij me vinden in de slaapplekken. Is goed. Dank, sergeant. Doei. Hallo, soldaat. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Waar is jouw helm? Vergeten. Idioot. Hallo, wie ben jij? Ik ben klaar. Ik ben nieuw hier, ja. Ik werk hier sinds kort. Ik geef 8. Oké, het lijkt mij duidelijk waarom jullie hier zijn. Ja. Jullie gaan deze parcours afleggen. En alleen dan krijg je een lintje. Oké, ik wil graag een lintje, dus zeg maar waar ik moet beginnen. Daar, je moet hier doorheen kruipen. Oh jee. Oké, dit is dus allemaal voor een lintje en meer niet ofzo, of? Ja, ik krijg hier een lintje voor. Wat wil je anders dan? Rustig, oké, ik ga al. Jemig. Ah, dit is prikkeldraad, joh! Die heb ik niet voor getekend toen ik bij het leger kwam. Hé, kist, een stokje, die ga ik meenemen. Mevrouw. Oh mijn god, ik moet door de modder. Ik durf niet. Schiet op! Ga er doorheen! Ik zit vast! Nee! Help! Mevrouw, kan je die bel weg... Of, sergeant, kan je die bel weghalen? Watje, hoezo? Ik kan het toch wel niet langs? Mevrouw, ik vind het een beetje eng. Nu moet je hier over balanceren. Kom op vast, Po. Goed zo, kom. Kijk, dit doen we samen, oké? Ben je ook nieuw hier? Ja. Ja, kom maar mee. Kom, dit doen we samen. Moet ik hier over balanceren? Dat kan ik. Oh mijn god, ik vul er gewoon bijna af. Erop, hè? Hup, jij ook. In. Dat kan sneller. Nee. Sneller! Oh, hier, hoppa! Hoppakee! Je kan het van... Oh, nee. Ik ging er serieus bijna... Oh, hij is eraf gevallen, sergeant.
jij niet, Snut. En nu? Ik heb het gehaald. Moet ik het nog een keer doen? Nee, jij mag het volgende parcours gaan ik doen. Ik wou net zeggen. Ik heb het al gehaald. Oh jee, wat is dit? Oh nee, dit is hoog. Ik weet niet of ik dit durf voor. Natuurlijk. Heb je nou hoogtevrees? Nee, natuurlijk niet, joh. Ik ga er al voor. Ik ga er al hier. Hoppakee. In één keer, hè. Let op. Zo. Dan klimmen we hier op het laddertje. Oké, je kan het... Hoezo ben je nog daar? Je ziet al wie de betere is, Sessie Chance. Hele slechte kadet. Je bent een echte slechte kadet. Je kan het. Kom op. Gewoon doorlopen. Juist. Hij heeft het gehaald. Dit is nog hoger, mevrouw. En hier moet ik... Oh mijn god, wil je dat ik dit sprongetje... Hoe moet ik dit sprongetje halen? Kom op. Oké, komt-ie. Oh, dat was best wel makkelijk. Oké, je bent achter me, Vaspo. Kom op, blijf springen. We kunnen dit samen. Ik ben hier ook nieuw. Ik werk hier. Ik ben hier totaal niet aan het inbreken met de bivakmuts op mijn hoofd. Ik beloof dat ik ook hier werk en dat wij samen elke oorlog gaan overleven, oké? Ja, oké, komt-ie. Oh, ik haat deze sprongetjes echt. Moet ik dit echt doen? Ja, hup. Oké, ik ga al. Ah! Ik heb niet gehaald. Het spijt me enorm. Straf me niet. Je kan echt niks. Nee, jij niets. Doe het maar opnieuw. Opnieuw. Ik vind het leger helemaal niet leuk. Ik wil terug naar huis. Je eigen schuld. Ik ga echt niet bij het leger. Oké, jongens, komt-ie. We moeten dit even halen. Ik weet niet waarom heeft David mij hierheen gestuurd. Ik was hier om wat te stelen, niet om het parcours te halen. Ik heb het weer niet gehaald. Ik ga het al nog een keer doen. Ik zweer het, als jij het eerder dan mij haalt, hè, of dan ik, dan word ik echt boos. Ja. En nu? Moet ik op die bel klikken? Ja. Dat is, kijk hoe ver die bel is. Dat kan ik toch niet halen. Kijk hoe ver dat is. Ik ga mijn probleem opschieten. Ja, ik heb het geraakt. Goed zo. Hoppakee. Ik ben beter dan jij. Goed. Ik heb het niet gehaald. Competitief. Ja, jij mag het nog een keer proberen. Wat krijg ik mijn linkje nu? Ja, jij krijgt nu je linkje. Wat is dat dan, die hoge toren? Wil je dat ook doen? Nou, liever niet, maar ik accepteer mijn linkje al. Hier, ik heb hem. Waarom is hij roze? Ik ben trots op mijn linkje. Maakt niet uit dat hij roze is. Ja, dat dacht ik al. Je training is klaar. Je mag gaan rusten. Ik ga rusten. Ik ga zeker rusten. Heb ik niet gehaald. Nog een keer! Jemig. Oké, jongens, laten wij... Oeh, daar hebben we David. Oké. Ik heb mijn lintje, collega. Ja, ik weet niet hoe je elkaar noemt in het leger. Ik zeg maar gewoon collega, maar volgens mij noemen we elkaar mensen. Hoe noemen jullie elkaar? Leer. Oh jee. Wat houdt dat in? Alarm! Wat moet ik doen? Verstop! Verstop! Hallo, niet... Maat, ik weet niet hoe elkaar mensen noemen in het leger. Wat is dit? Waar ben ik? Naar boven! Oké. Oh, slaapplek. Oh, we moeten hier staan zeker, of niet? Is dit mijn bed? Ja. Oh, waar moet ik staan? Oké, ik ga wel gewoon staan. Oké, prima. Ik wacht hier wel gewoon. We moeten nog even wachten tot het zo over is. Waar heb je het over? Het alarm. Ja. Maar waarom gaat het alarm? Ja... En waarom moet... Ik volgde jou gewoon, maar ik weet toch niet wat ik moet doen. Ik weet niet eens waar het ligt, want ik heb zo weinig informatie. Ik heb een lintje verdiend. Oh, daar komt iemand aan. Volgens mij was het een oefenalarm. Ik denk dat jullie weer verder kunnen. Dankjewel, meneer de andere soldaat. Ja, soldaat. Het is onhandig als je dat vergeet. Heb je het gehaald? Je noemt elkaar soldaat, dat was het. Ik niet collega. Oké, kan je me even iets meer informatie geven, David? Want ik ben hier, maar ik weet gewoon niks. Ja, dat snap ik. Het is goed dat jij dat lintje hebt gehaald. Want de meeste plekken, daar zou je niet in kunnen zonder lintje. Dus bijvoorbeeld die bovenste, daar kan je niet in zonder lintje. Ik snap hem. Sommige hangaren kan je niet in zonder lintje. Dus het is heel volledig dat je dat lintje hebt gehaald. Oké. Dus de bedoeling is dat ik de lintje... Zijn er meerdere lintjes die ik kan halen? Nee, je hebt nu één lintje. Daarmee kom ik binnen. Ja, maar raak ik hem niet kwijt. Oké, dat komt goed. Weet jij waar het ligt? Waar ik heen moet? De harde schijf? Of moet die gewoon zelf uitzoeken? De harde schijf zit in de bunker, maar die moet je eerst nog open zien te krijgen. Ik ga wel gewoon... Kom maar goed, oké? Ik doe mijn dingen. Oké, dankjewel. Tot zo. Oké, jongens, ik weet een beetje hoe en wat. Ik ga nu gewoon doen alsof ik een soldaat ben die mensen van hun post moet... Ik zie daar boven iemand staan namelijk. Wat is dit? Toren 1. Kom ik hier binnen met een lintje of zo? Of nee, deze toren is dicht, dus hier kom ik niet binnen. Die toren is open. Is daar ook iemand boven of... Nee. Oké, laten wij dan even naar boven gaan, jongens. Laten we deze toren kijken. We gaan overal alle informatie krijgen die we nodig hebben. En daarmee kunnen we misschien dus de bunker in. Want hij beweert dat in de bunker ligt de harde schijf. Dus laten wij dat doen. Oh mijn god, ik kan hier toch niet heen. Moet ik die ladder? Moet ik daarop springen? Kan dat? Is dat een sprong die ik kan halen? No way. Weet je wat? Ik kom later terug in deze toren. We gaan eerst naar deze hangar, want daar staan mensen. Goeiedag, soldaten. Ik moet hier... Oh, jemig. Rustig aan, soldaat. Je mag niet doen. Hoezo? Ik heb net met jou getraind. Je bent net zo nieuw als ik. Nee, ik zal niet naar binnen gaan. Prima. Oké, dan gaan we dus wel naar binnen uiteindelijk, jongens. We gaan even bij de andere bunkers of de andere hangars kijken. Deze is helemaal dicht. Waar is de bunker waar hij het over had? Laten we die even zoeken in de tussentijd. Terwijl we hier toch bezig zijn. Er is hier volgens mij... Wat zag ik hier nou? Ja, hier zag ik ook allemaal groen. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt wel gewoon op een... Oh, volgens mij is dit een neergestort vliegtuig. Zullen we binnen even inspecteren of we iets kunnen vinden? Ik heb een stok gevonden en een lintje heb ik natuurlijk. Oké, hier kan ik verder niet doorlopen, dus hier is niks. Dan is dit misschien gewoon monumenteel geworden of zo voor hun. Dat het een soort monument is voor de legerbasis hier. Wat is dit?
Wat is dit voor rare... Oh, zou dit de bunker zijn? Volgens mij is dit de bunker, hè? Oh, ja, 100% is dit de bunker. 100%. Oké. Item hoppen, daar moet ik denk ik wat in doen, maar ik weet nog niet wat. Hier ligt een redstone systeem. Waar gaat dit helemaal heen? Dit gaat helemaal daarheen. Oh, daar staat... Wat is dat dan? Oh mijn god, dat lijkt op zo'n detonator. Weet je, dat je een soort van dynamiet hebt en dat je zo... Tsoom, dat je hem in moet drukken. En dat dan het... Oh mijn god, ik moet je sowieso dit laten ontploffen. Dit is de bunker, maar dan moet ik TNT hebben. Hoe ga ik daaraan komen? Laten we even verder kijken. Laten we even teruggaan naar de slaapverblijven, jongens. Want net waren er allemaal mensen... Oh, nu, oh, David is er nog steeds. Prima. Laten we even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Wat voor spulletjes in de kisten. Hey! Hey, hallo. Ik kom hier om even wat eten te halen, joh. Ja. Geipelijk. Tot zover kan ik nog niet zo veel nuttigs vinden in de hangar. Dus ik denk dat ik geforceerd word naar de toren daarboven. Dat ik toch daarboven even ga kijken. Oh, hier kunnen we de tank trouwens ook op. Oh, niet in. Ze hebben een wisseling van de wacht gedaan. En nu staat zij er. Oh, haar vind ik echt eng. Dus we gaan niet naar haar toe. Oh, ik heb hier waarschijnlijk een lever voor nodig voor deze toren. En misschien dat we die dan toch in die andere toren kunnen vinden. Maar dan moeten we het helaas, het moeilijke parcours moeten we toch doen. Oh, ja, dat moeilijke sprongetje is gehaald. Oh, nice. Oké, en dan hierheen. Dan, oh, mag ik die sprong halen? Ja, oké, dat ging. Dan dit laddertje hier. Dat is ook makkelijk. Dit laddertje hier. Sprongetje hier. Dat is echt een hele irritante sprong. Oké. Oh, maar er zit zo'n blokje boven mijn hoofd. Ja, oké, gelukt. Hé, we zijn al boven. Oké, wat kan ik hier vinden? Toren 1 sleutel. Oh mijn god, volgens mij was dat toren 1, hè? Ja, dat was toren 1. Hallo, ik geef 8. Ik zei het te bewaken. Ik moet even doen alsof ik een bewaker ben, jongens. Gewoon even inspecteren. Het is namelijk, ik moet niet verdacht lijken. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn bivakmuts op. Maar ik moet niet verdacht lijken verder. Dus ik ga gewoon... Kijk, hij kijkt niet meer mijn kant op. Dan kunnen we weer weg, top. Ik moest even doen alsof ik hier ook gewoon een bewaker was. Zo, snel maar naar binnen. En dan zo snel mogelijk naar beneden om naar die andere toren te gaan. Naar hem. Ja, we hebben hier lijken bosbest. Moet ik voor oppassen. Die liet me net niet naar binnen. Oké, die gaat de tank in. Toren 1 is dit volgens mij, toch? Ja, toren 1. Oké, laten we dan hier... Zo, hoppakee, doen we hem open. Zetten we in toren 1 en laten we dan... Oh, zeg maar niet dat het hetzelfde... Het is hetzelfde parcours. Maar ik heb hem geoefend, jongens. Ik heb het parcours geoefend, dus geen zorgen. Dit gaat lukken. Hier, als het goed is... Hebben we het gehaald? Ja, oké. Moet ik oppassen. Oh, hey. Hallo, soldaat. Sorry, ik kom de... Ja, tuurlijk. Ik moet de wacht overnemen hier. Oh. Dat was makkelijk. Dat geloofde hij snel. Ik hoef het niet eens mijn best te laten doen. Ik hoef alleen maar lintje te laten zien. Dat zeggen dat ik de wacht over zou nemen. Dit is een dagboek. Dag 1. Vandaag ben ik verdwaald geraakt in deze bunker van deze basis. Oh, volgens mij is dat die bunker daar helemaal achter dat, ja, dat trainingsgebied. Ik heb met dynamiet uit de opslagloods de deur opengeblazen. Maar weet niet hoe ik nu verder moet. Dag 2. Oké, de opslagloods is volgens mij diegene die bewaakt nu wordt door Elite Pester en Pampijn. Oh, Pampijn stond net hier. Vandaag hoorde ik iets in de verte. Mensen iets over. Een harde schijf over mensen die niet geabonneerd zijn. Wat een moeilijke zin. Heel apart. Ja, mensen die niet geabonneerd zijn is heel apart, jongens. Je moet gewoon even abonneren. Ik was hier eigenlijk gewoon voor de rust. Hoezo op een lege basis voor de rust? Oh, dag 5. We zijn in één keer 3 dagen verder. Vandaag kwam ik in een robot. Kwam er een robot langslopen. Ik denk dat hij vastliep, want hij kon alleen ik houd van groen zeggen. Oh nee, zeg maar dat Fred hier ook is zetten. Deze man heeft wel dyslexie. Dag 7. Niks interessants. Prima. Dag 109. 109. Eindelijk heb ik dit dagboek teruggevonden. Dus kan ik morgen weer wat interessants schrijven. Dag 110. Vanochtend begon de dag met een hoop gerommel. 'S middags. Oh, en daar eindigt het. Oké, nou, het is een heel verwarrend boek. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar laten we even kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Ik weet in ieder geval dat ik naar de loods daar moet. Waarom staan zij nu ineens daar? Dag, collega's, soldaten. Hallo. Hallo. ik moet daar 100% naar binnen. Jongens, dat weet ik zeker. Als ik daar binnenkom, dan... Hi, David. Oh, zeg maar, David moet de wacht overnemen. Misschien dat ik dan binnenkom. Verder is hier niks nuttigs hierboven. Ik denk dat ik alleen het dagboek nodig had om te checken dat ik in die loods moest zijn. Want hier buiten is niks. Nee, oké. Is dat het denk ik voor hier? Ik neem dit boek, neem ik mee. Dagboek Piet de Verscheurde. Wie is Piet de Verscheurde? Oké, verder heb ik hier volgens mij niet zoveel te zoeken. Dus laten we weer naar beneden gaan, ouw. Doe de deur weer dicht. Hey. Hallo. Wil je eerst iemand oproepen om de bewaking over te nemen voordat je de tol verlaat? Dat zou ik voortaan doen, soldaat hier. Maar de wisseling is er al. Ik had Fastbo geregeld. Ja, okay. Doei. Kijk, hoppakee. Hé, jongens, ik moet voor een of andere reden moet ik hier naar binnen komen. David, kun jij mij overnemen? Nu? Ja. Oké. Okay. Ik kom helpen ermee. Hier is mijn lintje. Is goed. Heb ik jou verdiend. Top, dankjewel. Waar? Moet jij niet hier buiten blijven wachten? Hallo, daar staat straks niemand. Laat jij hier buiten wachten. Ik ga wel kijken. Prima. Wat is hier allemaal? Ik zie hier onder het voertuig gelijk een dynamietstaaf. Oké. Okay. Damn. Maar kijk wat ik nog meer kan vinden. Ik heb heel snel dynamietstaaf gevonden. Ja, soldaat. Ik heb de wacht hier, hoor. Doei. Dat doen ze makkelijk hier. Ja. Daarachter zie ik ook nog wat. Maar laten we toch nog even alles. Nog een dynamietstaaf.
Dat zit hierin. Nog een dynamietstaaf. Emergency horn. En de emergency horn zelf. Wat staat er in het boekje? Als deze wordt gebruikt, zorg dan dat je als guard zo snel mogelijk naar de desbetreffende locatie komt. Deze horn wordt namelijk alleen in noodgevallen gebruikt. Oh, die gaan we meenemen om mensen weg te lokken. Dan hebben we nog een kistje. En nog een dynamietstaaf. Dan hebben we er al 4. En een dynamiet... Oh, oké, prima. Als we nog even al deze kisten één keertje checken. Hé, nog een dynamietstaaf. Waarom bewaren ze dat hier gewoon zomaar random in de loods? Oké, is er in de auto nog iets dat ik moet hebben? Volgens mij niet, hè. Volgens mij heb ik alles nu wel gehad. Oké. David, ik heb 5 dynamietstaven en ik heb een... Ja, de waarschuwingshoren is dat. Top. Ik denk het alarm. Die kunnen we misschien gebruiken, want ik heb de dinges gevonden, de bunker. Ik denk dat we die daar moeten plaatsen, want ik heb namelijk ook al een... Ja, ik weet niet hoe zo'n ding heet, waar je die dynamiet opblaast. Ook niet zomaar in mijn handen hebben. Worden in de gaten gehouden. Werk. Nee. Pistolen, ja. kogels en pistolen. Ja. Mm-hmm. Ja. Kan jij anders nog even voor eten zoeken in de slaapzalen? Want ik heb gehoord dat het was bijgevuld. Dan ga ik even de bunker voorbereiden. Doe jij dat? Ik kom daarheen, oké? Tot zo. Wacht, wat trouwens, dat kon niet zomaar weglopen. Dat is zo eerder tegen me verteld, ik mag niet zomaar de post verlaten. Hé, meneer. Kunt u misschien even de dag voor ons overnemen? Ah, dankjewel, ja. Tot de volgende keer. Hallo, Bolspes. Ik ga maar vast, ik kom eraan. Ga maar vast. Hallo, Bolspes. Neem, Ja, je hebt het leentje, top. Ga maar. Goed zo. Goeie soldaat. Oké, jongens, laten wij dan nu eventjes... dag, soldaat. Misschien dat hij de tanker lukt met de tank repareren. Ja, hij heeft wat schade. Ja, succes. Ik ben bezig. Oké, top. Gaan wij snel even naar binnen. Blijkbaar moest ik eten halen. Ik weet niet waarom, maar... dat is bijgevuld. Nou, dan neem ik wel wat steak mee. Porkchop, wat brood, wat appeltjes. En laten we maar gewoon al het eten meenemen dat ik kan vinden. We roven het gelijk. Ja, we zijn hier toch als dief, jongens. Dus laten we net zo goed gewoon alles helemaal leeg roven. Zo, dan hebben we al het eten. En dan kunnen we nu de goede kant op gaan. Namelijk, laten we hier achterlangs. Oh, dat kan niet. We moeten wel voorlangs. Ja, het moet niet opvallen, jongens. Ik moet niet verdacht lijken. En ik probeer natuurlijk gewoon een beetje mijn dingen te doen. Maar dat lukt zover wel gewoon. Hé, ik ben er. Hey, ja. Als jij even je dynamietstaven in dat... Oh, dit stond er net allemaal nog niet, die TNT, of wel? Nee, ik had het voorbereid. Oh, mijn god. Waar moet ik het stoppen in het bakje hier? Doe het maar hierin, ja. Oké, prima. Komt die 1 en 2. Zo, het staat erin. Ja. En dan? Als jij even afstand neemt van de bunker en... Ga jij maar aanzetten? Ik zet hem aan. Oké, wacht. Hier heb je, voordat je dat doet, 2 seconden hoor. Hier heb je... Ja, dat is zo'n ding. Zo'n... Hoe heet het ook alweer? Ja, opblaasding. Opblaasding. Prima, oké, blaas hem op. 3. Kom op, 3. Maar moeten we niet even een alarm eens laten gaan? Of zo? Nee hoor. Nee, maar is een ontploffing niet verdacht? Jij kan misschien snel naar de torens rennen, naar het alarm af laten gaan en dan weer snel terug hierheen rennen. Moet ik helemaal naar de toren rennen? Ja, dan zijn ze weer weg. Oh mijn god, ik ga naar de toren rennen. Doei. Moet ik helemaal naar die toren rennen om het alarm af te laten gaan? Okay, maar hij heeft me in de gaten. Hij is een goede bewaker die alles in de gaten heeft. Daar moet ik voor oppassen. En er is niemand hier die de loods bewaakt. Misschien dat ik zijn aandacht kan krijgen. Nee, trouwens, laat hem maar in de toren. Oké, ik ga het achter onder de toren ga ik het doen. En dan gaan we snel wegrennen. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Zonder dat het opvalt. Oké, Wouter is daar de tank aan het repareren. Hij staat hierboven, dus misschien is het niet handig als ik het hier doe. Misschien is het beter als ik het hierachter doe. Hier. En dan snel die kant op ren. Komt hier, let op. Oké, rennen. Alarm! Okay, wacht, kijk uit! Alarm, waarom gaan ze aan het rondrennen? Dus dat is niet alsof dat helpt, gewoon wat hij nu aan het doen is. Kijk, daar komt zij al aan. Zij is eng. Zij is ook eng. Okay, laten we terug naar de dynamiet gaan. Dan ben je dom aan het rondspringen. Ga uitzoeken wat er is. Ja, mevrouw, de tank zit in de fik. Kijk uit! Oké, David, ik heb het alarm af laten gaan. Het zijn niet de snuggeste militairen, maar het werkte. Ik weet niet wat voor basis ik ben beland, maar... Nu horen ze de explosie niet. Oké, ben je klaar voor? Laat maar afgaan hoor. Ik denk dat ze het nog steeds horen, maar kom maar. 3. 2. 1. Boom! Oh, zo. Goed zo. Oké, snel naar binnen. Hoppakee, go. Oh mijn god, waar zijn we? Wat is dit? Waar zijn we beland? 8, 5. Oh, dit is een code. Moet hij hou jij de wacht buiten? Ja. Zeg jij dat hij gewoon, als er mensen langskomen, dat hij per ongeluk is ingestort of zo? Weet ik veel verzinnen. Ja. Ik ga op onderzoek. Ja. Oké, jongens, we zijn in de bunker beland. En volgens het dagboek loopt hier dus een robot rond of zo. Of iets. En hij heet Piet, volgens mij. Maar hij is hier misschien ook nog, die Piet. Oh, wat is dat? Dus ik hoop niet dat ik mensen tegenkom hier in de bunker. En ik hoop helemaal niet voor hun dat ik hier tegenkom. Dat betekent dat ze hier lang hebben gezeten. Oh, dit is gewoon dicht. Dit is niks. Ja, dit is niks, hoor. Het is ingestort. Dat is foutje. Dat aarde dat er overheen hangt, dat is niet goed voor de bunker. Ik moet door. Ik moet naar verder naar binnen. Zo.
Zo. Okay, top. Ja, ik heb het in de hand. Doei. Ze gaan ook gewoon allemaal weg, hè. Ze accepteren het ook gewoon. Oké, we zijn hier dieper in de bunker. Dat zou ik zelfs goed ook niet meer kunnen horen vanaf hier. Oh nee, het is een soort doolhof. Nu snap ik dat hij hier zo lang heeft vastgezeten. Het is een doolhof. Maar meestal kan ik wel snel door een doolhof heen. Dus ik hoop dat ik nu ook geluk heb en er heel snel doorheen kom. Ik weet alleen niet wat ik nou zoek. Oh ja, de harde schijf. Maar die ligt in de kluis die we aan het begin zagen, denk ik. Maar misschien dat ik de code nodig heb van die kluis. En dat ik vandaar nu hier rond dwaal. Alles lijkt op elkaar. Maar hier ben ik nog niet geweest. Dit loopt dood. Wat mega. Kijk hoe groot het is. Het is zo mega groot hier. Gast. Oh my days. Het gaat alle kanten op. Het gaat echt onder de hele lege basis gaat dit gewoon. Man. Ik ga sowieso... Oh jee, wat hoor ik? Ik hoor iemand zeggen. Ik hoor eten. Iemand is aan het eten. Wie is er aan het eten? Ik denk dat ik ook een dagboek moet gaan schrijven, jongens. Want volgens mij ben ik ook verdwaald. Ik snap dat die Peter, heette die volgens mij. Of Piet, sorry. Dat Piet de weg kwijt is geraakt in dit megadol. Want ik ben het ook kwijtgeraakt. En ik weet niet eens wat ik zoek hier. Volgens mij een kluiscode of zo. Maar ja, ga ik die hier vinden? Wat ben ik überhaupt aan het zoeken hier op de lege basis? Maar ik heb wel die harde schijf nodig. Dat is echt daadwerkelijk één ding wat ik zeker weet. Ik heb de harde schijf nodig van mensen die niet geabonneerd zijn. Die hebben een groot probleem. Het is zo groot. Oh, er is iemand! Wie is dat? Waarom ziet hij er zo verstrooid uit? En hij is zombie vlees aan het eten volgens mij. Oh, maar deze, wacht. Ah! Hallo! Kijk, hallo! Kan je mij redden? Ja, ik zit hier al zo lang. Je eet even wat brood. Je ziet er een beetje bleek uit en je bent zombievlees aan het eten. Neem even wat brood. Dat is ben jij Piet? Ja, ik ben Piet. Ik heb je dagboek gevonden, maat. Ja, dankjewel. Ik zit hier al zo lang. Waarom ben jij hier überhaupt? Wat doe jij hier? Ja, ik kwam hier ook inbreken. Voor wat? Voor ook de harde schijf? Voor de harde schijf, maar ik ben verdwaald. Wacht, weet je? Misschien kunnen we samenwerken. Ik kan hier jou uithalen, maar dan moet je ook wat voor mij doen. Ja. En dat is... namelijk, heb jij een code voor mij toevallig? Misschien? Nee, ik heb geen code, maar als jij dat kan doen... voor mij, ik heb wel dit. Wat is dit? Dat is... voor een tank. Oh, mijn god. Dat is vol. Ja, dan weet ik welke dit is. Dan denk ik dat ik weet welke dit is. Ik wil je de beste uithalen. Ja. Maar dan moet je me wel volgen, oké? Oké, ik ga volgen. Prima, volg me maar. Oh. Waarom? Maar jij werkt niet hier of zo. Hoe lang zit jij hier al? Ik zit hier echt al 110 dagen of zo. 110 dagen? Dat dagboek is letterlijk 110 dagen oud. Hoe is je daarboven terechtgekomen? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, volg mij. Ik hoop dat ik de route terug kan vinden. Ik ga mijn best doen. Maar kom mee. Het zit nog op zich nog wel vers in mijn geheugen. Even op adem komen. Adem komen. Jongens, ik kan hem ook gewoon achterlaten. I mean, ik heb de lever gekregen. Okay, kan je me bijhouden? Ja. Als hij nog één keer moet stoppen om op adem te komen, laat ik hem gewoon achter. Want ik heb toch al de lever. Dus kom maar mee. Je blijft hem volgen, hè? Ja, ik volg je. Okay, dan gaan we hierheen. Dan gaan we hier naar rechts. Dan gaan we hier door. Dan gaan we hier weer naar rechts. Dan gaan we nog verder door. Dan moeten we weer naar rechts. Dan gaan we helemaal door hierheen. Dan gaan we naar links. Dan gaan we hier weer helemaal door daar. Hoe heb je dit zelf niet terug kunnen vinden? Ja, mijn benen die zijn ook niet meer zo goed, hè? Nee, dat merk ik als je hier 110 dagen hebt gezeten. Weet je nog hoe daglicht eruit ziet? Nee. Nee, net trouwens niet op de bivakmuts die ik op mijn hoofd heb, hoor. Dat is de nieuwe stijl. Zeg maar, je 110 dagen heb je vastgezeten, weet je. Je kent mode al lang niet meer natuurlijk. Dat is de nieuwe mode. Dat is de nieuwe mode, een bivakmuts en zo onder je helm. Dus let daar vooral niet op. Kijk, als het goed is, dan lopen we het hier weer dood. En dan zijn we helemaal verkeerd gelopen. Maar dat was om even te testen of jij nog alles snapte. Mijn benen kunnen dit helemaal niet meer aan, joh. Ja, het is dat of achterblijven, hè. Kijk, daar zijn we. Oh ja. We hebben het gehaald. Daglicht. 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 Ruik je het al? Ruik je al de frisse lucht een beetje? Ja. Kom maar. Kom maar. Ik herken het nog. Ja, hier naar links. Ja. Daar is het. Het was alweer helemaal ingestort naar je. Oh, ik voel me niet zo goed. Oh, Wie ben jij? Ah! Oh. Piet! Nee! Piet is dood! Hoe kan dat nou? Meneer Piet. Pieter verscheurde. Nee. Oh, nee! Waarom is Piet dood? Nee, ik ook niet. Hij kon het daglicht niet aan. Hij kon het daglicht echt niet aan, denk ik. Nee, Piet! Nee. Wat moet ik met zijn hoofd? Ik zet hem op. Hier, dan lijk ik iets minder verdacht. Oké? Ja. Ik zet Piet overal op mijn hoofd. Oké, maar ik heb iets wat ik moet doen. David, blijf jij dit maar bewaken. Ik kom zo terug. Oké, jongens, volgens mij, de enige tank waar ik zeg maar zag dat ik in kon, was die daar. Oh mijn god, maar er staat een bewaker. Maar ik heb een lintje. Ik heb het lintje, dus dat kan ik laten zien. Ik doe alsof ik promotie heb gekregen, jongens. Je moet een beetje bluffen in het leven. Hey, daar hebben we Riccio trouwens. Riccio kon er niet bij zijn, dus daarom is er een eerbetoon naar Riccio gebouwd. Ja, soldaat, ik heb een promotie gekregen. Je moet zo snel mogelijk nu naar de hoogste toren daar gaan om daar de wacht over te nemen. Je hebt 5 seconden om hier op te hoepelen, anders heb je een groot probleem. Dus, succes. Hallo. Waarom heb jij je helm niet op? Sorry, mevrouw. Ik zet hem zo snel mogelijk weer op. Sorry, mevrouw. Dat is beter. Wat is zij eng. Ik had echt de oppermacht hier. En toen zij aankwam, toen werd alles gelijk helemaal weggeswiped voor mij. Oké, maar laten we even zo snel mogelijk kijken. Hey, dag, collega. Ik kom deze tank even inspecteren. Kijken of alles goed werkt. Ja. Top. Kijk, hier hebben we de koper, jongens. Dan kunnen we dit hier plaatsen. Dus zo, dan kunnen we naar binnen. 1 plus 5 plus 7.
Oké, die gaan we meenemen. En ja, knopje hier, knopje daar. De loop, ja, nee, correct. Deze tank hoeft niet aangekeken te worden, hoor. Hij loopt. Hij doet het goed. Prima. Hij doet het helemaal top. Denk ik. Ik krijg geen tanks. Oké, jongens, laten we dan nu met dit gaan. 1 plus 5 plus 7. Waarom ligt dat in de tank? Oké, David, ik denk dat ik de code heb. Dus ik ga je terug naar binnen om te inspecteren. Ja. 1 plus 5 plus 7. Dat is dus 1 plus 5 plus 7. Maar dat is dus niet. Dan moet ik het daadwerkelijk optellen om de code te krijgen. 1 plus 5 plus 7. Ik had 1, 5, 7. Of moet ik het optellen? Kijk, dus dan kan jij eens in kijken. 1 plus 5 plus 7. Moet ik dan denken aan gewoon daadwerkelijk het getal 13? Ja, misschien moet je 8 plus 9 doen. 8 plus 9? Wat? Ja, daar kom je ook goed uit waarschijnlijk. 8 plus 9? Ja, ik ben niet naar school geweest, sorry. 8 plus 9? Ik snap hem niet. 8 plus 9, ja, dan heb je 18. Dat is het 1, 8. Oh, dat ben ik niet. 1, 5, 7. Wacht even, ik ga even nadenken. Wow, dit kan op, is zo simpel. Het is 13 natuurlijk. Maar ja, of is het dan 1, 3? Dat zou ik heel raar vinden. Misschien moet je het sneller doen. Sneller? Ja. Komt-ie. 1, 5, 7. Ah, ik miste. Komt-ie. 1, 5, 7. Oh! Wow! Het ging gewoon om het tempo. Ik had het al gewoon goed. Oké. Okay. Pas op booby traps. Oké, blijf jij buiten? Ja. Hou de wacht. Voordat mensen verdacht worden. Hier is niks. Nee. Oké, jongens, daar gaan we. We gaan naar binnen. Pas op booby traps. Oh my days, dit zijn lasers. Maar volgens mij is dat de kluis. Volgens mij is dat hem. Oké, laten we over de lasers heen springen. Komt-ie. Oké, gaan we doorlopen. Dan gaan we doorlopen. Oké, ik moet hier oppassen. Dit is de booby trap. Ik zie hem al hier. Komt-ie, hè? Spring er overheen. Ah. Oh nee, volgens mij heb ik hem af laten gaan. Oh nee, we openen hem wel gewoon. Harde schijf. Alarm! 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 Oh nee! Ah! We zijn betrapt, David! Ik lees! Alarm! We moeten weg hier! We moeten weg hier, David! Waar zijn ze, jongens? Waar zijn ze niet? Waar is hij niet? Pak hem! In het doolhof is hij! Hij is in het doolhof, ga rennen, jongens! Pak hem, met z'n allen! Hij ging het doolhof in! Hij ging het doolhof in! Hier rechts! Let's go! Wat zijn de slechte cards dat ze dat geloven? Rennen, David! Naar de jeep toe! Papijn! We moeten versterking halen! Nou, naar de torens. Ze zijn het doolhof ingegaan! Wat is er precies aan de hand? Hij is in de torens! Snel! Hoezo de torens? Help! Is het niet? Kom! Ik ga de torens checken. Hoezo de torens? Het alarm komt daar van... Wat is er met deze cards aan de hand? Het alarm komt toch zo duidelijk daar vandaan? Ze zijn... Ze snappen het volgens mij niet helemaal. Waar gaan we? Moeten we terug naar de auto? Waar is de weg kwijt? Waar is de jeep ook alweer? Jeep is hier. Die is letterlijk hierachter. Kijk. Oh ja. Wat een slechte guards dat ze gewoon naar de torens ook gaan. We hebben daar de schijf. Dus hierop staat wie er wel en niet geabonneerd is op mijn kanaal. Kijk, ik denk dat we nu wel via de drip leaves moeten. Zo, kijk. David, kom op. Kom op. We hebben de schijf. Ze hebben niet door. Ze hebben niet door. Oh nee. Hij staat. Dankjewel, David. Dankjewel voor het opofferen. Hey, we hebben het gehaald, jongens. Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega groot politiebureau bouwen. Ik ben namelijk een topcrimineel die hier de bank wil overvallen. Zou het mij lukken om al het goud uit de kluis te stelen zonder daarbij aangehouden te worden door de politie? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer gelijk op mijn kanaal. Want anders komen mijn kijkers jou straks ook nog aanhouden en dan zit jij voor altijd vast in dit grote politiebureau. Jongens en één enkele dame, zijn jullie er weer klaar voor om het volgende bouwwerk te maken? Vorige keer was het de gevangenis, daarvoor was het... Oh nee, trouwens, vorige keer was het legerbouw. Daarvoor was de gevangenis. Zijn jullie klaar om een politiebureau te maken en mij als goede dief weer aan te houden in deze situatie? Ja. Nee. Ja, nee en zeker. Ja. Zeker. 100%. Hebben jullie al een reden waarom ik word aangehouden of? Stelen. Nog steeds... Nog steeds kaas stelen. Ik wil een ander verhaal dan kaas stelen, oké? Okay? Want ik wist het echt niet eens kaas, dus... Schitterend kaas stelen. Wel gesmolten kaas? Mogelijk. Oké, we weten het al. Veel succes met het bouwen van het politiebureau. Je ziet er goed uit allemaal. En hebben jullie nog wat te zeggen? Je wordt goed. Ik van kaas. Ja. Oh, ja. Let's go. Jongens, we staan hier in mijn dieven-outfit in een of andere rare, sketchy ruimte. Ik ben ready. Ik ben ready om in te breken of te ontsnappen. Weet ik veel wat we allemaal gaan doen. Er is helemaal iets gemaakt. Ik weet ook niet waar ik ben. Er is een of andere raar busje hier en een gekleurde muur en haha. En twee rare...
Ja, wat zijn het? Gasten in een, ik denk een rare groene plantjesruimte. Jullie weten allemaal wat het is. Hallo? 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 Wat doet u hier? Weet ik niet. Ik kwam binnen. Ik heb dit gevonden, deze plek. En het rook lekker hier, dus ik dacht, ik kom hier naar binnen. Ja, ik ben de Vaspo. Ja, dat lees ik. Oh, ja. Ja, oké. Okay, maar welkom in onze hippie hideout. Oh, daar staat HH zeker ook voor. Hippie hideout. Ja, ja, ja. Oké, okay, en jullie zijn, wat zijn die met z'n tweeën aan doen met deze doodnormale planten? Ruiken. Ze ruiken lekker. Ja. Ze ruiken lekker, ja. Ik zou niet te hard ruiken als ik jullie was, want dan worden jullie nog rarer dan wat ik jullie nu al vind. Maar ja, dat is zo, hè. Maar mag ik hier komen of moet ik gaan of zo? Of, want ik liep hier gewoon naar binnen. Ik denk dat ik beter aan jou kan vragen. Nu je hier toch bent. Ja? Wow. Ja, je hebt denk ik te hard aan die planten roken, of niet? Wij hadden als plan om in het stadje hier verderop een bank te gaan beroven. Maar, hoezo zeg je dat tegen mij? Ik heb misschien dan wel bivakmuts op, maar dan ga je toch niet gelijk tegen iemand letterlijk die jullie hideout, jullie basis binnenkomt, gelijk jullie plan vertellen. Ja, maar je weet het, dus je hebt iets voor ons te doen voor je vrijheid, dus Ik snap helemaal geen reet van wat je zei, maar ik ga akkoord. Let's go. Let's go. Ik wil een bank overvallen, ik vind het prima, ik wil geld. We gaan dus zo met ons busje naar het stadje rijden. Ja? Ben je buiten adem? Of hoe zit het? Ja, dat is een heel vredig stadje. Okay. Met allemaal leuke mensen. Ja? Maar daar moet jij wel wat dingen gaan doen voor ons. Dan kunnen wij ook wel apart van jou wat dingen gaan doen. Prima. Ik vind het goed. Ik wil prima een bank overvallen of dingen doen met jullie. Jullie zien er gezellig uit. Alleen misschien iets minder aan die groene plantjes ruiken, want het maakt jullie een beetje vaag. ga jij maar lekker ruiken. Oké, okay, let's go, zou ik zeggen. Ja, ik heb hier een boekje voor je. Ja. Alle dingen die jij zo in het stadje moet gaan doen. Ik moet alleen gaan? Ja. Je zegt dat wij gaan een bank overvallen. Nu het begint echt gelijk op jij gaat de bank overvallen. Wij kunnen ons niet zo heel goed concentreren. Dus ik ga denk ik als ik het doe toch liever zonder jullie dan met. Dus kom maar met het boekie. Ja. Oké, en ik heb ook nog iets anders. Hier een walkie-talkie. Hiermee kunt u ons oproepen. Oké. Okay. Voor als je hulp nodig hebt. Of als we iets moeten afleiden. Of een... Is goed. Mooie walkie-talkie. Ja, mooie. Ja, het ziet er goed uit. Ik zal hem even hier leggen. Oké, moet ik met het busje gaan? Ja, laten we gaan. Oh mijn god. Ja. A few moments later. Zo, wat een lange reis, hè? Ja. We zijn hier in een prachtige stadje. Met Ik zie wel gelijk een politiebureau. Ik weet niet of dat... Een bijzaak, ja. Dat heb ik zo wel. Nee, oké, maar meer als in... waar is de bank? Grote handen. We kunnen wel een beetje rondleiden, maar daarna moeten we wel verder met onze business. Ja, ik wil het ook wel zelf uitzoeken, hoor. Ja. Ik bedoel, ik heb niet zozeer rondleiden nodig. Dat vond ik wel goed. Dat is ook prima. Een lantaarn, die kan je bij je houden, want soms is de straatverlichting er niet goed. Ik zou hem op mijn hoofd zetten, zo. Wij gaan even terug naar de hippie hideout onze dingen doen. En dan... Ja, je hoeft niet eens te ontkennen, ga maar lekker plantjes beruiken met z'n tweeën en zo. En doe je ding, ik ga wel bank beroven. Ja. Oké, succes. Dat komt goed. Doei. Joejoe. Oké, jongens, we zijn hier in de grote stad aangekomen en ik zie... Oh mijn god, de bank is naast het politiebureau en dan willen ze dat ik de bank ga overvallen. Wat is dat voor... Dat is toch niet over nagedacht? Dit is een super beveiligde bank waarschijnlijk, zeker naast het politiebureau. Oké, maar laat ik eerst even, voordat ik de stad ga onderzoeken, mijn benodigdheden lezen, wat ik nodig heb om de bank te overvallen. En ik heb de walkie-talkie, daar ga ik nog even niet op praten. Laten we even lezen wat we nodig hebben. Kluiscode in archief... Of archief 2. Koevoet ventilatieschachten. Oh, dat is waarschijnlijk waar ik het kan vinden. Oké, Koevoet in de ventilatieschachten. Schep in de verhoorkamer 2. TNT in de bewijskamer. En frikandelbroodje in de... Waarom een frikandelbroodje? Ik heb helemaal geen zin in een frikandelbroodje. En pagina 2 is leeg. Oké, laten we beginnen. Wacht even, trouwens. Waarom? Ik moet het politiebureau ingaan. Oh mijn god, wat is dat creepy. Ik zie daar iemand onder de... Ik zie daar iemand in de put. Kijkt hij me aan of... Weet ik niet. Het lijkt wel alsof hij me aan... Nee, hij kijkt me niet aan. Oeh, wat creepy. Maar... Laten we eerst even ergens heen gaan waar ik wel gewoon naartoe kan. Alleen alles is voor mijn gevoel in het politiebureau. Oh mijn god. Nou, laten we dan maar eerst even de stad bekijken. We hebben hier gewoon een huis. Nou, dat zijn gewoon woonwijken. Ik hoef niet mensen in huis in of zo. Dus laten we daar maar even mee wachten totdat... Oh, wat is dit creepy? Oh mijn god, daar is er ook nog één. Dit is Elite Pester. Die kon er niet bij zijn.
Die is in de put gesprongen. Oké, dit is de bank. Laat ik eerst gewoon even in de bank zelf kijken. Ik wil überhaupt weten wat ik ga overvallen. Oh jee, medewerkers. Hallo. Hallo. Hallo meneer. Hallo, ik kwam per ongeluk. Ik dacht dat dit de politiebureau was, sorry. Ze lijken zo op elkaar. Oké. Doei. Doei. Oké, jongens, dat heb ik heel slim gespeeld. Totaal niet. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik kwam gewoon even binnenkijken, maar ik had niet verwacht dat er mensen zouden zijn. We hebben hier een speeltuin en daar een... Oh, waar moet ik serieus het politiebureau in? Moet ik daar dingen gaan stelen? Ventilatieschachten, weet ik veel. Oké, laten we eerst hier naar binnen gaan en kijken hoe ik dit ga doen. Oké, ik ga op mijn nachtwaak. Blijven jullie hier bewaken? Oh, hallo. Hallo, agent. Hallo. Je bent de redder van de stad. Dag. Dank u wel. Goeiedag. Goedenavond. Kan ik ergens mee helpen? Zou ik even snel het toilet mogen gebruiken? Ik moet heel nodig plassen en de bank die we, van de bank mocht het niet. Ik denk niet dat het helemaal de bedoeling is. Ja, maar anders plas ik echt letterlijk hier op de grond. Ik kan het even aan mijn baas vragen, maar dan ben ik over 5 minuutjes terug. Dat is prima, dat is goed. Doe maar. Oké, nou, dan gaan zij kijken. Dan ga ik even, wat is hier? Elektronische beveiliging. Oh, oké, dus hier kunnen we niet doorheen. Scan uw pas. Daar ook. En daar hebben we een bewakercel staan. Ja, dan kan ik ook niet hier achter de balie gaan zomaar, denk ik. Ik heb geen pas of zo. Wacht, ik heb de walkie-talkie. Ik ga het eerst zelf uitzoeken. Wacht, laten we even kijken wat we nog meer kunnen vinden. Hij is toch 5 minuten weg? Oké, wat hebben we hier? Hier hebben we een grote garagedeur. Is niet voor mijn gevoel echt een manier hoe ik van buiten naar binnen in kan breken. Niet via de zijkant hier. Dus ook denk ik nee. Zie je, dit is ook helemaal plat. Oh, hij is terug. Hij is terug. Kijk, sorry. Mag het? Ik wilde al bijna buiten gaan plassen. 1 woord. Hij zei nee. Echt? Nou, dan ga ik je op de grond plassen. Mag dat? Ik zal vast het wel halen. Ik kan gewoon proberen. Ik kan je toch niet doorheen? Dat is letterlijk beveiliging. Hallo? Oké, wacht. Ik ga via mijn walkie-talkie. Hallo? Oh mijn god, ze zijn hier in de speeltuin. Wat zijn ze hier aan het doen? Nee. Goedendag, heren. Mag ik vragen wat jullie zo laat op deze avond hier aan het doen zijn? We zijn aan het wippen. Wippen? Ja. Aan het wippen. Ja. Op de wipwap. Ja. Zie je dat niet te veel? Kunnen jullie ook hier komen? Waar? Nee. Oh ja. Ja. Oké, ik wil dat jullie heel even... Oké, wat is hier gaan? Ik wil dat jullie heel even hier deze blaastest gaan doen. Blaastest? Oh god, ze zijn de pineut. Ze zijn 100% de pineut. 1. 2. Alsjeblieft. Ik kom hier terug. Kom terug. Oké, jongens, kijk, ik zie dat hij heeft... Ik weet niet wat het is dat hij in zijn handen heeft, maar hij heeft volgens mij zo'n pasje in zijn handen. Dus misschien heb ik die nodig, maar hoe ga ik daaraan komen? Ik ga het gewoon aan de buurman of via de ding vragen. Aan de hippies. Jongens, hallo, horen jullie mij? Hallo? Ja. Ik heb een pasje nodig om binnen te komen in het bureau. Want ik heb blijkbaar moet ik allemaal dingen uit het politiebureau stelen. Ik weet niet of dat zaken zijn, als ik eerlijk ben. Ik hoop dat de verbinding goed is. Maar ik hoop dat dat niet onze zaak is, want wij hebben de pasje ook niet. Ja, maar ik kom toch niet binnen anders, weet je? Er staan mensen voor die deuren. Daar kom ik toch niet langs? Ja, maar ik zie je staan. Ik loop er vanuit toe. Oh, fijn. Ik kom daar toch niet binnen? Hoe willen jullie dat ik dit doe? Ja, ik... De stad is ook weer te vinden. Misschien in een put of zo, of in een huis, of in... Winkel. Weet je wat? Ik ga wel gewoon een pasje zoeken, inderdaad. Ja. Ik hoop dat je het kan vinden. Kom maar goed. Laten we in deze winkel hier kijken. Wat is dit voor winkel? Hallo? Dit is een soort doolhof. Goedemiddag, wat ben ik blij om jou te... Ik ben helemaal happy. Ik ben heel blij dat jij hier in mijn winkel komt. Hallo? Hallo, ik weet niet of ik spijt heb dat ik hier naar binnen ben gelopen. Ik weet het niet, maar ik ben heel blij. Kom hier, ik laat je alles zien van mijn hele mooie winkel. Ja, doe je ding. Verbouwing. Weet u wat er voor de winkel dit is? Wat voor winkel ben ik ingelopen? Dit is een carnavalswinkel. Een carnavalswinkel? Ik ben een Italiaan in een boerenpak. Oh, hey, nu ik hier ben, mag ik even naar je beste... Wat voor pak heb je allemaal? Nou, ik zal je laten zien. Dit is, weet ik niet, voor de pak. Maar ik heb een speciale pak, die is net binnengekomen. Kom maar mee. Wacht. Als hij een politiepak heeft, zou vet handig zijn. Die heb ik er zeker. Heb je een politiepak? Ja, voor de carnavalen, je weet wel. Oh, wat is dit? Heeft kijk, hier, deze de blauwe. Dit is net binnengekomen uit het assortiment. Ah, kijk maar, jongens. Maar, je mag het niet... Je kunt, want ik word heel veel gestolen hier. Maar dat moet u niet doen. Nee, oké. Ik wil niet stelen, dat is logisch. Precies. Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik even uit mijn, in mijn boekje kijken. Doe jij even in je boekje kijken en dan ga ik hem tussentijd ga ik hem gewoon stelen. Zo, jongens. Kan ik passen in de tussentijd? Ja, je kan hier even kijken, hoor. Je kan hier... Ja?
Kom maar, is dit een pashokje, neem het dan maar mee. Dit is hier een pashokje alleen. Ah, oké. Okay, dan ga ik even passen, ja, okay. Succes. Ik doe hem even aan. Ja. Ja, kijk jongens, doe ik hem zo aan. En dan in de tussentijd doe ik mijn headdoek off, zeg maar zo. Zie je, dan heb ik gewoon mijn gezicht zonder dat rare dingetje. Oké, dan moet ik die even zo op mijn hoofd ook doen. Kijk, nu ben ik echt een agent. Goedendag, gaat alles hier goed? Oh, meneer de politieagent. Dus, hallo. Dat is een daadwerkelijk agent. U wilt er toevallig ook iets kopen hier? Oh, ja, ik ben gewoon een patrol aan doen. Oh nee, dat is heel fijn, want het is een avondwinkel. Ik zie dat hij is verkocht. Ja, zeker. Ik heb hier net mijn nieuwe assortimenten. Die is hier nou aan het passen. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, okay, dan hoop ik wel dat hij betaalt, ja? Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Maar voor de rest is er niks aan de hand, meneer de politieagent. Is goed. Ik zal blijven dichtbij zijn om te kijken of hij betaalt. Dank u wel, meneer de politieagent. Anders zou hij je terug moeten geven. Ja, precies. Zo, ik heb niet eens geld. Nou, hier de outfit. En dan kom ik zo terug voor het geld, oké? Ja, dat is helemaal prima. Ik zal het voor u bewaren. Want u wil het reserveren of... Ja, reserveer het maar voor me, joh. Het is helemaal prima, dan zou ik het hier achter zetten. Yo! Oké, jongens, laten wij even kijken of we wat geld kunnen regelen. Want ik heb ook helemaal geen geld. Hij is de agent die zegt van alles aan het opschrijven. Laten we gewoon bij de huizen langs gaan. Kijken of mensen gaan gewoon bedelen. Hallo? Niet thuis, sleutel bij buren. Oké. Okay. Prima. Dan gaan we naar de buren. Dat is heel raar dat je dat zo op een bordje dat wordt dan 75 euro van illegaal in een put zitten, meneer. Oké, okay, laten wij hierheen gaan. U kunt hier het boekje signen. De buren. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Er is niemand thuis. Kijk die agent niet? Oké, dan gaan we naar binnen. Oké, we zijn een soort van aan het inbreken. Dat betekent... Het masker gaat weer op. Laten we even kijken wat we kunnen vinden in dit huis. Ik moet wel oppassen dat ik niet gespot word door de agent. Laten we zo snel mogelijk ook gaan. Coin? Oh, kijk, gewoon geld. Ah, we zijn geld aan het stelen. IJzeren sleutel voor bij de buurman. En dan hebben we best wel wat geld. Dan hebben we 8 gold. Ja, ik had eigenlijk even moeten vragen hoe duur het was. Oké, laten we snel naar de buurman gaan. Ik mag niet gespot worden. Dus we gaan gewoon zo snel mogelijk rennen. Oké, we hebben hier de sleutel. IJzeren sleutel. Hoppakee. Ik weet niet waarom de buurman die zo bij hem had, maar weet je, ik vind het prima. Laten we kijken of we nog meer hier... Hoppa, nog meer geld. Zoveel mogelijk geld stelen. 100% zit hieronder ook nog eentje, juist. De keycard! Ah, kijk, ik heb hem, jongens. De keycard is gespot. Oftewel, we kunnen nu, als we de outfit kopen, kunnen we naar binnen in het politiebureau. Oh, hier is nog meer geld in de appel, hè? En dat doen we even alsof we daar... Alsof we daar werken. De agent achter de balie had mijn gezicht nog niet gezien. Omdat ik mijn dievenoutfit op had, wat best wel verdacht was. Maar dus ik denk dat we daar legit nu gewoon naar binnen kunnen. Wow! Wat is dit voor lijpplafond? Damn! Zit hieronder nog iets of zo, wat ik even moet zien? Oké, ik heb 23 dingen. Misschien dat hierboven nog iets zit. Nee. Ik heb 23 golden coins. Misschien is dat wel genoeg. Laten we de masker weer even afdoen. Zo. Moet mezelf niet al te verdacht maken. Meneer, ik ben terug. Oh, goedemiddag. Of ik bedoel, avond. Wat een domme van Ik ben er weer. Oh mijn god, wat heb jij een dolf hier. Excuses, dat heb ik er zo voor gekozen. Omdat ik dat een leuke vind om in mijn vrije tijd de dolf op te spelen. Dat snap ik. Hey, hoe duur is dat pak eigenlijk? 25 coins. Ik ben zo terug. Ik heb er maar 23. Oh jeetje. Ik heb er 2 gemist. Okay, misschien dat die laatste... Ik heb die huizen nog even een keer goed gekeken. Gewoon in... Ik heb het laatste huis hier nog niet eens bekeken. Misschien dat ik hier de... Oh mijn god, een computer, wat cool. Of een scherm bedoel ik. Maar misschien dat hier daadwerkelijk gewoon de la... Oh mijn god, ja, hier zijn ze ook gewoon. Bruh. Het zijn er zelfs meer. Het zijn er gewoon veel meer zelfs. Wat is dit? Een fornuis! Ik snap hem! Cool, leuk gedaan. Wat is hier beneden? Kijk of... Niks. Oké, dan heb ik denk ik nu wel elk huis gehad. Oh, ik moet zo... waarom zijn er zoveel agenten hier buiten? Oké, laten we gelijk mijn hoedje weer afdoen. En dan kunnen we nu wel betalen. Meneer Italiaan, ik ben... Oh, ik vind het niet leuk dat ik jullie stemmen hoor. Waarom zijn jullie hier? Oh, ja, de meneer... Hij moest naar huis. Hij koopt bij ons, weet je wel. Ja, het honger en hij koopt bij ons. En vroeg het even over hij het kon overnemen. Ik hoef het niet te weten. Ik vind het prima dat jullie hier staan. Neem het. Ik had volgens mij was 25, dus ik wil wel mijn wisselgeld. Oh, ja, bedankt. Ja? Ja. En dan wil ik ook de outfit. Ja, ik weet niet waar het ligt. Oh, daar. Oh. Dan gaan we bank overvallen en dan moet ik dit kopen. Ik kon net zo goed de outfit stelen. Waarom heb ik hier überhaupt voor betaald? Ja, jongens, dank jullie wel. Ik voel me echt agent. Ik ga nu de politiebureau inbreken, oké? Okay? Ja. 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 Doei. Oh, ze zijn nu alweer planten aan het ruiken. Oké, jongens, ik heb nu de politie uitstaan, dus ik ben vanaf nu een agent. En ik kom me aanmelden voor, niet voor de eerste dag, ik ben een uitwisselingsagent. Verzin het, collega. Goedendag. Mag ik uw keycard zien? Absoluut, zie je. Ja, dat is goed gekeurd. Prima, top. Rex, hè? Dank u. Oké, jongens, we zijn hier nu in. Hier was het toilet, ik kom wel naar het toilet. Wat een oplichter was die ene agent. Was hier gewoon in het toilet? Oh, vreselijk. Oké, ik ben nu in het politiebureau. Nu gaan we even kijken wat we precies nodig hadden. Archief 2,
moesten we zijn ventilatieschacht, de verhoorkamer 2, bewijskamer en de kantine. Die zijn de kantoren. Ik moest niet bij de kantoren zijn, dus die kunnen we skippen. Oh mijn god, het is het groot hier. Archiefkamer 1. Moest ik daar? Nee, ik moest in 2 zijn. Laten we even kijken hoe er zo eentje uitziet. Een archiefkamer, gewoon zoals ik kon verwachten. Daar kan ik doorheen lopen, ik voel het. Ik wist het, maar wacht even. Misschien dat ik dan te hard verstapel lopen. Oké, dit is, lijkt op de kantine, maar is het ook de kantine? En daar had ik nodig een frikandelbroodje. Ik denk niet dat dit de kantine is. Maar ik kan altijd proberen om te kijken. Het is misschien inderdaad niet de kantine. Oppassen, want er lopen wel heel veel agenten hier binnen. Dit zijn cellen. Oké, ik moet niet naar boven gaan. Ik moet eerst even die archiefkamer vinden. Cel 4. Allemaal hoofden. Oké, jongens, nu heb ik een rondje gelopen. Laten we dan gewoon door dat schilderij lopen. Kijk wat we kunnen vinden daar. Moet wel snel zijn voordat mensen doorhebben dat ik hier eigenlijk helemaal niet thuis hoor en geen agent ben. Dus, hoep. Waar zijn we nu? Oh, dit is in een cel. Oh, dit is goed om te onthouden. Oké, laten we dan wel via deze kant weer teruggaan. Dit is goed om te onthouden. Laten we naar boven gaan. Waar zijn we? Grote ruimte. Verhoorkamer. Moest ik in de verhoorkamer zijn? Ja, verhoorkamer 2 moest ik zijn hier. En dan moest ik stelen een schep. Oké, maar ik zie geen schep. Ik ben in verhoorkamer 2, toch? Ja. Oh, dit valt ook onder voorkamer 2. Waar ga ik hier een schep vinden? Huh? Ik weet niet of die hippies mij goede informatie hebben gegeven... of dat ik naar voorkamer 1 moet. Dat ze gewoon zo stoned waren. Oh mijn god, daar is hij. Ik wou zeggen, wat is er mis met mij? Is dat in het plafond? Goed verstopt. Oké, we hebben een schep. Laten we die even stiekem hier stoppen. Zo. Dan kunnen we die afvinken. Dan moeten we nu nog naar de andere ruimtes toe. Dus laten we even kijken wat we vinden en dan gewoon daarop anticiperen. Wat zijn dit voor? Oh, dit zijn gewoon kantoortjes. Maar die hebben wij niet nodig, kantoortjes. Laten we even de andere kant pakken. Daar ben ik nog niet geweest. Wat is dit? Archiefkamer 2. Daar moest ik zijn en daar moest ik stelen. Kluiscode. Oké. Oh mijn god, dit is beveiligd. Maar ik kan er wel doorheen kijken. Oké. Alleen daar kan ik niet komen, maar ik kan daar wel kijken. Papier, 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 papier. 8. Papier, papier. Oké, ik heb een 8. Maar daar kan ik niet doorheen. Dus misschien moet ik dit openen of weghakken met iets of zo. Ik heb een koevoet nodig, dus misschien dat ik met die koevoet deze kamer wel in kan. Oké. Dit ziet eruit als de kantine. Oké. Of niet? Is dit de kantine? Staat nergens dat dit de kantine is, volgens mij. Maar het lijkt wel op de kantine. Dan heb ik een frikandelbroodje. Waarom heb ik een frikandelbroodje nodig? Weet je wat? Dat is mijn laatste prioriteit. Laten we die als laatste pakken. Oké, nog één verdieping omhoog. Wat vind ik dan hier allemaal? Wat is dit? Ventilatieschacht is hierboven. WC, WC. Cameraruimte, moest ik daar zijn? Nee, maar ik kan wel even kijken. Cool. Wat is dit? Gouden ladder. Oké, die neem ik vast mee voor de toekomst. Zien dat ik die later nog nodig heb. Ik denk hier. Oh, trouwens, die heb ik nu gewoon nodig. Want ik moet in de ventilatieschacht zijn, want daar vind ik de koevoet. Oké, gouden ladder. Maar ik denk dat ze dan alsnog... Ik plaats me gewoon hier. Het zal wel goed zijn. Zo. Oh mijn god, dit zijn de ventilatieschachten. Nee, het is een dolf. Ik heb mijn lantern weer nodig. Nou, laten we het dolf doorgaan en kijken of ik hier mijn koevoet kan vinden. Gelukkig weten jullie allemaal, jongens, dat ik een expert ben in het uitvinden van waar ik heen... Ik ben weer bij het begin. Laten we gewoon verder lopen. Dit loopt weer dood. Hierheen. Ja, kijk, dit is de lange gang. Lange gangen zijn altijd goed, jongens. Dit voelt goed. Dit voelt goed. Het voelt alsof ik de goede kant op ga. Oh, een deur. Een deur. En het is een kist met daarin een koevoet. En het is ook daadwerkelijk gewoon een grote koevoet. Oh, dit is echt cool. Die koevoet is echt heel cool. Oh, nu moet ik mijn route nog terugzoeken. Dit loopt dood, maar ik ga alsnog erheen om te kijken wat er zit. Het liep inderdaad dood. Oké, we zijn weer terug. Hier moet ik oppassen dat ik niet gespot word. Laten we de koevoet eventjes ook hier doen. En die had ik namelijk nodig voor... Gok ik can break iron bars. Ja, dat bedoel ik hier. Top. Ik hoor een collega. Laten we hem even een beetje vermijden. Dat we hem niet zien. Was het op de vorige verdieping? Volgens mij wel, hè? Oké, laat ik de koevoet meenemen naar die ruimte. Kijken of ik daarin kan breken in die ruimte waar ik moet zijn. Hier in de archiefkamer. Maar als het goed is, is hier een collega. Oh mijn god, dat was echt heel close. Ik moet echt oppassen. Kijk, die lopen hier ook. Waarom lopen ze hier allemaal? Ik ga gewoon naar binnen. Niemand die door heeft. Let op. Oké, net op tijd. Laten we shift inhouden. En laten we dan nu dit hier breken. Zodat ik er doorheen kan. Zo, met de koevoet. Om nog meer dingen te vinden. We hadden een 8, we hebben een 6. Oké, 6 en 8. Ik neem ze mee. 8 en 6. Dan hier hebben we een 3 hebben we erbij. En dan gok ik dat we er nog 1 nodig hebben. Kijk, daar. Een 2. Is dat alles? Oké, dat klinkt als alles. Dan hebben we een 2, een 8, een 6 en een 3. Laten we dit maar even terugplaatsen. Alsof ik hier nooit ben geweest. Oh, even oppassen. Niemand die hier buiten staat. Top, let's go. Dan heb ik nog nodig... Ik heb de kluiscode. Ik heb een koevoet. Ik heb de schep. Ik heb alleen de TNT niet. En het frikandelbroodje, maar die is in de bewijskamer. Dus laat ik nog één verdieping omhoog gaan. Of ik hier een bewijskamer kan vinden. Weer een toilet. Zijn er genoeg toiletten? De oplichters. Ha, de bewijskamer. Kijk. Oh nee, het zijn heel veel kisten. Ik ga in één keer de goede pakken. Let op, hè. Hier, boom.
Oh, ik heb wel heel veel gevonden, maar ik weet niet of het gelijk de goede is. Amsterdamse plant, laat ik die voor onze grote vrienden meenemen. Kristals, oh, dit is gewoon allemaal drugs trouwens. Oh, laat ik dit trouwens maar niet meenemen. Maar wat had ik ook weer nodig? TNT. Ik dacht even dat ik in één keer een goede had. Dat had ik heel cool gevonden. TNT. Oké, eentje maar. Is eentje wat ik nodig heb? 3 keer heb ik nodig. Nou, laten we even 3 keer TNT vinden. Is niet al te moeilijk volgens mij. Pas dat er geen agent binnenkomt lopen. Nog een TNT. Deze zijn allemaal leeg. Dan betekent dat hij in deze kist hier ligt. Nee, in deze kist hier. Nee, in deze kist hier. Nee, in deze hier. In deze hier. Wat is dit? Huis van Kabouter Plop. In deze hier. In deze hier. In deze hier. In deze hier. Ik heb hem gemist. Ik ben blind. Ik heb hem 100% gemist per ongeluk. Ik vind het cool dat alles een naam heeft. Laten we trouwens gewoon ook geld stelen. Ik bedoel, nu ik hier toch ben. Nou, daar heb ik trouwens geen tijd voor. Ik ben blind. Ik heb hem niet gevonden de laatste TNT. Zit hij dan toch in een van deze die allemaal leeg zijn? Oh mijn god, is dat gewoon hier. Oké, jongens, dan hebben wij volgens mij alles. Behalve... Ach, ik moet een frikandel... Moet ik echt een frikandelbroodje halen? Waarom nou weer? Ik heb gewoon alle belangrijke dingen. Ik durf te weten dat ik dat frikandelbroodje niet nodig heb om de bank te overvallen. Oké, maar... Zij zijn bij elkaar. Zij zijn in de kantine of zo. Wat zijn ze aan het doen? Is dit de kantine? Nee, toch? Dag, collega's. Ik ben nieuw in dit politiebureau. Uitwisselingsagent. Weet u, kunnen jullie me even wijzen naar de kantine? Ik heb geen idee waar de kantine is. Hoezo niet? Werk jij hier niet? Ik werk hier ook pas net. Oh. Oh, nou, ik zoek hem wel. Dank jullie wel. Succes. Hoezo weten ze niet waar de kantine is? Helemaal dat er toch een kantine is. Oeh, laat ik oppassen met je doorheen lopen. Hoe ga ik de kantine vinden? Ik moet even iemand verleiden om me naar de kantine te brengen. Op een niet verdacht. Dit is toch gewoon de kantine? Niks lijkt meer op een kantine dan dit. Maar ik heb hier in elke barrel gekeken. Oh, mijn god, daar is een barrel. Oh, dat is geen barrel. Waarom is hier een stukje plafond weg? Dag, collega. Ik dacht dat dit het was. Ik heb het gevonden, maar nee hoor. Dit is nep, dit is niks. Is dit dan toch de kantine hier? Ik ga gewoon elke kamer proberen. Ja, want hier staan computers. Lijkt me gek dat dit is gewoon een kantoortje. Dit is helemaal geen kantine. Dit is letterlijk een kantoor. Ik ben echt een idioot. Wacht. Dit is gewoon een kantine. Klaar. Dan maak ik het desnoods. Dit is vanaf dit moment de kantine. En ik ga hier een frikandelbroodje vinden. Collega, iemand heeft mijn frikandelbroodje uit de kantine gestolen. Kunt u even kijken naar de plaatsdelict? En wat gaat u hier doen dan? Ik loop met u mee. Ik heb mijn frikandelbroodje nodig. Mijn lunch is gestolen. Is goed. Ik wil graag mijn lunch hebben. Ja, maar het is gewoon nacht. Ja, maar er zijn toch andere collega's hier die misschien mijn broodje hebben opgegeten? Ja, maar dat kon je toch wat eerder aangeven? Hoezo? Het is mijn broodje! Ja, maar je zei dat het lunch Niemand. Was. Het is nu echt gewoon na avondeten. Mijn leven werkt anders. I'm built different, oké? Oké. Kunt u helpen zoeken naar mijn worstenbroodje? Ik zal helpen zoeken. Top, dankjewel. Ik heb hem hier gelaten in deze barrel, hier in deze kast. Ja. En hij zit er niet meer in. En niemand zegt dat hij hem op heeft gegeten. En ik heb iedereen's adem geroken en niemand's adem ruikt naar een worstenbroodje. Oké, wacht. Ik zal kijken. In ieder geval dat dit de kantine is, jongens. Hieronder zie ik hem liggen. Wacht. Is dit een... Gadverdamme, dit is een barrel en dat had ik niet door. Is iemand hem daar verstopt? Waarom? Wat een kleuters hier, hè, allemaal. Ja. Maar dank jullie wel voor het helpen. Ik had het nooit zelf gevonden. Oké, is goed. Oké, jongens, blijkbaar was dit een barrel. Had ik nooit gezien. Barrels mengen echt goed met andere blokken. Holy damn. Oké, ik heb alles. Dan ga ik nu op mijn nachtpatrol. Komt-ie. Dan gaan we niet via zijn kant. Dan gaan we via de andere kant. Anders moet ik weer met hem praten. En dan lijkt het misschien verdacht. Komt ie? Erop. Oh, maar dit is wel... Ik wil hier niet doorheen lopen, eerlijk gezegd. Want ik heb te veel... Hallo? Ik heb te veel bij me. Ik moet wel naar de andere kant. Oh, kijk, hij gaat... Oh, wat een verwarrende collega. Zo, mijn nachtpauze zit erop. Ik kom je dienst overnemen hier. Heeft u genoeg gegeten van het frikandel? Ik heb... Ik ga nu de nacht wacht. Oké. Cool, hè? Mag ik hoeveel pasje nog zien? Ja, tuurlijk, hier. Nog één keer het pasje. Oké, die is denk ik wel wat goed gekeurd. Top. Kijk, dankjewel collega. Oké. Kunt u even die mensen daar achteraan spreken? Want ik had al eerder... Ik zag het al, die idioten daar weer. Ik zal ze aanspreken. Ja, spreek ze maar aan. Psst, hey. Jongens. Hey, kom. Kom. Het is heel vies om met jullie... Waarom zit ik met jullie in de speeltuin? Het is een plek voor kinderen, niet met vieze hippies. Ja, maar je leven geen kinderen. Kom. Ik leef geen kinderen. Waarom is het niet gespeeld? Maakt niet uit. Te veel vragen, te weinig tijd. Heb je alles? Ik heb alles. Ik heb alles bemachtigd. Oké. Jullie moeten hier wel weg, want ik moest jullie wegsturen. Ik ben vanaf nu ook een agent. Ja, maar mogen wij die TNT hebben? Hoezo? Jullie de TNT? Ja, wat denken jullie zelf? We vinden dat interessant, cool en heel spectaculair. Oh mijn god. We willen die graag vanzelf hebben. Neem ze mee. Neem het mee. Wil je ook het worstenbroodje? Ja. Ja, natuurlijk. Het was die voor jullie. Dit is een frikandelbroodje. Geen worstenbroodje. Dat frikandelbroodje, weet ik veel, hetzelfde. Ja. Maar. Ga je alvast in de bank kijken, dan... Ik doe wel mijn politie-outfit weer uit, oké? Want zo. Ja? Als je een nodig hebt, heb je een walkie-talkie. Ja, als we iets moeten doen, afleiden of zo. Ik verzin het al. Doei. Ja, joe. Oké, waarom heb ik een schep? Ik heb een schep.
Maar voor wat weet ik niet. Laten we in ieder geval kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Kijk, deze keer kom ik daadwerkelijk hier binnen. Want nu was mijn bedoeling. Ik wil graag een rekening openen. Hallo. Hallo, wilt u een rekening openen? Ja, okay. Voor 18 geld. 18? 18 geld. Oké. Okay. Papijn? Ja? Je moet even een rekening openen van 18 geld. Ja, dat is goed. Ga ik doen. Ja. Oh, en wist u al dat Bitcoin weer 20.000 heeft aangetikt? Echt? Dus, maar ja, het was ooit veel hoger dan dat, dus. Ja, maar u kan nu uw Bitcoin ook kopen, hè? Echt? Ja. Ik wil geen Bitcoin. Oh. Ik vind het prima hoor, maar ik ben bang dat ik mijn geld verlies. Oh, hey, okay. Terwijl ik aan het wachten ben, is het prima als ik even rondkijk. Ik vind het prachtig gebouw. Oh, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Hey, die heb ik ook een keer nagebouwd van het internet. Die kan me laten. Oké, okay, wat is dit? Cryptocurrency. Nee, ik wil geen crypto. Laat me met rust. Valuta's inwisselen. Oké. Okay. Hier kan ik dus valuta's inwisselen. Maar wat is daar? Daar is de code. Ah. Oh, en het is een optioneel. Het is een 50-50. Ik weet die code. Oké, okay, er moet een afleiding zijn. hippies, hallo, horen jullie mij? Hallo, hippies. Ik heb de walkie-talkie-brok op de grond geplaatst. Hallo, hippies, horen jullie mij? Ik ben verbinding goed. Kunnen jullie een ruzie starten hier in de bank? Ja, we kunnen wel iets maken. Hoort u mij goed, meneer? Nee, heel meneer? Slecht. Oh, ja. Ja? U heeft hier uw 18 geld. Oh, maar dan moet ik het geld ook niet inleveren. Alsjeblieft. Anders heb ik zeg maar dubbel. Oh, je moet het ook officieel daar doen. AMRO. ING AMRO, is dit? Oh, ik geef per ongeluk mijn rekening terug. Hier heb je mijn geld. Ja, kijk, dankjewel. Dankjewel. Rekeningnummer 8734. Rekeningnaam Max Saldo 18 geld. Meneer, ik vroeg om 18 geld, niet om 18 euro. Wij werken alleen met euro's. Oh, de crypto hoor ik net. Ja, dat klopt. En Bitcoin. En Bitcoin, dat is crypto. Kom nou hier, ik heb een afleiding nodig. Ja, ik krijg een afleiding. Ik versta er echt geen reet van. Ik zou iets proberen. Top, dankjewel. Ja. Oké, tussentijd jongens. De code gaat zijn 2368. 2368 is het wachtwoord, of de code. Maar ja, ik ga die natuurlijk niet zomaar invullen, want dan word ik betrapt. Ik heb ook nog een schep. Oh, daar komen ze. Oh god, daar komen ze. Jongens, ik heb een bom. Ik ben aan het uitzien. Hier komen. Meekomen. Oké, pas op hoor. Ik blaas je op. Heb jij daar? Oké, jongens, we doen snel mijn head doen we weer op. En dan gaan we, komt ie. 1, 3, 6, 8. Hij is open. Het is van mij. Het goud is van mij. Oh mijn god, wacht. Ik heb een schep. Wat moet ik met die schep doen? Ik had toch geen goud hakken met de schep? Jongens, waarom heb ik een schep? Oh jee. Uh-oh. Uh-oh. De kluis is dicht en volgens mij staan er agenten voor de kluis. Oh nee. Ik ben een agent. Ik ben in de koffer. Meekomen nu, meekomen. Oh, ik ga mee. Meekomen. Ik ga mee. Meekomen. En volg mij. Ik volg je. Als ik je kon vertrouwen. Je begon over Bitcoin. Ik kende je 2 seconden. Het is niet te vertrouwen. Ik ga wil nu de rekening terug. Nee, het is mijn 18 geld. Nee, nu geef je het terug. Geef het terug. Hier te plaatsen, oké. Hier? Kan nee, de rekening. Als je nu die agent niet slaat. De rekening, alsjeblieft. Oké, okay. Ik was een trotse klant. Ik ga een slechte review okay, en nu volgen. Yelp achterlaten. Dat moet je zelf okay. weten. Hoe wisten jullie dat ik die bank ging inspecteren? Ik ben een koffer agent. Stil alarm. Oh mijn god. Er lopen twee... Hoezo gaan jullie achter... Oh nee, ze hebben niet dat jullie ook zijn aangehouden. Oh mijn god. Meekomen. Ik wil toch niet, duwt me weg. Oh. Het was trouwens niet mijn frikandelbroodje. Ik heb je bedrogen. Oh nee. Hier. Jullie hier in de cel. Oh jee. In de cel, allebei. Met z'n tweeën ook. Dat mag ik alsjeblieft niet in twee. Ik wil niet in twee. Hier komen. Oh, wat? Hier. In deze cel. Oh. Sneller. En nu? Je zult daar nu blijven. U heeft te veel gestolen. Ik heb niks gestolen. Ik wilde het stelen, maar uiteindelijk is het niet gebeurd. U heeft ingebroken in een legerbasis. Ja? U heeft nog allemaal andere dingen gedaan. Ik heb niet ingebroken in een legerbasis. Dat was iemand anders. U gaat hiervoor naar een psychiatrisch centrum. Psychiatrisch centrum, hallo? Dat wil ik niet. We gaan ze u behandelen. Daar is een beroemde professor die dat goed kan. Vandaag gaan deze 7 kijkers... een mega groot gekkenhuis maken. Ik ben namelijk aangehouden en de artsen die beweren dat ik gestoord ben. Kan ik ontsnappen van de mysterieuze professor? Of zal ik voor altijd vastkomen te zitten tussen de rare gevangenen? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders zal de professor jou straks ook nog vinden. En dan zit jij ook opgesloten. Dames en heren, zijn jullie er weer klaar voor om de volgende map te maken? Jullie hebben vorige keer een politiebureau gemaakt en een bank. Daar ben ik aangehouden. Daar ben ik in het politiebureau terechtgekomen. En daarmee werd
werd ik doorgestuurd naar een of ander raar verblijf. En dat gaan jullie nu maken. Ja? Ja. Ja. Is er een reden dat ik daarheen moet? Wat, waarom ben ik gestoord? Of... Je hebt zo vaak ingebroken. Ja, je bent gewoon een kleptomaan. Kleptomaan? Oké, prima. Nou jongens, ik wens jullie veel succes met het bouwen van dit prachtige psychische gebouw. Willen jullie nog wat zeggen? Abonneer. Abonneer, weet je wat? Prima. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Jongens, daar staan we dan. We zijn hier uit de tunnel gekomen. Ik heb politieagent Julian gevolgd, want jullie weten het in de vorige aflevering waarin ik het politiebureau ben ingebroken in het politiebureau. Ben ik uiteindelijk aangehouden met de bankoverval en weet ik veel wat allemaal. En nu moest ik met jou mee naar een psychiatrisch centrum. Daar gaan we heen. Oh, ik heb hier echt geen zin in. Waarom? Kan ik niet gewoon hier gelijk in de gevangenis stoppen? Dat vind ik ook prima, weet je. Hier gaan ze jou helpen. En dan, want je bent al toch eerder uit de gevangenis gebroken en hier kom je nooit uit. Dat vind ik niet leuk om te horen, maar prima, ik volg je. Het ziet er wel een beetje angstaanjagend uit hier, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik vond de gevangenis er leuker uitzien qua veiligheid. Ik voel me iets minder veilig hier. Ja, het gebouw staat al sinds 18 nog wat. Dat kan je ook wel zien. Het is van binnen gerenoveerd en zo. Oh, maar waarom niet van buiten? Dus stort het in. Ik wil daar niet naar binnen. Ik blijf hier. Nee, je ik gaat daar naar binnen. Oké, ik ga mee. Hier gaan ze je helpen. Oh, my days. Ik kom binnen buiten als een frisse man. Als een frisse man. Nou, het gebouw ziet er niet eens fris uit. Hoe kan ik hier als een frisse man uitkomen? Oh jee, ik ga mee. Oh. Goedendag. Zijn jullie hier om opgenomen te worden? Ja, dit is Walnut. Hij komt hier. Ik moet blijkbaar hierheen omdat ik niet goed in mijn kop ben of zo. Dat beweren ze. Ja, dat is de grootste reden waarom mensen hier naartoe komen. Ja, maar ik ben wel goed in mijn... Ik heb een heel goed koppie. Ik beloof het, echt waar. Ik ben hier binnen een dag weer weg. Dus ik wraak nemen, dat is niet waar. Ja, hallo. Walnut, Max. Waar kan ik mee zijn? Ja, oké. We gaan eerst even een fotootje van jou maken. Ga maar even hier staan voor het witte gebeuren. Ja, oké. Ja, even lachen graag. Ik lach. Ja. Ja. Oké. Yes, top. Oké. Krijg ik hem ook nog te zien, of? Nee. Hoezo niet? Waarom maken we dan de foto? Ja, dat is voor ons, niet voor jou. Oké, prima. Ja. Nou, leidt u de heer Walnut verder van... Ben jij het laatste gezicht dat ik zeg maar gezien die je niet hoort? Ja. Oh, het is een Teletubby, dat is niet het laatste wat ik wilde zien. Nee. Angstaanjagend. Oké. Nou, kom maar mee. Moet ik jou volgen? Prima. Oh mijn god, wat is dit allemaal? Ja, nou, dit is dus het gesticht. Ja? We gaan eerst eventjes de professor ontmoeten. Hij is degene die jou beter zal maken. Oh, jezus, we lopen helemaal doorheen. Wat is dit? Is iemand bezig hier met schermpjes? En... Waarom lijkt hij op jou? dat is mijn tweeling. Je tweeling, oké. Prima. Oh, we zijn wel de verkeerde kant op. Ik hoor deuren open en dicht gaan. Ik hoor van alles. Er gebeurt van alles. Het is hier een beetje af en toe dan waait de wind een beetje. En daardoor gaan de deuren open. Maar dat is geen probleem. Oké, prima. En ik hoor voetstappen. Er gebeurt van alles. Ik vind het echt helemaal niet leuk hier. Ik heb helemaal geen fijne sfeer, moet ik zeggen. Ja, oké. Ik moet even hier naar beneden. Nee, maar het is hier prima. Er staat geen toegang. Hoezo? Ja, nee. Ik ben er toch. Ik werk hier. Ik mag ook wel naartoe. Maar hoezo breng je mij hierheen? Kijk, hier is de professor. Wat moest dit hier? Waarom is hij Duits? Waarom is Ben Duits? Doe het niet toe. Ik heb geen tijd voor jullie. Maar ik heb de foto van hem, zoals je voelt. Maakt niks uit. Ik ben hier bezig. Zie je dat niet? Oh. Ik wil weg hier. Ik wil weg. Ga. Wat was dat? Ja, hij is een beetje chagrijnig af en toe. Oh mijn god, ik schrik me. Wat gebeurt hier? Oh, kom hier. Ja, dat zijn de andere mensen die hier zijn opgenomen. Binnenkort zul jij net zoals zij zijn. Ook rondrennen met speelgoedzwaardjes achter elkaar met propellerhoedje. Waarom? Hoezo? Het is toch hier om op vooruit te gaan, niet om achteruit te gaan. Het gaat beter met me dan met hun gaat. Ja, maar je hebt net de professor gezien en ik denk niet dat het heel veel gaat helpen. Oh mijn god, wat zat er in die kooi? Wat was dat? Wat was er met Bosbes gebeurd? Dat mogen we nooit vragen. Dat vind ik niet eerlijk zeggen. Maar hier is de slaapzaal. Ja? En dat is eigenlijk alles wat je moet weten. De rest vind je zelf wel, hoop ik. Ja, oké, prima. Moet ik een bed uitkiezen of? Ja, dat denk mag je gek zelf weten. Ja, oké, prima. Iedereen hier is gek. Dan neem ik dit bed hier. Ik wil wel eventjes één ding op het hart drukken. Je moet niet gaan ontsnappen. Dat is niet de bedoeling hier. Oké.
Dat ja. snap ik. Dat snap ik. Okay. Oh mijn god. Maar ik wil wel. Ik vind het niet leuk dit. Nou, succes ermee. Dat is een tikje aan het doen. Dankjewel. Hoezo succes ermee trouwens? Ik word hier gewoon gedumpt. Ik heb een professor gezien met een of andere rare bosbest die half bloederig met de ogen. Het was heel naar om te zien. Maar goed, ik heb een bed gekozen. We zijn hier nu in de... Ja... In het gekke huis eigenlijk beland. Er zijn twee mensen tikketje aan het doen. Ik hoor deuren open en dichtklappen. Er gebeurt van alles. Laten wij even op avontuur gaan. Even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. En die professor zo lang mogelijk vermijden. Want ik vond het niet leuk, de Duitse professor. Ja, wat is dit? We hebben de gangen hier gewoon. En is dit een of andere ja, relaxkamer met... Ja, wat lijkt wel gewoon wietplanten. Maar dat zullen het vast niet zijn. Oeh, een barrel. Oh, ik heb gelijk wat gevonden, jongens. Een lapje stof. Oké, laten we het lapje stof meenemen. Gewoon voor de sake. Want het ding is natuurlijk, ik wil wel ontsnappen hier. Ik ga hier echt niet blijven. We gaan hier zorgen dat we hier weg zijn gewoon. Ik hoor weer deuren. Ik vind het helemaal niet leuk. Oké, misschien dat ik zo meteen wel even met wat mensen moet gaan praten. Maar ik probeer hun nog maar even te vermijden met z'n tweeën. Oké, laten we even kijken hoor. Hey, kijk, we hebben hier gelijk een sleuteltje gevonden. Laten we gewoon alles meenemen wat we vinden. En als ik iemand tegenkom, gaan we er gewoon gelijk mee praten. En even kijken waar ik ben. Gereedschap weg. En ik heb nu een kopersleutel. Dit is goud. Dus die werkt hier sowieso niet. Laadjes. Daar zou ik sowieso wat in kunnen vinden, denk ik. Zo. Ik kan gewoon even alles wat ik kan vinden meenemen. Dat is sowieso verstandig. Wat is het groot hier, oké? Oh my days. Zou ik proberen met hun te praten, met die twee trouwens? Oh nee, met haar moet ik niet gaan praten. Zouden jullie hier even niet kunnen rennen? Oh mijn god, hier loopt iemand. Oké, okay, wie staat daar boven? Hallo? Oh hey! Mijn god. Hallo? Yes. Je ziet er een beetje verstrooid uit, meneer. Hallo, ik ben hier nieuw. Ben jij hier een patiënt? Ik mag bijna weg. Je mag bijna weg? Echt? Ik zit hier al zo lang. Het lijkt er ook op zo. Ik vind het niet leuk hier, maar... Is er geen ontsnappingswacht? Kom, waar heb je kamer? Of waar is jouw bed? Waar zijn jouw slaapruimtes? Hier. Oh, het is heel, ik vind het niet fijn om in zo'n krappe kamer met jou te zitten. Maar hoe lang zit jij hier al? Wie ben jij? Waarom zit je vast? Ik zit hier echt al... ik weet het niet echt. Ik kan geen dagen meer tellen. Ik ben alles kwijt. en je hebt nooit geprobeerd te ontsnappen? Ja, dat heb ik geprobeerd. Alleen, ja, tevergeefs. Ik ben met een luchtballon geprobeerd te ontsnappen. De luchtballon, oké. Okay. Die luchtballon, dat vuur ging niet aan, dus... Oh, nee, dan gaat hij niet omhoog natuurlijk, hè? Nee, ja, dat vuur was... we waren neergestort. Mhm. Hij ligt nu ergens in de tuin daar. Ja? Maar zou hij het nog doen, die luchtballon? Nee, ja, ze hebben hem helemaal onklaar gemaakt. Alle stukken stof van de ballon zelf, die liggen hier ergens. En dan stel ik zou die stoflapjes, stukken stof, die zou ik hebben. Zou ik die ballon dan weer kunnen maken, denk je? Ja, ik denk het wel. Denk zou het wel. Je met me mee willen ontsnappen? Ja, eigenlijk wel. Oké, weet je, blijf jij hier. Jij ziet er niet echt uit alsof je dit nog kan regelen. Ik ga proberen stoflapjes te zoeken voor jou. En dan gaan we kijken of we die luchtballon kunnen maken en een tweede poging, oké? Okay? Ja. Ja? Oké. Doe jij je ding, hoe heet je? Ik heet Lovoet. Oh ja, natuurlijk. Staat boven je hoofd. Ja. Oké, dankjewel. Oké, jongens, we hebben dus... Dat is het verklaard dus waarom ik een lapje stof gevonden heb. Dus als ik nog meer lapjes stof kan vinden, kan ik die luchtballon waarschijnlijk weer in elkaar zetten. En dan proberen te ontsnappen daarmee. Maar daarvoor moeten we even kijken of we overal de lapjes stof kunnen... Oh, ik moet ze ook met hun praten. Ik ga dat zo lang mogelijk uitstellen. Ik vind het niet leuk. Huh, maar hoe zijn ze zo snel? Oh, ze zijn de trap op en af aan het gaan. Wat is hier nog meer? Een hoge toren? Oké, prima. Laten we de hoge toren ingaan. Wat is dit? Oké, hier kan ik niet omhoog. Dit is dichtgebouwd, maar er zijn wel ladders. Dus uiteindelijk zou ik hier wel omhoog kunnen. Maar daarvoor moet dat zwarte glas hier weg. Oh. Dat is die professor. Oh. Wat vind je? Kan ik hier zo stakje achterlangs? Kan een van jullie even met mij meekomen? Wat is dit? Oh mijn god, ze komen eraan. Oh nee, ze komen eraan. Ik ga hier achter schuilen. Waar ben ik? Ik wist het. Ik dacht dat sowieso ook. Ik moet even stil zijn. Wacht. Goedendag, professor. Goedendag. Experiment Leikenwalnut, het is klaar. Hij is klaar. Hij zit op zijn positie. Dat is helemaal top. Ik zit op mijn positie. Ik zit helemaal niet op mijn positie. Ik wil weg. Help. Hé, dat is Fastbo. Help. Waar ben ik? Waarom ben ik hier in een soort kerkje beland? Zijn hier ook lapjes stof? Kan ik hier ook lapjes stof vinden? En ik wil geen experiment zijn. Ik wil niet een experiment zijn. En eentje moest mee. Oh, wacht. Die andere is nu alleen. Ik ga even vragen wat ze aan het doen zijn. Laten we snel erheen. Hallo? Oh, maar wat is dit voor kamer? Oh, mijn god. Dit zijn allemaal lapjes stof, of niet? Oh, nee. Dit is... Oh, mijn god. Hallo? Hallo? Wat, waar is je vriend heen? Weet niet. Weet je niet? Ja, hij moest mee voor een experiment. Maar... Springkasteel. Ga jij lekker springen? Ik zoek het zelf vooruit, oké? Ga jij lekker springen op het springkasteel? Oké, jongens, misschien dat ik hier wat dingen kan vinden. Ik moet snel terug voordat de professor hier ook is. Ik denk niet dat ik veel uit hem ga halen. Het enige wat hij zegt is springkasteel. misschien hieronder. Oeh, kijk, dat kan altijd, hè? Hieronder, jongens. Kijk! Ik ben heel slim. We hebben een tweede lapje stof gevonden. Laten we snel hier even onderspieken. Alles, oké. Okay. Zo, dan hebben we deze kamer gehad.
washok, droogprogramma's nat 1, droog 2. Nou, ze hebben wel op zich normale wasmachines hier in dat opzicht. Hé, hey, er zit ook een lapje stof in de wasmachine, ja. Oké, okay, we hebben al 3 lapjes stof, jongens. Ik denk dat ik wel veel meer nodig heb. En daarvoor moet ik gewoon elke kamer controleren, overal heen. En weet ik wat allemaal doen. Hopelijk niet door de professor gesnapt worden. En dat ik een experiment moet gaan doen. Oh mijn god, wie is dat? Oh mijn god, dat... wie is dat? Die had ik nog niet gezien. En waarom zit hij onder het bloed? Ik denk dat het een assistent is. Laten we naar beneden gaan. Oh, ze zijn weer samen. Oh nee. En dit zou je boete. Papa, kom hier. Ik vind het niet leuk. Okay, meneer Rizio, meekomen. Oh, de volgende okay. Mee. Hij neemt af en toe mensen mee. Wacht, ze komen niet hierheen, toch? Oh mijn god. Waar gaan ze heen? Oh, hij gaat toch verder naar beneden. Oh ja, het zijn 3 verdiepingen. Ik zag hier volgens mij al wat. Dit is een barrel. Alleen, hoe kom ik daar? Hoe kan ik die barrel daar pakken? Oh, wat is dit? Oké, daar kan ik niet heen. Daar kan ik niet heen. Want wat de fuck was dat? Wat was dat ineens, dat gezicht? Oh, wat een ontzettende nare ervaring tot nu toe in deze ruimte. Oh mijn god, ik ga niet meer die gang in bij de bibliotheek. Oh, wat een jumpscare, hé. Wat vies. Ik krijg gewoon een jumpscare hier. Hé, een lever. Oké, wacht. Daar komen we zo. Oh my days. Oké, wacht. Ik wil eerst die barrel daar. Alleen daar kom ik net niet bij. Oh, kom op. Hoe moet ik die pakken, die barrel? Dat is toch niet te doen? Dat is toch een barrel? Nee, die kan ik gewoon niet pakken. Weet je, daar komen we zo al. Laten we eerst dit hier even ingaan. Deze geheime ruimte. Wat is dit, hé? Oh, ik versleek me. Ik heb hier de koperen sleutel van. Oh my days. Wacht, laten we dit gelijk doen. Hier, kijk. Hoppakee, deze sleutel had ik al gepakt. Wat ga ik hier vinden? Een lapje stof. En that's it. Een lapje stof. Ah, het ging dus om het lapje stof die ik hier moest halen. Oh, ik ben nog steeds even van slag van de jumpscare. Ik ben nog steeds even van slag. Ik wil snappen. Help ik niemand het raam doorslaan. Oké, is hier nog iets? Nee, volgens mij verder niks. Achter de painting. Altijd achter paintings kijken, jongens. Maar er is niks. In het plafond is niks. Laten we hier dan weer weggaan. Deze deur weer dicht doen. Want we willen niet natuurlijk betrapt worden. En dan wil ik heel graag die barrel daar. Alleen daar kom ik gewoon niet... Oh, jawel! Ja, lapje stof. Ik heb hem. Top. Oké, dan kunnen we de bibliotheek uit. We gaan niet meer die gang daarin. Absoluut niet. Hier zijn nog meer slaapruimtes. Ik spande ook weer echt daar. Hallo, assistent arts. Hallo, goedendag. Hallo, ik ben rustig aan het... Wat is dit? Doorlopen, subject. Doorlopen. Ik ga weg hier. Oh mijn god, daar durf ik niet eens mee te praten. Wat is er gebeurd met hem? Oh, hallo? Heb je nog een stem? Nee. Ah, want ik wil niet zo eindigen. Ik wil echt niet zo eindigen. Volgens mij heb ik deze verdieping ook helemaal gehad nu. Laten we... Hallo. En alle anderen. Hallo. Ik hoorde dat jij net bij Bosbent bent geweest. Ik heb hem gezien. Ja, en ik kan het jullie niet zien. Hij is erg gevaarlijk. Ik zou uit je buurt blijven. Hij zit in de slaapkamer, waar ik ook slaap. Hoezo zet hij hem dan in dezelfde plek? En dan zeggen dat hij gevaarlijk is. Gadverdamme. Waar is mijn Bosbent heen? Hij is naar boven. Naar boven? Ja, naar boven. Ik zag hem naar boven lopen. Ik ben beter hem. Meekom met jij. Zelfde nog niks klaar met jou. Oh mijn god, waar gaat hij weer heen? Wacht hier even achter schuilen. Hij gaat hem weer meenemen naar... En jij? Hallo. Wat is er met mij? Laat maar, dat kom je nog wel achter. Ik wil niet zoals Bosbet eindigen. Ik wil echt niet zoals Bosbet eindigen. Oh, gadverdamme. Hij gaat hem weer meenemen in zijn kamertje. Toilet, ik doe wel alsof ik naar het toilet moet. Hier doen we de deur dicht. Zit ik even veilig? Zit er wat in de hopper? Nee. Oh, maar deze. Ah, hier heb ik een ijzeren sleutel van nog, maar die heb ik nog niet. Ik heb nog niet meer sleutels gevonden, jongens. Oh, jemig, een mega bibliotheek. Laten we even kijken. Zien dat ik weer wat kan vinden. Iets nuttigs. Hierachter zit weer iets. Wat is dit? Waarom is dit zo'n grote ruimte? Het is niet voor niks een grote ruimte. Toch wel voor niks. Er zit namelijk helemaal niks. Wat zijn ze aan het kijken met z'n tweeën naar die deur? Oh, ging nou open dicht of deed hij dat? Oké, dan ga ik zo ook even kijken. Dan ga ik zo meteen even op avontuur. Laten we eerst nog even alle andere plekjes mogen kijken. Het is allemaal leeg, dit. Jongens, wat zijn jullie bij deze deur aan het doen? Oh, wie doet hem open? Dat is de wind zeker, wat ze vertelde. Maar wie doet hem open? Ik weet het niet. Je weet het niet? Ik ga zo al voor jullie kijken. Jongens, gaan jullie maar lekker naar de slaapkamer. Ik help wel. Komt goed, oké? Dankjewel. Ik ga zo voor jullie kijken. Ja, geen probleem. Zij is even weg. Kijk, hier. Een lapje stof, hoppakee. Kan ik even in alle rust kijken hier. Wat is dit? Kan ik hier naar buiten?
Oh, my gosh. Waarom gaat de deur achter me dicht, die? Oké, wat is dit? Ik ben in de tuin. Oh, hier is de luchtballon. Kijk, die is hier. Hij is inderdaad soort van gecrashed. Helemaal kapot en zo. Maar hij zou het nog kunnen doen, inderdaad, als ik genoeg stof heb. Oké, wat is dit? We zijn hier in een... Oh, een doolhof. Er is altijd een doolhof. Maakt niet uit waar ik heen ga, waar ik neergezet word. Er is altijd een doolhof. Ja, maar dit ziet eruit als een niet al te ingewikkeld doolhof. Ik vind het wel fijn om even buiten te zijn. Niet opgesloten in dat gekke huis met al die gestoorde mensen. Een kist. Ik zie een kist in het midden. We moeten die kist pakken. We gaan voor de kist. En hoppa! Kijk! Een lapje stof. Natuurlijk zit er een lapje stof in. Oh, maar dan moet ik er ook weer uit. Zijn er ook meerdere manieren om hier uit te komen? Of is het echt alleen die route van net? Oh, er zijn meerdere manieren. Hoppa! Was dit iets hier buiten? Ik denk dat dit het was, hè? Laten we alsnog even een rondje lopen. Maar ik denk dat dit het was. Hier, kom maar. Ik doe de deur voor je open. Alleen pas op voor die andere. Die gaat ook eens open en dicht uit zichzelf. Kijk, wat hebben we hier nog meer? Gekke ruimtes hier. Of een of andere opslag waar ik niet in kan waarschijnlijk. Hier kan ik naar boven, maar er is boven niks met de ladder. Zit daar ook niet echt iets? Oh, wat is dit voor rare deurruimte? Het is ook een soort doolhof. Wat is dit voor gek doolhof? Huh? Hoe werkt dit? Hoe kom ik hier doorheen? Daar moet ik heen, maar ja, daar kom ik niet echt. Er is niet echt een mogelijkheid om daar te komen. Misschien moet ik hier nog wat voor vinden. WC's zijn hier. Ga ik nog wat in het toilet vinden? Nee, hier ook niet. Een spiegeltje alleen. Hallo, Hallo. Assistent. Wat voor ruimte is dit? Dit is de controlekamer. Ah, dan kan jij alles in de gaten houden. Jazeker. Oké. Kom nou hier! Ik word helemaal gek van het. Ze zijn wel rondrennen de hele tijd. En wat is dit? Dit is een of andere loungekamer. Voor mijn gevoel heb ik nu wel bijna elke kamer gehad. Behalve de kamer van de professor. Dus ik denk dat ik daar ook een keertje naartoe ga. Zodra hij er niet is. Maar laten we eerst hier alle barrels ook weer checken. Ga je nou menen dat ik een kamer met zoveel barrels helemaal niks ga vinden? Oh mijn god, en echt één laatste vind ik wat. Oké, hier een grote ijskast. Hier de kamer van de professor. Maar daar is hij beneden. Dus daar kan ik op dat moment niet heen. En daar is nog een, hier een barrel met een lapje stof erin. Oké, ik heb al heel veel lapjes stof. Maar ik heb echt nog veel ruimtes waar ik in moet. Die zeg maar opgesloten waren. Waarvoor ik sleutels nodig had. Hier is de in- en uitgang. Misschien dat ik hier toch nog wat kan vinden. Denk ik niet. Oh! Ah! Waarom nou weer? Ik kan die ruimte ook niet in. Wat vies. Ben ik weer gejumpscared. Oh, dat is helemaal niet fijn. Dat was helemaal niet fijn. Helemaal zo'n rare... Hartverzakking krijg je ervan. Gadverdamme. Oh, die had ik natuurlijk al. Oké, laten we maar weer met wat mensen praten even. Om te kijken of ik ergens sleutels kan vinden. Want ik heb een ijzeren sleutel nodig, weet ik. Maar waar? Wat zijn ze aan het doen met z'n tweeën? Oh, boterkaas en eieren. Wie gaat er winnen? Rote... Oh. Je kon winnen! Je kon letterlijk winnen! Er was een optie boven om al eerder te winnen. Oh, jij bent echt dom. Oh mijn god. David. Doe voet. Ja. Wat is dit? Hopeloos, geen toegang. Wat is dit? Hier zijn alle mensen die waar niks meer van kan gemaakt worden. Oh. Niet leuk. Vreselijk. Oh mijn god. Wacht, waar was dat? Waar was dat? Daar gaan we niet meer in, David. Geen aanrader. Nee. Misschien die andere. Die tweede. Vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet. Oh, hier kan ik wel in. Oké. Deze is veilig. Die eerste niet in. Deze kan je ook in, maar er is hier niks te vinden. Hé, ik heb sleutels nodig. Weet jij waar ik die kan vinden? Nee, ja, ik ben hier al zo lang geweest, maar mijn geheugen is er zo slecht. Maar niet op vooruit gegaan, maar zo slecht geworden. Ja? Ik weet je naam niet eens meer. Oh ja, dat maakt ook niet uit. Het staat boven mijn hoofd, maar... Hallo! Hallo, niet deze kamer in gaan hier. Dat is geen aanrader. Dat zijn dus echt verboden toegangkamers. Oh, hier, kijk. Nog een lapje stof. Hier heb ik niks gevonden en dat kan ik niet voor me stellen dat hier daadwerkelijk ook niks is. Er moet wel iets in deze bibliotheek zijn. Subject Bosbes, wil je weer meekomen? Bosbes moet weer mee? Waarom moet hij de hele tijd mee? Wat is er met hem in de hand? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Stop met rennen. Er gebeurt zoveel. Zoveel prikkels. Hey, hier allemaal kisten die ik gewoon al niet bekeken had. En hij heeft een sleutel, ja! Oh mijn god, nice. Nu ben ik helemaal vergeten waar ik die moest gebruiken, maar we hebben in ieder geval iets gevonden. Oké, waar moest ik die ook weer gebruiken? Een ijzeren sleutel. Hier had ik diamonds of zo nodig? Of zo? Ja, ik weet niet. Hier kom ik niet echt terecht. Ik merk dat nu al dat ik hier niet kan. Waar had ik dat ook weer nodig? Oep, oppassen voor haar, dat ze me niet ziet. Volgens mij was dat ergens boven helemaal, op de bovenste verdieping. Slaapkamer subject Bosbes? Huh? Sinds wanneer is dit? Hij heeft een eigen slaapkamer gekregen. Oh, maar deze heeft gewoon een eng hok gekregen voor zichzelf. Man, ik heb het echt te doen met Bosbes. Oké, hier had ik goud nodig. Maar ja, daar heb ik nog steeds niks aan. Ik moet ijzer hebben. Dat is sowieso dan niet hier. Hey, daar ben je. Hey. Ja, ik herinner me wel iets. Ik heb een sleutel. Ja, ik had het op mijn hand geschreven. Oh, nou. Elke kamer waar een groene afdruk is, daar kan je waarschijnlijk een lapje stof vinden. Elke kamer waar een groene afdruk is. Oh! Ja, ja. Ik snap hem. Ja, oké. Goed om te weten.
Goed om te weten. Ja. Ah, oké, jongens. Die link had ik helemaal niet gelegd. Dus overal waar je een groene afdruk kan vinden, zoals daar op de grond, zoals dit, kan je wat vinden. Kijk, hier had ik volgens mij al iets gevonden. Of niet? Hier had ik die gevonden. Oh, nee, niet. Een lapje stof en een frikandelbroodje. Nee. Waarom nou weer een frikandelbroodje? Misschien dat ik iemand kan overhalen met een frikandelbroodje. Hier dus ook. En hier heb ik ook nog niks gevonden. Dus in deze kamer ergens ga ik wat vinden, maar waar? Daar! Juist, een lapje stof. Hoppakee. We hebben al heel veel lapjes stof, jongens. Laten we die even allemaal hier leggen, zo. En het frikandelbroodje ook. Kijk, zie je, in deze kamer is er wel iets. Oh, daar. Hieronder. Maar hoe kom ik daar? Daar kan je niet komen. Goeiedag, meneer. Goeiedag. We gaan zo eten. Dus, Is het zo etenstijd? Het is zo meteen etenstijd. Oh, lekker. Mijn favoriet. Ik ga even die ijzeren ding zoeken, jongens. Die moet ik even vinden. Attentie, attentie. Willen alle blijven. Verblijvers komen naar het etenzaal. Willen alle verblijvers komen naar de etenzaal. Nee. Receptioniste. Hier ben ik nog niet geweest. Het is mij erg opgevallen dat de wandert wel erg veel aan het ronddwalen is. Ik zal hem erop aanspreken. Wat wil je doen? Oh nee, ik moet daarheen. Ik kom eraan, etenstijd. Lekker, mijn favoriete tijd met allemaal gekken in dezelfde ruimte. Ik zou wel even kijken als iedereen aan tafel zit. Ik ga even alles doorzoeken. Oh nee. Waarom hebben jullie een taart en hebben wij rode soep? Ik wil niet zoals hem eindigen. Meneer. Hallo. Ja? Ik heb gehoord dat u erg aan het dwalen bent door het gebouw heen. Ja, ik ben een beetje aan het kijken waar ik hier nou ben eigenlijk. Ik zit hier vast, hè. Het lijkt verdacht veel, zeggen sommigen, dat u probeert te ontsnappen. Hoezo? Hoe wil ik ooit ontsnappen? Ik heb hier rode soep en meer heb ik niet. Dat is best wel vies eigenlijk. Ja, dat weet ik. Daar ga ik ook wel met achterkomen of het vies is. Ze willen ook niet stoppen met aan mijn eten zitten. Ja. Ze zitten redelijk aan te vroeten en weet ik wat. Nou, veel succes nog verder, hè. Dankjewel. Kijk, jongens, als we gewoon... Wat is er met jouw eten gebeurd? Heb je het uitgekotst? Gadverdamme. Hij heeft het uitgekotst. Wat is het dan? Daar kom je zoveel achter, denk ik. Oh, zeg maar niet dat het bloed is. Is het bloed? Nee, ik ga dit niet eten. Ik ga er vandoor. Jongens, ik ga hier nu weg. Ik vind een etenstijl, heb ik helemaal geen zin in. Oké, voelt lekker. Dankjewel voor een stukje vlees. Ik eet dat veel liever. Eten. En als je niet eet, mag je gelijk vertrekken nu. Ik vertrek. Ja, je zei het zelf. Dan krijg je geen eten meer voor de rest van de komende 2 dagen. Maakt niet uit, ik heb een troef. Ik heb namelijk 1 eten geven. Ik heb namelijk nog een frikandelbroodje, jongens. Deze kamer heb ik nog niet gehad. Dit is de enige... Oh, jawel, tuurlijk wel. Bruh. Maar waar? Ik ben helemaal... Wat gebeurde er? Ik wist niet wat dat was, maar ik schrok daar nog erger van. Ik werd in één keer helemaal naar Tokio gestuurd. Die kamer kon ik niet in, dat was ik even vergeten. Maar waar? Oh, waar is ook alweer die kamer met die ijzeren blok? Kom hier, papa. Jongens. Hebben jullie ergens een kamer gezien waar je een ijzeren sleutel voor nodig hebt? Jullie zitten hier waarschijnlijk al veel te lang. Ijzeren sleutel? Ja. Ik heb geen idee. Dankjewel. Ik ga zelf wel weer zoeken. Ik ben al zo lang aan het rondlopen, ik heb niks gevonden. David, doe. Kom eens. Wat? Ik heb een ijzeren sleutel, ik weet alleen niet waar ik hem moet gebruiken. Ja, volgens mij in de wc's. In de wc's? Waar? Volgens mij wel, ik zag daar mensen een keer heel verdacht doen, dus... Oké, dan gaan we in deze kijken. Toiletten. Ja, dankjewel. Oh, ik was hier zo lang naar op zoek. Oké, komt ie. Wat is dit? Waar ben ik? Een lapje stof. Het ging hier echt letterlijk alleen om een lapje stof. Oh, maar deze. Ik heb die gouden sleutel nodig, echt waar. In deze kamer heb ik nog niks gevonden, dus hier moet ik nu wel echt even wat gaan vinden. Meneer. Ja? Ik heb nog iets. Kijk, kom eens mee. Even, ja? Even privé staan. Kijk, hier. Ik heb even in de kist rondgezocht. Ja? En kijk. Oh, wat is dat? Ik heb twee sleutels gevonden. Oh, er zijn er twee. Twee gouden sleutels. Oh, waar lagen ze? Ja, hier ergens in de kist had ik ze gevonden. Hier, ik heb hier al gekeken. Ja, maar ergens onder of boven, ik weet niet meer. Oh, maar deze. Oké, maakt niet uit. Weet je, ik ga het gelijk gebruiken, want we moeten hier zo snel mogelijk weg voordat ik opgeroepen word door de professor. Veel succes. Dankjewel. Oké, jongens, ik weet nog precies waar dit zit. Dit zit namelijk boven bij de slaapkamers. Volgens mij daar, ja. Kijk hier. Oké, is niemand die me aankijkt? Nee, prima. Laten we gaan. Hoppakee. Wat is dit? Wat zijn dit voor tools? Een lapje stof en een veiligheidshamer en een zwaard. Oké, die gaan we stiekem bij ons houden natuurlijk. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ik ken black stained glass, kan ik hiermee breken. Oké, en een zwaardje. Ik weet nou niet wat ik met het zwaardje kan, maar... Ik doe het trouwens even dicht zo, hoppakee. Oké, later. Ik weet wel waar ik dit dingetje voor moet gebruiken. De black stained glass, om mee te slopen. Dat is namelijk hierboven. Kan ik de veiligheidshamer gebruiken hier. Kijk, als het goed is kan ik... Tok, tok. En dan... Tok. Ja, kijk, dit is hier ook gelijk stuk. Oké, wat is dit? Waar ben ik nu beland? Ik ben buiten. Is dit een ontsnapping? Wacht, dan moet ik David misschien meenemen. Wacht, we gaan eerst kijken of dit een ontsnapping is. Zo ja, dan ga ik David meenemen. Okay, waar ben ik beland? Ik loop op het dak. Even kijken waar we heen kunnen. Oké, een beetje veel vrijheid hier op het dak. Kan op die manier naar de ballon toe, maar dan heb ik
meer stof nodig. En volgens mij heb ik niet al het stof al gevonden. Maar mis ik nog één kamer waar ik stof kan vinden. Twee zelfs. Jongens, kom. Kom mee. We gaan met z'n allen. Kom. Ja, nee, we moeten juist weg. We moeten juist weg. Ze hebben hier overal camera's hangen. Als je hier snel weggaat, dan komt de professor je halen. Moet naar binnen of naar buiten? Binnen. Naar binnen. Prima. Prima. Ik ga al. Maar we hebben zo'n goede ontsnappingsmogelijkheid hier. Hé? Hey. Ja, ik denk dat het, zeg maar, als de ballon, als ik hem straks heb gerepareerd, dan doe ik hem hierheen en dan kunnen prima, we ongezien goed weg. Is goed. Daar wacht ik nog heel even hier mee. Hier moet ik ook wat vinden. Hier zit ook zo'n dingetje. We willen af alle verblijvers naar de slaapzalen gaan. Oh, het is nacht. Lapjes stof. Tijd om te slapen. Oh, het is tijd om te slapen. Ik heb nog net op tijd één lapje stof gevonden. Prima. Laten we gaan. Slaapkamers. Volgens mij is dat hier beneden. Ja, dit is mijn bed. Dit is mijn bed. Iedereen blijft weg bij mijn bed. Jij vooral. Jij vooral. Ik ga liggen. Prima. Hij ligt al lekker. Oh, liggen die ook. Oh, die liggen bij elkaar. Hallo. Ik ga in bed liggen. Prima. En nu wachten we tot het langzaam weer dag is, jongens. En dan kunnen we morgen nog een keer proberen. We weten in ieder geval nu waar we moeten ontsnappen. Moeten de luchtballon repareren, daarheen brengen en dan die kant op. Hey, pst. Hey. Ja. Dus misschien kan je deze tijd nu gebruiken om ongezien rond te zoeken. Oh, slim. Slim. Ik ging al braaf in bed liggen. Ja, ik ga waarom kan hij niet liggen of zo? Ja, prima. Ik ga kijken. Ik ga zoeken. Top, top, top. Oeh, de professor. Ik lig in mijn bed. Ik lig in mijn bed. Dat was de professor. Oké, prima. Hij is weg snel. Deze kamer hier, jongens. Waar is hij? Deze heb ik al gevonden. Hier heb ik het ook al gevonden. Iedereen ligt in zijn bed. Top. Deze kamer kan ik het gewoon niet vinden. Hoe lang ik ook zoek, ik kan het niet vinden. Waar kan ik dit zwaard voor gebruiken? Wat doe jij hier nog? Ik weet niet waar het... Ik zit hier nieuw. Ik ben nieuw, bedoel ik. Ben je het kwijt? Ja, ik ben nieuw, dus ik weet niet waar de slaapkamers zijn. Ja, die zijn boven. Ik heb je dat zeg maar laten zien aan het begin. Ja, maar ja, het is zo groot hier allemaal. Daarmee kan ik aan het rondlopen, weet je. Oh, wie heeft deze hendels nou weer overgehaald? Weet ik niet. Doe jij maar goed zetten. Oké, ik ga weg hier. Oké, jongens. Ik kan, als ik wil, met het zwaardje naar de professor... Oh nee, die button is weg. Dan kom ik niet binnen. Oké, weet je... Zij had het net over die hendels. Dus laten wij dan ook gewoon alle hendels overhalen. In de hoop dat er wat gebeurt. Dat het snel dat een alarm afgaat. Dat er chaos komt. Dat er, weet ik voor wat, iets moet gebeuren. Waar ik iets aan ga hebben. Hoorden jullie dat? Wat is er gebeurd? Wat gebeurde er? Oh, er is hier een doorgang. Oeh. Oké, wat is hier? Wat ga ik hier vinden? Een lapje stof. En that's it, I guess. Eén lapje stof. Oké, een lapje stof. Prima. Dan ga ik mee akkoord voor nu. Maar er is sowieso meer dan dit. Als ik nog meer hendels overhaal. Oké, nu heb ik alles overgehaald. Daar is ook wat omhoog gegaan. Alleen dat heb ik niet gezien. Oh, en dan daaronder zit natuurlijk een lapje stof. Oké, zou ik nu alle lapjes stof hebben? Is de vraag. Ik moet hier naar. Nou, hier is niks, want hier zit ook geen ding op de vloer. Dus ik weet niet. Ik denk dat ik deze even moet skippen, deze kist hier. Dus hier kom ik gewoon niet heen. Of in. Oh mijn god, ze gaan zelf ook s'nachts rondwalen. Ik ben niet de enige die rondwaalt. En in deze ruimte moet ik gewoon echt wat gaan vinden. Een hendel! Een hendel! Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik heb iets overgehaald. Maar wat? Wat heb ik overgehaald? Hier. Komt hier vandaan het geluid? Oeh, wacht, kijk. Juist, een lapje stof. Nu heb ik hier ook wat gevonden. Volgens mij heb ik nu elke ruimte gehad waar je wat kan vinden. Laten we dat... Oh, ik ga weg bij jou, bos, beslaan met rust. Waar is David? Die is beneden. Hier is David. David! Volgens mij, weet je hoeveel lapjes stof ik nodig heb? Nou, hoeveel heb jij er? Dan kijk ik of het genoeg is. Oké, ik geef het aan, oké? Ja. Zo. Het zijn alles wat ik heb kunnen vinden. Meer heb ik gewoon niet kunnen vinden. Oh ja, dit is zeker wel genoeg. Ja? Ja. En ik heb ook een zwaard. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar het is een gouden zwaard. Ja, een souveniertje of zo. Ik weet ook niet. Oh. Alles is hier heel raar. Prima, maakt niet uit. Ik wil weg hier sowieso bij die deur. Oké, is dit het moment? Jij moet even zeggen. Zeg jij maar dat ik heel graag weg wil bij de receptionist. Ja? Dan ga ik snel de luchtballon maken. Prima, ga ik doen. Mevrouw. Ja? De Doofoot is helemaal gek aan het worden. Hij wil weg, hij wordt boos en weet ik wat allemaal. Ja. Hij werd helemaal lijp. Hij viel me bijna aan. Oké. Meer ga je niet zeggen dan oké. Eens even met rennen, jongens. Ik ga wel even zorgen dat het goed komt. Prima, maar doe je ding snel, want hij werd helemaal gek. Hij wil heel graag weg. Oké. Oh mijn god, het boeit er volgens mij helemaal niks, jongen. Wat de hel? Oké, jongens, ik denk dat het wel zo geregeld is. Ze zijn een beetje chaos. Daar hebben we David. Kijk, hij is bezig. Weet ik, waar moet hij heen? Hij zei dat hij de ballon klaar ging zetten. Oh mijn god, weet je wat? Met of zonder David, ik ga ervoor. Met of zonder David, ik ga ervoor. Dit is mijn moment om te ontsnappen. Voordat die professor gek wordt. Heeft hij de ballon klaargezet? Oh, hij heeft de... Hoe ben je daar boven ineens? Weet je, prima. We gaan met de ballon. David, hoe kom je hier? Maak me niet uit, je bent gek. Yeah. Vandaag gaan deze 8 kijkers...
een mega groot onbewoond eiland bouwen. Ik ben hier namelijk gestrand en wil nu heel graag ontsnappen. Kan ik uit de handen blijven van de gevaarlijke piraten en een manier vinden om te ontsnappen? Of zou ik hier voor altijd vastzitten? Nu is de tijd om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken en abonneer op mijn kanaal. Want anders zit jij straks ook vast op dit onbewoonde eiland. Nou jongens, daar staan we dan weer. We zijn hier met allemaal kijkertjes, allemaal bekende kijkers, maar ook een paar nieuwe namen en zo. Deze groep hier gaat weer een nieuwe map maken. Deze keer wordt het een onbewoond eiland waarvan ik moet gaan ontsnappen. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Jongens, waarom moet ik daarvan ontsnappen? Waarom ben ik daar? Hebben jullie al een reden of... Nou, dat zie je vanzelf al, toch? Denk ik. Dat misschien weet u het misschien een beetje. Ja, iets met misschien met de vorige video over een gekhuis en zo. We gaan het allemaal zien. Jongens, ik wens jullie veel succes met het bouwen van dit eiland. Willen jullie nog wat leuks zeggen? Nee. Doei. Doeg. Let's go. We staan hier met David en Bosbes. In de vorige video waarin de kijkers een gekhuis gingen maken, was ik ontsnapt via een luchtballon. En het blijkt nu dat we met deze luchtballon bij een eiland zijn aangekomen. David, de ontsnapping was goed gegaan. Wat ben ik trots op ons. Gek dat we Bosbes hebben meegenomen gezien de conditie. Maar, het is land in zicht. Ik weet niet of jullie iets aan hebben, maar ik weet niet. We vliegen al voor mijn gevoel heel lang. Ja, we zijn al zo lang onderweg en eindelijk... Eindelijk land. Ja, het bliksemt ook, dus we moeten denk ik sowieso even oppassen voor het weer. We willen hier niet opkomen, denk ik. Dus op het eiland? Dus ja, prima. Alleen, ik weet niet wat er nog meer is naast de zee, zeg maar. Hallo? Wat gebeurt? Nee! We zijn gecrashed! Nee! Nee! We zouden hier niet moeten landen, je zegt het letterlijk nog. David! Oh, ja. Waarom had je niet iets anders dan een luchtballon kunnen regelen? Er was zoveel meer mogelijkheden. Oh, luchtballon, we zijn gecrashed. Nee. Oh man, we zijn op een onbewoond eiland gecrashed. Ik zie wat hier gaan. Dus ik zit met jou en met Bosbes. En ik weet niet of ik dit nou heel leuk vind. Oh mijn god, waar zijn we? Wat is dit? Ik dacht, nou, leuk dat we van boven ernaar kijken, maar niet gedacht dat we daadwerkelijk op zouden moeten lopen. Oh mijn god. Wat is de planning? Nou, ik denk dat we allemaal beter even onze eigen kant op kunnen gaan. Nu het toch zo'n groot eiland is. Prima. Weet je, ik begeleid Bosbes wel. Dan, ja, graag. Ik wil niet te lang bij hem blijven. Hij ziet er nog steeds echt angstjaagd uit. Ja. Weet je, prima. Doe jij je ding. Doe je ding. Ja. Ik kijk wel even of ik hier iets mee kan fixen alvast, oké? We zien je zo. Joejoe. Oh mijn god, jongens. We zijn gewoon gecrashed op een onbewoond eiland. Oh, er staat daar iemand. Oh nee, er staat er een piraat. Ik zag al een piratenschip. Ik denk, nou, dat zal wel niks interessants zijn. Maar dat is wel wat interessants. Staat daar daadwerkelijk volgens mij... Oh nee, hij heeft me gezien. Hij heeft alles gezien hier. Oh nee. In de video waarin de kijkers een gekhuis moesten maken, jongens, dan hadden jullie natuurlijk gezien, was ik ontsnapt via deze luchtballon. En nu zijn we hier geland. En nu moet ik denk ik ontsnappen vanaf dit eiland. Hoe, weet ik nog niet. Misschien dat de boot een goede optie is. Dat ik het boot kan kapen of zo. Maar laat ik nog maar heel even de piraat vermijden. En even kijken wat hier nog meer is. Want ik denk dat die piraat erg leuk vindt als ik zomaar iemand in een gevangenispakje op hem af kan lopen, weet je. Laten we even kijken, wat is hier nog meer? Oh mijn god, ik zag sowieso al een vulkaan. Hier een ingestorte grot met een skelethoofd en een bot. Maar daar kom ik niet in. Oh mijn god, daar kan ik helemaal heen. Kan ik erin? Kan ik hierheen? Nee. Ah, ik kan hier net niet in. Het is helemaal dichtgegroeid. Kijk, wat is er nog meer? Het is best een groot eiland dit. Oh, hier is water. Oké, met wat zit hier wat achter? Nou, volgens mij niet echt of zo. Oké, het is gewoon een riviertje. Ja, die loopt gewoon het water in hier. Oh, met een watervalletje zelfs waarschijnlijk. Oeh, dat ziet er fancy uit. Is er iets achter? Er is altijd iets achter de waterval, jongens. Er is altijd iets achter de waterval. Oké, laten we eerst even op avontuur gaan kijken wat voor mysteries dit eiland allemaal heeft. Dit is wel een schip of zo. Lijkt wel een... Ja, dit is een schip. Oh mijn god, waar gaat dit heen? Nou, weet je wat? Ja, want daar gaan we gewoon even kijken. Wat is dit? Oh, dit is een doolhof. Nee! Waarom is het nou weer een doolhof? Het is altijd wel een doolhof. Oh mijn god, wat is dit? Ben ik? Een soort bunker? Hey, een map! Oké, dit is waar ik ben. Daar is een groot kruis. Het schip staat niet op de map.
En daar heb je de vulkaan. Oké, okay. Goed om te weten wat dit is. Alleen ik weet niet wat ik hier aan ga hebben. Amethyst shard, ik laat het allemaal nog maar even zitten. Een ijzeren sleutel. Weet je, ik laat het allemaal nog maar even zitten. En ik kom hier later wel gewoon terug, weet je. Is goed om te onthouden. Ik weet namelijk niet of ik dan van iets of van iemand iets ga stelen of zo. Oh, wie is dit? Oh, ik zie nametag. Wacht, laten we even kijken of... Wie is hier nog meer? Dit is een onbewoond eiland. Waarom zou je hier zijn? Wie is dit? Wat is dit? Hallo? Laten we even kijken. Oh nee, volgens mij slaapt hij. Hallo? Hij heeft een dekentje over zich heen. Wakker worden! Ah. Hallo! Oh. Goeie... Ik kan niet zien wat voor tijd het is. Wie ben jij? Ik ben Max. Aangenaam. Ja. Gestrand. Oh, wat doe jij hier? Gestrand, of althans gecrashed zelfs. Ik was met een luchtballon lekker aan het vliegen. Bliksem, boempad. Ik ben hier. Ik zag jou lekker onder je dekentje liggen, maar... Het spijt me dat ik je even stoor. Alleen, waar ben ik? Ik wil je weg. Ja, wie ben jij? Het probleem, wat doe jij hier ook? Dat heb ik dus ook. Jij bent ook met een luchtballon hier gecrashed. Nee, ik heb dus ook waar ben ik en ik wil hier weg. Oh, jij hebt hetzelfde probleem. Hey, ja. Dit is jouw hutje of zo? Ja, ik heb hier een paar jaren overnacht en zo. Dit is, jaren? Ik weet niet hoe lang ik hier al zit, maar... Ik wil niet een jaar hier zitten, ik wil weg. Ik wil naar huis. Er is in ieder geval geen ontsnapping mogelijk, zover ik weet. Dat vind ik niet zo leuk dat je dat zo zegt. Dat er geen ontsnapping mogelijk is. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, anders was ik hier niet. Dat klopt, daar heb je een goed punt. Hé, maar je hebt helemaal niks. Je hebt geen pogingen gedaan, je hebt geen... hoe noem je dat zo? Raft? Ik weet niet wat het Nederlandse woord is. Geprobeerd te bouwen. Nee, niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus je hebt ook geen tips, geen hints, geen hulp. Ja, dat weet ik niet. We kunnen samen proberen te ontsnappen. Ik ben hier met twee anderen gecrashed. Ik zag een piratenboot. Zijn er andere mensen? Ja, twee anderen en een piratenschip zag ik alleen. Die zijn net, dan denk ik. En een piraat zelf. Zag ik ook. Oh. Nou, dat is voor de eerste bewoners in jaren dan. Ja, toevallig dat het allemaal op dezelfde dag is. Hé, maar loop anders even mee. Dan stel ik je voor aan David. En ja, Bosbes is misschien niet zo leuk om je voor te stellen, maar hij is deel van dit avontuur. Ja. Oké. Oh, daar zijn twee piraten. En daar mensen. Ja, kijk, ik weet alleen niet of we met ze willen praten. Oh, ik hou helemaal niet zoveel van mensen. Ik ben ook een mens en je was enthousiast om mij te spreken. Ja, maar kijk, jij draagt een andere outfit. Zij dragen een piraten-outfit. Ik draag letterlijk een gevangenis-outfit. Ik weet niet wat enger moet zijn. Gevangenis? Wat is dat? Oh, dat weet je. Oh, je zit hier echt als... Weet je, Lama, ik heb veel vragen, maar ik ga praten met ze. Blijf jij hier? Ja, oké. Prima. Hallo? Hallo? Goeie... Hoe laat is het? Hallo? Goeiedag. Wat moet je hier? Ja, eigenlijk helemaal niks. Ik ben blij dat ik jullie ook zie. Jullie zien er erg vriendelijk uit. En ik dacht, misschien kunnen jullie me helpen. Ik ben hier. Kijk, zie je die grote ballon daar op de grond liggen met allemaal kleurtjes? Was niet de bedoeling. Ik ben gecrashed. Ongelukje kan gebeuren. Je weet hoe het zit. Wie is nou wel eens niet met een luchtballon op de grond gecrashed? Maar lang verhaal kort, ik wil je weg. En jullie hebben een schip, zie ik. Mag ik mee? Ja, dat is ons schip. Ja, mag ik mee? Nee. Hoezo niet? Dat is ons schip, dat zei je net. Ja, het mag jouw schip blijven, maar ik wil gewoon mee. Het hoeft niet zo direct mijn schip te worden. Nee. Hij is kapot. Hij is kapot? Jullie schip is kapot. Oh, ik zie het inderdaad. Oh mijn god. Ja, als hij heel was, dan zouden we toch weg zijn gevaren. Dan zouden we toch ook niet op dit eiland zitten. Jullie zijn ook gestrand. We zijn hier gekomen voor serieuze zaken. Oké, ja, dat... Ja, we willen graag dat jij ook niet in de weg loopt. Prima, ik ga al. Hey, rustig aan. Prima. Doe jullie ding. Oké, jongens, zij zijn dus ook gestrand. En het schip, nu ik het zo zie, is inderdaad helemaal kapot gewoon. Wacht trouwens, ik ga even terug naar... Ik heb zijn naam niet eens gevraagd. Oh mijn god, wat onbeleefd. Medebewoner... Oh ja, hier ben je. Oké. Oh, hallo. Update. Ze willen ons niet mee. Nog een update. Het schip is stuk. En hoe heet je eigenlijk? Ik heet Bart. Ik kan het lezen, Bart. Kom mee. Bart, we gaan een plan maken. Nu dat schip daar ligt, dat zijn de eerste bewoners. Na de eerste gestranden, Ja, dat denk ik na 5 jaar of zo. Ja, toevallig met mijn stranding, ja. Ga door. En ik denk dat je dan wel kan helpen met ontsnappen en zo. Als we die boot kunnen repareren en of meegaan met hun of kapen... We hebben in ieder geval hier wel genoeg hout, zeg maar. Ja, het hout is er zeker. Maar ik hoorde ook dat iemand zei dat ze op een belangrijke missie waren. Oftewel, ze waren hier waarschijnlijk wel met een doel. Of ze zijn daadwerkelijk alleen gestrand. Weet je wat? Ik ga nog heel even op avontuur om even een beetje rond te kijken. Of zullen we naar het schip samen? Ik denk dat het handig is dat we even naar het schip gaan om te kijken. Ja, dat, prima. Dan gaan we even naar het schip. Voor hebben, of we die kunnen repareren. Oké, Bart. Welkom bij missie Schip Kapen. Update, nogmaals. Het schip staat vol met piraten. Ze zijn aan het kijken, dus we moeten oppassen. Ik zie wel heel veel gaten. Dus ik weet niet of we moeten tellen hoeveel gaten er zijn en hoeveel hout we dan nodig hebben. Of is dat niet verstandig? Kan jij ze niet afleiden? Dan kan ik kijken of ik daar naar binnen kan. Kan ik kijken wat we allemaal nodig hebben. Andersom kan ook.
Ik wou ook wel kijken. Ja, kijk, ik ben echt een botenexpert, zeg maar. Ik heb hier al zo lang gezeten. En nog steeds geen boot gemaakt. Ik snap hem. Hallo, piraten! Ik heb wat gevonden wat jullie kan helpen. Oké. Okay. En misschien dat jullie daarentegen mij kunnen. Hoeft niet. Maar ik heb wel zo'n 2, 4, 6, 8 stompjes daarvoor nodig. En dan bedoel ik jullie handen, want jullie hebben allemaal natuurlijk niet echt vingers. Kom mee. Dat dit goed is voor je. Ja, ik hoop het ook. Kijk, ik hoorde dat jullie hier ook op belangrijk nieuws waren en zo, weet je, met z'n allen. En weet ik veel wat allemaal. Dus toen ik hier... weet je, mijn luchtballon die daar is, die heb ik toch niet meer nodig. Weet je, alles wat jullie daar kunnen vinden en daar nodig van hebben, mogen jullie hebben. Zoals het hout, het wol, het ding waarmee het vuur wordt aangestuurd en zo. Ik dacht, misschien hebben jullie er wat aan. Ik heb er toch niks meer aan, deze stronthoop. Dus kijk maar rond, doe jullie ding. Weet je, dan is dit mijn cadeau aan jullie als vriendelijke piraat. Mogelijk in de toekomst. Het doos is een neergestorte luchtballon waar we ook niet mee weg kunnen. Nee, maar misschien dat jullie materialen kunnen gebruiken voor jullie schip. Ik zag natuurlijk dat hij stuk was. Mm-hmm. Nou, ik probeer ook maar te helpen. Oké. Kijk maar rustig rond. Doe jullie ding. Oké, terwijl zij rondkijken ga ik even kijken of Bart al een update heeft over het schip. Nou, Bart, hij is gewoon Julian. Oh, je bent alweer hier. Ben je op het schip geweest? Ja, ik heb goed gekeken. En? Ja, we hebben nodig, er was vooral heel veel hout, zeg maar. Dus 20 houtplanken. 20 houtplanken? Oké. Dat moet ook voldoende zijn. Ja? Ja, 10 zeil, want er mist ook wat zeil. Oh, er mist zeil. Oké, prima. En nog 7 touwen om die zeilen aan vast te knopen. Oké, dus 7 touw? Ja. Hoeveel zeil zei je? 10. 10 zeil en 20 hout. Ja, en terwijl ik op dat schip zat, vond ik ook dit... Oeh, oké. Okay. Een pickaxe en een sandstone breken. Ik denk dat daar wel ergens voor bedoeld is, wat je moet doen. Oké. Nee, dan ga ik kijken of ik hiermee iets kan. Ik ga voor alles zorgen. Ga jij maar gewoon hier het schip goed in de gaten houden. Zorgen dat stel zij repareren eerder dan wij. Of zij kunnen het repareren, want weet ik veel wat die piraten. Hou ze bezig, weet je? Ja, is goed. Ik doe wel gewoon mijn dings. Blijf jij hier voor enige updates, dan doe maar de vogel lokroepen en dan kom ik wel, oké? Okay? Ja, top. Ajojo. Oké, jongens, we hebben de pickaxe, de sandstone breken. Dus als wij sandstone vinden, gaan we dat hakken. Dan verder, kijk, volgens mij, dit zag ik al de hele tijd, allemaal houtblokjes hier. En dat is denk ik de houtblokjes die ik nodig heb, gok ik, de plankjes zeg maar, om het schip te repareren. Dus laten we elk plankje dat ik tegenkom pakken, want ik heb er 20 nodig. En er is hier van overal drijfhout en weet ik wat allemaal. Ik weet niet of het ook op het strand is aangemeerd, waarschijnlijk niet. Maar hier, kijk, dit soort dingen. Hebben we gewoon allemaal nodig, tot ik er 20 heb. Dit gaat goed, de piraten die zijn... Waar zijn de piraten? Verdacht. Precies niet meer. We hebben er 8 op deze manier. Hier nog eentje. Maak 9. 10. 11. 12. 13. Lukt het, meneer de piraat? Oh, hij ontsnapt. Oh, hij heeft ook de grot gevonden. Hij schrok van me. Dag, piraten, ook op zoek naar eten. Ik sterf van honger. Ja, wij ook. Ja, ik snap het. Hè? Onbewoond eiland. Hangen wel veel... Ik zeg niet kokosnoten. Het ziet er niet echt lekker uit. Ja, laat ik maar zeggen kokosnoten. Misschien dat het kokosnoten zijn. Hé, wat is dit? Oh, dit is de sandstone. Oh mijn god. Ik zag een wit vliegend dingetje en ik denk, wat is dit? Oh, dat is de sandstone. Die ga ik zo hakken. Ik kan het niet nu doen waar de piraten bij zijn. Huh? Hoe is hij hier? Huh? Oh mijn god. Hij ging de grot in. Hoe komt hij hier terecht? Hoe snel is... Is hij weer gaan slapen? Hij zou in de gaten... Oh mijn god, hij zou in de gaten houden of alles goed ging. Hij is lekker gewoon hier aan het slapen. Oh my days. Laten we even trouwens in zijn huisje kijken. Hij heeft hier helemaal niks. Hij heeft een bed. Oeh, hij heeft hout. Top. Hier heeft hij ook hout. We zijn huisje gewoon aan het plunderen. Oh, het schiet op, jongens. Hier is heel veel zelfs. We hebben nog maar eentje nodig. Ja, we hebben er 20. Oké, dat is het eerste. Laat ik die dan gewoon hier even in mijn inventory doen. Dan kan niet de vulkaan op of zo. Dan moet ik eigenlijk dat sandstone even breken. Maar ja... Daar zijn zij al en er was bliksem naar boven. En eigenlijk is het geen goed teken om richting bliksem te lopen. Maar het klinkt wel zo'n leuk avontuur. Hierbovenop is niet echt iets. Dit is in de dingen... Oh mijn god, de piraten zijn binnen. Oh, de piraten zijn in de grot gekomen. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Oké, dit kan ik niet redden, dus ik moet wel via die ingang gaan. Kunnen ze hier er wel in? Hebben zij me opengemaakt, die grot? Of heb ik een doorgang gemist? Oh mijn god. Wacht, kijk, ze gaan eruit. Oké, als zij eruit zijn, ga ik er gelijk in. Oh, ze hebben hem opengehakt. Ik zie het al. Ja. Oh, dat hebben zij voor... Ah, top. Dat hebben zij voor mij gefixt. Doei. Oké, waar ben ik? Oh, nee. David. Bosbes. Wat is er gebeurd? Oh, ja. Ze hebben ons opgesloten. Ik was jullie helemaal vergeten. Ik ben heel eerlijk. Ik was helemaal vergeten dat jullie ook deel waren van dit avontuur. Maar jullie zijn hier ineens. Wie hebben jullie opgesloten? De piraten, ja. Ze overvielen ons ineens en... Oh, mijn god.
luid geschreeuw en alles. Ik hoorde ze iets zeggen over een waterval. Ik weet echt, ik weet... Over de waterval. Ja, oké, dan weet ik al misschien een beetje waar het over hebt. Hé, ik weet waar de sleutel ligt. Ik weet waar ik de sleutel kan vinden. Alleen dan moeten jullie wel braaf blijven, oké? Doe gewoon jullie ding. Ja. Verander niet in zo'n skelet dat je daar achter je ziet. Ik ben een beetje bang geworden voor hun. Ja, dat snap ik. Hey, ik ga het regelen voor je, oké? Ik ga het regelen. Ja. Ik ga eens even kijken of ik hier van alles kan plunderen en zo. Pas op voor de lava. Kijken wat ik hier allemaal vind. Hé, hey, niet elkaar slaan! Hé, hey, ik zei braaf blijven! Ai. Ja, ik snap het, het is bos. Hey, ik ga er snel van over dat ik betrapt word, oké? Ik ga het regelen. Oké, jongens, ik zag dat ze een ijzeren sleutel nodig hadden. Er liggen overal botjes op de grond hier. Dus wat ik ga doen, is ik ga naar die waterval. Dan kan ik die grot in. Oh, ze gaat serieus proberen de... Ja, het is vast wel lekker, probeer maar. Het is vast heel lekker. Ik moet naar die waterval toe. Want ik weet dat ik daar een ijzeren sleutel kon vinden. En dan zag ik ook een map en zo. Maar ze zeggen dat ze hier gestrand zijn. Alleen, als ik zo'n cel zie en zo'n waterval als dit... lijkt het alsof ze hier wel vaker zijn geweest of zo, weet je? Kan niet dat dit allemaal bij toeval gewoon hier voor hun gevonden is, weet je? Wat kan ik hier nog meer vinden? Of alleen dit, hè? Oppassen dat ik niet betrapt word. Oké. Okay. Hier was die ijzeren sleutel. Prima. Papier. Shards. Zou dit cel... Nee, dit zou vast geen cel zijn, toch? Nee. Dit is gewoon papier, heb je niks aan. Er is daar wel een groot kruis. Misschien dat daar iets is onder water, wat ik kan vinden. Want het schip staat volgens mij daar gestrand. Ja, dit is het water natuurlijk. Is hier verder nog iets wat ik kan vinden? Ik denk het niet. Iets geheims of zo wat ze niet willen dat iemand kan vinden. Nee, oké. Okay. 3 bedden zijn dit. Okay, laten we hier maar gauw weer weggaan voordat ik betrapt word. Ik heb in ieder geval de sleutel meegenomen. Dan wacht ik met David en Bosbest bevrijden. Totdat ik ook de sandstone heb gehakt. Want zodra ik hun dan bevrijd, wil ik gelijk van dit eiland af. En dan kan ik hun meenemen, weet je. Voordat ze weer betrapt worden. En dan zijn we allemaal de Sjaak. Oh mijn god, zijn ze nou allemaal bezig met het eten? Oh mijn god, ze zijn het aan het opeten. Is het lekker? Het is echt hartstikke goor. Oh ja, ik dacht dat je echt heel spontaan lekker ging zeggen. Nee, ik snap dat het goor is. Ik ga ook gewoon wat anders zoeken. Ja, slim. Doe maar. Oké, hij staat wel op de plek van... Dus ik moet hem eigenlijk even wegjagen. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik deze piraat wegjagen? Oh mijn god, ze zijn met z'n allen ineens daar. Oh nee. Heb je al vangst? Heb je al vangst? Wie zegt nou weer vangst? Ja, eten is het goed vandaag. Daar moet ik zijn. Oh, wacht trouwens. Ik kan misschien gewoon achter ze hakken zonder dat ze het zien. Ik doe hier niks. Zand, vervelend. En wat ben je aan het doen? Ja, ze staan. Hoezo? Wat moet je in onze buurt komen? Ik ga al. Rustig aan. Rustig aan. Oké, okay, nou, dat is duidelijk genoeg dat ik nog niet het zand kan gaan hakken, want ze zijn daar met z'n allen. Ik ga wel gewoon even David vragen. Hé, hey, jongens. Ik heb de sleutel. Alleen ik weet niet of het verstandig is om jullie nu al vrij te laten, want ik moet nog zand hakken, denk ik. En dan hopelijk nog iets anders vinden, want het schip is nog niet gerepareerd. We willen ons bij video zo snel mogelijk uit. Hoezo wachten? Ja, oké, trouwens, daar heb je wel een goed punt. Kom maar. Hier. Alleen, val niet op. Wat, au. Hallo, wat doe je? Hey, hij slaat me. Hey, maar, ik neem de sleutel weer mee. Zo. Als jullie maar niet opvallen, want als ze je betrappen dat jullie vrij zijn, weten ze dat er iets mis is, oké? Ja, had je al bij die waterval gekeken? Maar ik had... Ja, en daar had ik de sleutel gevonden. Ah, top. Dus wat gaan jullie nu doen? Wat is jullie plan? Jullie zijn vrij, maar wat willen jullie doen? Verstoppen, denk ik. Ja, ik heb 20 hout en ik heb nu alleen nog zeil nodig en touw. Ja. Gaat het met Bosbest of... Ja, hij is... ik weet niet. Het heeft allemaal echt veel impact op hem gehad. Kan je beter gewoon in de lava springen en dan is de pijn en leed is over. Dat gaat niet echt in, toch? Nee! Nee, Bosbest! Nee! Weet je wat, het is misschien wel beter voor hem. Hij zag er niet al te goed uit. Dit is zijn lot. Ik denk dat dit zijn lot was. Ja. Ik bedoel, het leven, hij sloeg me dat ik eruit kwam. Ik bedoel, ik had hem bevrijd. Waarschijnlijk vond hij het wel fijn om daar te zitten. Hij dacht, dan komt er tenminste een einde aan. Hij was een brave jongen. Hij was een brave jongen. Ik wil allemaal even een F voor Bosbest in de reacties onder deze video, jongens. Kom op. Oké, David, dat is met ons met z'n tweeën. Bosbest zou erin het worden. Pas op, ze staan daar. Dus ik weet niet waar je wil verstoppen, maar doe je ding. Ik denk niet dat het verstandig is als we samen gezien worden. Want anders, ze weten niet namelijk dat ik bij jou hoor. Oké? Ik wacht hier wel. Ik ga cel en touw zoeken, oké? Ja, veel succes. Dankjewel. Oh mijn god, zijn ze nou daar aan het kamperen met z'n allen? Dat meen je. Dat meen je. Nu kan ik toch letterlijk niet helpen. Of nu kan ik toch letterlijk niet hakken daar. Zou er nog iets meer zijn? Voor mijn gevoel heb ik alles van het eiland wel bekeken. Oh, behalve het kruis. Oeh, laat ik even in het water kijken wat ik daar kan vinden bij dat kruis, weet je? Of daar iets is. Ik ga me niet zeggen dat hij nog steeds aan het slapen is, toch, hè? Huh? Hij is weg. Bart is weg. Huh? Oké. Okay. Oh, trouwens, hier is dat. Het is gewoon een gezonken schip. Oh. Oké, wacht. Zijn ze hier niet? Oké, ze zijn daar. Nee, wacht. Oh, mijn god, waar kom jij vandaan? Ik schrik van je. Ik was naar je op zoek. Ja? Wat's up? Kijk, zeg maar van.
Je moet die tool moet je wel voorzichtig aandoen, hè? Want ik zie ja. dat je dat wil hakken. Ja. Maar wie weet ligt helemaal niks. Want we hebben maar één kans, hè? Dus misschien ja, moet je wel zeker weten zijn. Ja, oké. Okay. Prima. Weet je, ik bewaar hem nog even. Ik ga eerst even bij het schip kijken. Want ik denk dat daar wat is. Ik heb in ieder geval 20 hout. Moet ik dat aan jou geven? Of ik houd het nog even bij me, oké? Okay? Ik ga even bij het schip kijken en ik bewaar nog even de tool, oké? Okay? Oké, okay, is goed. Prima. Oké, jongens, laten we even bij het schip kijken. Want hier stond een groot kruis. Dus ik heb zo'n gevoel dat hier ook iets... Een kist. Kijk, wat gaan we daar vinden? Papier. Oeh, touw. Oh, kijk. Zo, en een logboek van Pavel. Wie is Pavel nou weer? En goud. Maar dat goud hoeft... Oh, trouwens, dat ga ik meenemen om ze misschien over te kopen. Kan ik die piraten mee onderhandelen, weet je? Laat het boekje even lezen. Vanaf de grote boom ga 10 blokken in een rechte lijn naar het strand... Daarna 10 blokken naar het zuiden. 35 blokken in een rechte lijn naar rechts. Huh? 35 blokken in een rechte lijn naar rechts volgt. Dan een rechte lijn 12 blokken naar de vulkaaningang. Is jouw pad. Draai je 270 graden naar rechts. Oké, okay, dus dat is 3/4. En loop 17 blokken vooruit. Ga 7 blokken richting het water. En vervolgens 4 blokken west. Oh mijn god, ik denk dat ik daar mijn ding moet hakken. Vanaf de grote boom. Dat is de grote boom. Oké, okay, jongens, we hebben een speurtocht. We moeten een speurtocht doen. Was dit alles bij dit schip? Ja, oké. Okay. We hebben een grote speurtocht die we gaan doen. Ik heb dan nog steeds dan... Oh, daar ga ik waarschijnlijk het zeil vinden. Oké, okay. Komt-ie. Vanaf de grote boom gaat 10 blokken naar de rechte lijn naar het strand. Oké, okay. Vanaf de grote boom. Dat is dit. Dan pakken we het midden vanaf de grote boom. Dit is de grootste boom, toch? Ja, oké. Okay. 10 blokken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bedoelen ze dan dat? Nou, dat zal vast niet. Rechte lijn naar het strand. Daarna 10 blokken naar het zuiden. Zuiden is die kant op. Oké, dus ik denk dat ik ongeveer wel de goede kant op ga. Laten we even checken. Oké, en dan 10 blokken naar het zuiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, pakken we deze. Of 10. Prima. 35 blokken rechte lijn recht naar rechts. Oké. Oh. Wat ben je aan het doen? Ik heb goud gevonden. Hier, voor jullie. Goud? Ja. Goed, hè? Vertel maar gauw aan je kapitein en zo. Oké, nou, die is alweer even bezig. Wat? Ja, hey. Ja, ik voel me een beetje alleen eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ik weet, wil je mee met mijn avontuur of... Wat ben je aan het doen? Want ja, dus ik ben... Ja, ik ben een speurtocht aan het doen. Maar ja, het klinkt als iets heel stoms als je wil ontsnappen. Ik weet het. Maar ik heb een boekje gevonden. Wow. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Oh mijn god. Huh? Huh? Deze boom is in tweeën gesplitst! Huh? Wat is dit nou? De bliksem heeft de boom in tweeën gesplitst. Oh my days. Wow. Damn, dat is lijp. Dat gebeurt niet vaak hier zo. Nee, dat snap ik. En er is wel iets tevoorschijn getoverd. Moet ik naar binnen? Ja, wat je wil. Ja, ik ga wel. Prima. Ik volg jou wel, ja? Ja, is goed. Ik doe voorzichtig aan. Prima. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Hè? Ik was gewoon rustig de speurtocht aan het doen, want dan dacht ik, daar vind ik wel wat. Hier, het logboek, wat is dit? Maar ineens wordt de boom opengesplitst door bliksem. Oh my days. Oké. Okay. Ik weet niet waar we heen gaan, hoor. Ik bedoel, het is misschien ook niet verstandig dat we hierheen gaan. We moeten eigenlijk ontsnappen, maar laten we maar voordat de piraten gaan snel opschieten. Wat gebeurt hier allemaal? Er zijn hier wel lanterns, dus ze zijn denk ik wel... Oh mijn god, wat is dit? Bloe. Waar ben ik beland? Wie zijn dat? Die hoor ik hier in mijn paleis. Oh mijn god, wat is dit? Wat lijp! Wow, wat een twist! Oh mijn jezus, wat ziet dit er cool uit. Gegroet! Gegroet! Waar zijn wij beland? Wat is dit? Je spreekt de taal. Ik spreek de taal, ja. Ik spreek de taal van de meeste Nederlanders. Hallo. De taal die wij hier spreken wordt nergens anders bekeken. Ze spreken een gekke taal. Ze begrijpen de taal die u spreekt dus niet. En misschien hoort u het al een beetje als ze aan het spelen zijn. Maar ze zijn nu een beetje... Ja. Maar... Waarom zijn ze paars? Waar ben ik? Ik heb zoveel vragen. Wat is dit? Dat is mijn eerste vraag. Waar ben ik beland? Wat is okay. Dit voor fantasiewereld? Welkom in mijn magische paleis. Oh mijn god, hé. Ik ben een filosoof en een magier. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus, ik ben welkom voordat ik hier vermoord word en... Dat wil ik niet gelijk zeggen, maar ik zal u wel even een rondleiding geven. Het klinkt als welkom zijn, prima. Ja. Oké, okay, laat maar zien. Ik weet alles beter dan op het eiland met die piraten. Oké, okay, wacht, ziet hier... David. Man. Die vindt het zelf wel. Ja, laat maar zien. Bloe. Dat is de taal? Oh. Ja, dat is de taal die je hebt gesproken. Maar negeer hun maar. Ik zal wel mijn best doen. Kom. Prima. Hugo, heb je... Frederik de filosoof, oké. Okay. Ja, dat ben ik.
Ja, oh, jij bent Frederik de filosoof. Mag ik binnenkomen of? Ja, nee, laten we deze van nu maar even overslaan. We slaan hem van en nu laten even naar over. Een andere gaan. Prima. Kom mee. Ik kom mee. Ja, oké. Okay. Meneer, misschien kunt u ons helpen. Met? Zoals u hier ziet, hebben wij een museum. Museum van de museum. Museum van de museum, ja. 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 Meneer. Hugo. Meneer. Hugo, David, ik wist het! Wacht, er is een gast van ons. David, hierheen. Oh. Kom. Wat een kinderverstand. Wat is dit? Dit is Frederik, weet ik niet. En we zijn een rondleiding aan het doen, dus sluit aan. Oh, ja. Ik vind ze wel een beetje eng. Ja, ze zijn heel aan het rondrennen en rennen eromheen. Als u even met ons meeloopt, met mij meeloopt. Museum van de museum. Museum van de museum. Hier verzamelen wij hele coole items. Ik zie het inderdaad. Die hebben we nodig. Een zuil, die hebben we nodig, dat dacht ik ook al. We hebben honing. Spullen nodig en ik wil u best iets voor teruggeven. Oh, je hebt spullen nodig? Ik heb van de piraten iets gestolen, want die varen namelijk niet op kolen, die varen met een zeil. Dat heb ik door inderdaad. Die heb ik gestolen met mijn magische krachten. Oké, okay, en die zit nu hier. Maar hoeveel cel heb je dan? Ik neem aan van dat u een piraat bent. Ja? Oké, okay. Ik heb wel wat cel. Maar hier ziet u wat wij nog nodig hebben voor ons museum. Een verrekijker, oh mijn god, je hebt zoveel nodig. Zeg niet dat ik dit moet halen. Ik vraag 3 items van u. En u mag 3 maar? Cel, u mag wat cel hebben van mij. Echt? Dus als ik 3 items van dit lijstje hier voor jou haal, dan... Dan krijgt u dit. En dan krijg ik cel. Dat u dat wilt, of niet? Ik wil heel graag cel, ja, absoluut. Dat is heel mooi van u, meneer. Maar hoe heet u echt? Wat is uw naam? Ik, Max. Max. Ja, Max. Aangenaam kennis te maken, hoe oud bent u? Is dat relevant? Ja. Oud genoeg. Ik ook. Oké, laten we naar buiten gaan. Oké, prima. Dus jij hebt... Maar wat moet ik halen hiervan? Ik heb nog steeds niet te horen gekregen welke van de 3. Welke 3? Dat maakt mij op zich niet heel veel uit. Ik heb er 3 nodig. Ja, maar mag ik even wat tijd nemen om het in me op te nemen wat ik kan... Wat u mag hier blijven, inderdaad. U mag hier lekker rondkijken. Oké, prima. Ik ga even bij mijn kinderen eventjes praten. Oh, dat is heel vreemd. Ja, loebeloebeloebeloe. Oh mijn god, dat vreemd. Oké, jongens, ik ben ineens in een ondergrondse magische wereld beland. Gezocht voor museum. Een verrekijker kan ik misschien wel stelen, want ik weet dat de... oh mijn god, Bosbest zat te verrekijken. Waarom is hij in de lava? Die heeft hij gegeven volgens mij. Aan David. Een zeekomkommer kan ik misschien wel uit de zee plukken. Cake kan ik niet regelen. Magisch kompas kan ik ook niet regelen. Ancient Debris gaat niet worden. Eindportaal gaat ook niet worden. Chorus Plant denkt ook niet. Kikkerdril ook niet. Drietand denkt ook niet onzichtbaar. Wat kunnen we hiervan regelen? We zitten op een eiland en zo. Dus wat zou je meestal op een eiland nodig hebben? Ja, een zeekomkommer en een verrekijker weet ik. En voor de rest, een drietand misschien. Een kompas kan, maar magisch weet ik niet. Misschien kan je dan mee de weg vinden, weet je. Een kompas? Ja. Ja, alleen een magisch. Ja, weet je wat? Prima. Ik ga wel gewoon kijken wat ik kan regelen hiervan. Ik denk dat ze besmettelijk zijn, maar ik weet het niet zeker, want ze hebben zo'n rare kleur, weet je wel. Ja, ze zijn bruin en de inktvis hier, die gaan ook wel helemaal aan het gloeien en zo. Ik vind het heel vreemd allemaal. Ik ga het voor je regelen, of wil je nog de rondleiding doorzetten? Zelf kiezen, meneer. Maar heeft u van het museum genoten? Het was een prachtig museum. Dat, ja, dat vind ik je zo. Hey, ik ga proberen te regelen en dan... is het goed als ik hier gewoon rond mag dwalen en zo? Ja, maar ik heb wel nog iets voor u. Ik heb nog een mooie bloem van rijkdom en roem. U rijkdom heeft er niet heel roem. Veel aan, maar het is wel mooi. Ik zal hem met trots op mijn hoofd zetten, oké? Okay? Ja, is het bedankt. Goed? Ik draag hem met trots. Ja, prima. Bedankt. Ik ga op avontuur, ik ga het voor je regelen. Veel plezier en succes. En ja, fijn dag. Dankjewel. Oké, Bart. Hij is niet zo heel Cherry. Goed in rijmen. Nee, ik merk het. Cherry van Biesbosch. Wat is dit? Ik ga alle huizen gewoon even toch stiekem in. Om even te... Ja, trouwens, ik weet alleen niet of het besmettelijk is hier we allemaal. We hebben nu geen inbrekers. Ja, eigenlijk wel. Dus laten we maar even gewoon spieken, snel. Elke keer. Kijk, hier kan omhoog. Ik weet niet of... Het is wel inbreken, maar hè, hij heeft ook het cel gestolen. Dus technisch gezien is hij ook een dief. Dus als jij... Bewaak even de buitenkant. Ik ga gewoon even spieken. Dat was voor niks. Dat was niks bijzonders. Ik zie daar wel een groot gebouw. Misschien is dat bijzonder. Ja, dat is het Frederik de Filosoofse huis. Oh, David is ook al aan het kijken. Het is wel mooi hier, moet ik zeggen. Museum, zit er wat hierin? Oh, kijk. Ja, dit is mijn troonzaal. Oh, wow, mooie troonzaal. Mooie. Cool, wat is daarboven? Ja, dat je mag zelf een kijkje nemen. Ik ben wel zo gastvrij. Oh, kijk, ik ben heel benieuwd naar alles gewoon. Dus ik ga gelijk naar alles kijken. Wat is dit? Loebeloebeloebeloe. Oh. Wat zijn dit voor bordjes? Hey, ben jullie al geabonneerd?
Like gelijk ook even. Hey, zijn jullie al geabonneerd? Laat ook even een cijfer achter in de comments. Ben jij al geabonneerd? Hey, dat is wel een goede vraag. Ben jij al geabonneerd, Bart? Wat is abonneren? Ik heb deze kamer nog nooit gezien, als ik heel eerlijk ben. Zijn jullie al geabonneerd, jongens? Even serieus. Wat is dat? David, kom op. Wij zijn al bekend van ons in het gekkenhuis. Ben je al geabonneerd? Ik weet niet meer. Dat gekkenhuis is zo, heeft zoveel dingen met me gedaan. Oh mijn god. Nee, niemand van jullie is geabonneerd? Ik weet echt niet. Nee, ik weet niet wat abonneren is. Dat menen jullie. Jongens, dat kan je gewoon doen. Als je nu naar onder scrolt op deze video, dan kan je gewoon op een rood abonneerknopje klikken. Oh, wat mooi. Ik ga heel veel doen. Ja. Doe jij even? Oké, prima. Terwijl jullie dat doen, ga ik op avontuur weer verder. Zij, ik durf het eigenlijk niet eens jullie te vragen, maar... tot ziens. Meneer. Ja? Ik zag in het museum dat u een verrekijker nodig had. Ja, en ik weet het bosperschef die aan jou geeft vlak voordat zijn tragisch einde in de lava tevoorschijn kwam. Rust en vrede. Rust en vrede nog steeds. Ah, top. Dat is op zijn minst één. Oké, weet je, dan bewaar ik die. Dan ga ik de rest ga ik ook regelen, maar ik wil even het huis in van de filosoof. Kan jij hem even lokken naar het museum? Zeggen dat je... Ja. Oh, meneer de filosoof. Oh, hallo. Wat u gelukkig wil. Ik wil nog een, nee, maar graag een museum ook nog eentje. Museum? Ik ben zo fijn van de geluksnummer. Oké. Ik zal het voor museum. Bart, kan jij hier bij de deur blijven staan? Oké, wat heb ik hier? Barrel. Allemaal leeg. Hij verbergt serieus niks, die guy. Ik dacht, ik ga hier nog wel wat vinden of zo, maar ik heb hier oprecht gewoon eigenlijk helemaal niks te zoeken verder. Hoe raar het ook klinkt, maar volgens mij is die filosoof oprecht gewoon een normaal iemand naast dat hij best wel vaag is. Wat hoorde ik daar? Tocht. Sinds de boom is opengesplitst, dan waait het hier naar binnen. Oh, dus. Ja. Mm-hmm. Ja, nee, dat... dat ik kan ook mijn zuchten zijn, weet je wel. Ja, ik soms een beetje buiten adem. Mm-hmm. Ja. Snap ik, zonder al die frisse lucht en dat virus. Hé, ik ga het regelen, dag. We laten die andere meneer nu achter. Ja, hij komt wel goed. Volgens mij is hij wel hier in zijn element. Ik bedoel, hij komt uit een gekkenhuis en hij lijkt sprekend op de filosoof. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel goed komt met hem. Wat ziet het er mooi uit hier meer allemaal, hè? Meer plek voor ons op het schip als we dat... Daarom, meer plek voor ons. Oké, dus we hebben nu nog nodig. We hebben de verrekijker. Een magisch kompas. En wat hadden we nou nog meer nodig? Wat was ook weer nog meer een optie? Een drietand. Drietand, mogelijk of zo. Ja, inderdaad. Dus laten we even kijken. Weet je, ik ga de speur toch even afmaken. Oké? Okay? Ja. Kijk wat ik kan vinden. Waar stond ik? Volgens mij stond ik hier ergens. Hier stond ik. Ja, hier. Oké, okay, ga de speur toch afmaken en dan meeten we... Of blijven we bij me? Ik weet niet of bij me wil blijven. Of dat je zegt, ik vind het wel prima. Ja, ik kan wel even helpen met die speurtocht. Ja? Ik was vroeger namelijk heel goed in speurtochten. Dat weet ik nog. Van kind. Oké. Okay. Je moet bij een speurtocht moet je namelijk altijd beginnen bij een opvallend punt. Ja, dus... de grote boom. Oh, dit was de grote boom! Oh mijn god, dit was de grote boom! Oh! Die boom die stond hier al sinds ik hier kwam. Oh mijn deze, ja, ik zie nu, ik dacht dat dit gewoon een boom was, maar dit was de grote boom. Maar het ding is, ik moest, kijk, wat het dingetje zegt, weet je. Ga 10 blokken vanaf de grote boom. Ga 10 blokken in een rechte lijn naar het strand. En dit is vanaf de grote boom, dus zou je toch wel zeggen vanaf hier? Ja, dat denk ik dan. Ja, nou, hier. 1, 2, oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kom je ongeveer hier uit. Vanaf hier, 10 blokken naar het zuiden. Naar het zuiden is die kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kom je ongeveer hier uit. Oké, ja, ik word hier wel een beetje moe van. Ja, dat snap ik. Ja, ik ga maar denk ik weer een dutje doen. Dus, daar komt ook weer zo'n piraat aan. Doe jij lekker een dutje, ik ga wel horen spullen. Ik bevrijd ons wel gewoon. Gewoon verder alles nog even goed langs gaan. Mm-hmm. Wie weet heb je wat over het hoofd gekeken. Wie weet, ik doe even goed de speurtocht, eventjes. En dan kijk ik wel of ik iets over het hoofd heb gezien, oké? Ik ga snel mijn bed weer in. Ga jij snel je bed in. 35 blokken in de rechte lijn naar rechts. 35. Hallo? 23, hallo! Is dit misschien interessant voor ons? Wat? Ik hoor jou tellen. Ja, ik zit hier al zo lang dat ik probeer mezelf bezig te houden. Ah, oké. Zeg maar, zandkorrels tellen. Ik wil gewoon kijken hoeveel zandkorrels het strand heeft. Bij hoeveel was Was 23. Volgens mij heb je hier eentje open staan. Echt? Ja. Oh mijn god, ben ik serieus de tel kwijt. Dan moet ik opnieuw. Maakt niet uit. Kan gebeuren, dankjewel. Volgens mij stond ik hier. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. 35 is gelukt. Dan in een rechte lijn 12 blokken naar de vulkaaningang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Draai hier 270 graden naar rechts. En loop 17 blokken vooruit. Oftewel, naar links is dat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ga 7 blokken richting het water en vervolgens 4 blokken west. 7 blokken richting het water. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En het westen is...
die kant op. 1, 2, 3, 4. Dat is dit blok dan, gok ik. Ik zit op 394 zandkorrels. Volgens mij ben je daar een paar vergeten. Nee joh, ik weet het wel zeker deze keer. Ja. Prima. Oké, jongens, als hij wegkijkt, dan gaan we dit ene blokje gaan we hakken hier. In de hoop dat ik wat goeds hak. En niemand kijkt. Dan gaan we. Oh jee, ik weet niet of dit de goede is, maar ik ga gewoon nog eentje hakken. Oh mijn god, heb ik de verkeerde gehakt? Volgens mij heb ik de verkeerde gehakt, hè? Oh nee, oh mijn god. Moet ik dit allemaal weghakken hier? Ik weet het niet. Ga ik dit... Oh, ja, ik heb het... Oh mijn god, ik ben blij dat ik het goede heb gevonden. Huh? Wat is dit voor item? What? Sinds wanneer zit dit in de game überhaupt? Kan dat het goud ook meenemen? Het papier niet, maar we hebben een gelukzoeker gevonden. Oh my days. Zal ik het goud gewoon aan de piraten geven? Daar heb ik toch niks aan. Weet je wat? Piraat! Meneer, ik was zandkorrels aan het graven. En kijk eens wat ik heb gevonden. Voor jullie. Oeh, dat is mooi. Ja, goed hè? Maar heb je toevallig onze gevangenen gezien? Hadden jullie gevangenen? Ja, die in de grot. Heb je die gezien? Nee, geen idee. Eerlijk gezegd. Wat zijn ontsnapt? Ze zijn weg. Zijn ze weg? Waar zijn ze heen? Moet ik helpen? Hey, ik geef jullie goud letterlijk. Ik bedoel, ik zou jullie gevangenen... Ik heb niet eens dat de gevangenen zaten. Nee, wist je dat zeker weten niet? Dat weet ik zeker. Ja, absoluut. Dat weet ik zeker. We vinden het helemaal niet leuk als iemand zich bemoeit met onze zaken. Ik heb jullie goud gegeven. Kijk wat ik voor jullie gevonden heb. Ik kon het ook zelf houden. Dat is je punt. Had er nog iets anders in? Nee. Ja, papier, maar dat heb ik laten zitten. Dat mogen jullie ook hebben. Hé, hey, ik wil wel helpen met zoeken naar... Ik bedoel, ik kan schatten vinden. Misschien kan ik ook wel gevangenen vinden. Ik zou oppassen als ik u was. Ik zou heel goed oppassen. Helemaal prima. Fijn weer. En let op de gezondheid. Oh mijn god, ik ga er vandoor. Doei. Oké, jongens. We hebben nu twee dingen. Namelijk de bijzondere verrekijker en een gelukzoeker. Wat ik nu nog nodig heb is of een drietand. Maar waar ik dat ga vinden? Man. Oprecht geen. Ik laat nog één keer de grot te gaan. Nee, er is helemaal niks, jongens, in de grot. Hij ligt gewoon weer in zijn nest, hè. Hij ligt gewoon weer te pitten, die Bart. Ik ga laten we even naar de gevangenen kijken. Of dan naar de gevangenen, naar de gevangenis in de vulkaan. Misschien dat ik daar wat gemist heb. Oh, maar daar zijn zij. Ik heb dat hele eilandje daar gewoon oprecht nog niet eens bezocht. Laten we daar even heen gaan. Gaan we hier over deze prachtige bult lopen. Zo. Ik weet niet hoe dat heet, gewoon steen. Deze arch. Oké, dan zijn we op het eiland en daar is eigenlijk helemaal niks. Dus dat is mooi, want... Of eigenlijk niet mooi. Want ik mis nog steeds iets natuurlijk. Oh, ik kan het piratenschip even op. En als ik betrapt word met dat ben ik wel echt de sjaak. Hé, wat gaan we gewoon doen, hè? We gaan het gewoon doen. We gaan even het piratenschip bekijken. Kijken wat we kunnen vinden. Oh mijn god, wat is dit stuk? Wat is dit kapot? De drietandlegende. Oh mijn god, een boekje. Oké, snel even kijken wat ik nog meer kan plunderen. Voordat ik ga, kan ik hierin? Zou ik hierin moeten? Ik ga hier niet in. Dat ziet eruit als iets wat niet verstandig is om in te gaan. Ofwel, we gaan het wel doen. Wat is hier nog meer? Wat is hier nog meer te vinden? Helemaal niks. Oké, dan wil ik heel snel het boekje lezen, want dan moet ik echt een drietand vinden. Oh, we kunnen hier eruit. Zo, kijk. Zwemmen onder water terug naar de kant, dan ben ik hier nooit geweest. De drietand legende, ik ga hem even lezen. Uit de zee ben ik gerezen, ik zal uw antwoord wezen. Ik lig bovenaan de kaart, ik hoop dat je me niet zomaar langs me vaart. Een punt in de zee, niets meer dan dat mocht u mij vinden, bevat ik een schat. Uit zee ben ik gerezen. Wat stelt dat nou weer voor? Ik lig bovenaan de kaart. Ik hoop dat je me niet zomaar langs me vaart. Een punt in de zee, niets meer mee dan dat. Ja, dat is een rots, gok ik dan. En bovenaan de kaart, verder dan die punt, deze rots gaat het niet waar die schildpad is. Punt in de zee. Mocht u mij vinden, bevat ik de schat. Ik ga gewoon even bij die rots kijken. Dat is serieus het eerste waar ik aan denk, want het gaat over dingen die uit de zee steken. Uit de zee ben ik gerezen, weet je, dus een rots uit de zee. En dit is helemaal bovenaan, want hoger dan dit wordt het niet, want de map was als het goed is. Als je zag daar het kruis, het schip is er niet en verder dan deze rots gaat het niet. Kijk, een barrel, ik ben... Oh, wat ben ik een slimme jongen, jongens, dat ik het zo snel heb gevonden. De drietand is er, de drietand is gevonden. Oh mijn god, nee. Oh, ik ben gespot. Mooie schildpad. Prachtig. Kijk, hij zat vast. Ik heb hem bevrijd. Ik moet ook een beetje om de dieren geven, hè? Tegenwoordig. Toch? Hij is een oogdier. Wat? Hij is een oogdier. Die zwemmen buiten de baan. Ja, oké, dat snap ik. Alleen, ik vond het zo zielig voor die schildpad. Hij zat er zo vast op die rots. Oké. Ja. Nee. Dag. Oké, jongens. Laat ik Bart wakker maken. Zeg dat ik alles heb kunnen pakken. Dat ik alles tevoorschijn heb getoverd. Ik heb namelijk de drietand. Ik heb de gelukzoeker en de bijzondere verrekijker. Dan gaan we de Frederik de filosoof gaan we heel blij maken. Bart, wakker worden! Wakker worden! Ik heb alles. Ik heb een verrekijker, ik heb een gelukzoeker en ik heb een drietand. Waarom moet je telkens zo schreeuwen? Ja, omdat je misschien anders niet wakker wordt. Hè? Oh, ja. En jij slaapt nogal veel. Hey, kom even, we gaan gelijk terug naar de filosoof in de grot. Heb je alles? Ik heb alles gewoon. Althans, ik heb drie dingen en ik moest er maar drie hebben. Daar zijn we weer, in het magische paradijs. Ik vind ze zo eng. Ze zijn heel eng. Geef mij zoveel geluk. Hallo! Hallo. Ik heb je museumonderdelen. De geluksbloem heeft geholpen. Wauw.
Dus ik weet niet of je naar het museum wil gaan? Oh, dat zou heel fijn zijn. Nou, laten we die ik heb wel nog even een vraag voor u. Ja? Want, ik vraag me af hoe je hier bent gekomen. Ja, er is bliksem ingeslagen op de grote boom. Ja, in twee is nu een grote V-vorm en er is een opening hier, dus iedereen kan je nu zo naar binnen komen. Oh, mijn onderdaan, ik wil zo graag naar boven gaan al voor zoveel jaren. Je kan nu letterlijk naar boven lopen. Ja, maar door die boom kon dat al jaren, honderden jaren. Hoe ben je aan het zeil gekomen van de piraten? Ja, door magische krachten, zoals ik al zei. Oh, kon je de magische krachten niet de bomen opgooien? Mijn geluksbloem. Ik weet je, ik heb genoeg vragen, maar ze gaan niet allemaal beantwoord worden. Hey, ik heb alles. Laten we naar het museum gaan. Frederik, ik heb voor jou van deze dingen een magische verrekijker kunnen toveren. Oh mijn god. Ik heb... Oh, dat is trouwens een kompas. Ik bedoel, dit is de verrekijker. Dat was het kompas. En een drietand. Nee. Die drie dingen heb ik voor jou geregeld. Yep, die kan je van je lijstje afstrepen. U bent een ware held, meneer. Ik weet het. Ik kan u niet goed genoeg bedanken. Hier, geluksbloem. Ik heb al zoveel geluksbloemen. Het is nooit veel. Maar dat klopt. We hadden een afspraak staan. Ja. En die ga ik nu nagaan. Het zeil. Die ga je nakomen. Ja, die ga ik inderdaad nakomen. Hier heeft u Kodje van de kant. Ja, bedankt. Oké. Okay. Oh mijn god, wat een mooi moment. Twee, drie. Vier, ga, vijf. Pak aan de kant. Aan de kant. Oh nee, nu is het besmet. Nee. Oh, geen zorgen meneer. Ik heb er genoeg. Ik heb ook reserve gestolen. Oh, je hebt reserve gestolen. Dat grappig. Hoeveel heeft u er meneer? Ik heb er één en ik heb er nog zes nodig. Oh. 2, 3, 4, 5, 6. Ga weg. Oh, je gaat ze ons meegeven. Ja, help, reserve is altijd. We hebben alles. Ik kan het schip repareren. Help. Oh mijn god. Hij komt heel dichtbij me. Weet je wat, ik ga uit deze krappe kamer hier. Zo, mooi museum nog steeds. Mooie ruimte hier. David? Ja? Ik heb genoeg om het schip te repareren. Top. Maar wat wil je? Wil jij hier blijven of zeg je ik ga mee? Zo'n magische plek en alles mooi. Ja, je hebt de taal al geleerd. Ja, maar ik wil toch graag naar de normale wereld toe. Ja, ik vind het prima. Piraat. Oh, hey. Wat is dit hier? Stop hier. Oh, is gebruik uw magische krachten. Gebruik uw magische krachten. Uw buurzie, jullie zijn niet welkom. Allemaal eruit of ik vervloek u. Ik zou ermee oppassen als ik u was. Ik zou ermee oppassen. Ik heb namelijk een drietand. Moet ik hier weggaan of Oh mijn god, wat gebeurt hier? Oh mijn god! Rennen Bart! We gaan weg hier! Het klinkt allemaal vreemd! Oké, in de hut hier. Oké, ze lijken alsof ze weer naar beneden gaan. Jij zei dat je het kon repareren, laten we nu naar de boot gaan. Oké? Okay? Ik heb alles. Ik heb zeil, ik heb touw, ik heb hout, ik heb planken, weet ik veel wat. We kunnen de hele boot kunnen repareren, we kunnen zelfs een luxe schip van maken. We maken de cruise. Oh mijn god, bliksem. Dit is niet goed, we moeten rennen. Kom maar. Ik wou zeggen, dit is niet goed. Hij gebruikt zijn magische krachten, denk ik. Ik wilde niet even weten wat het is. Oké, de boot op, snel. Kom, klimmen. Ik heb hier hout. Ik heb touw, ik heb zeil, ga jij dat ding maken. Maak een stuur, weet ik wat, verzin het. Ik moet ga het onmiddellijk fixen. Doe je ding. A few moments later. Bart, de piraten zijn er, schiet op! Ja, oké, we gaan. Bart, de piraten zijn er en die anderen ook. Schiet op! Door. Ik zie dat het schip gerepareerd is, let's go! Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega groot ziekenhuis bouwen. Alleen is er één klein probleem. Ik zit hier helaas opgesloten. Nou blijkt het ook nog eens dat er spoken en andere enge geesten ronddwalen door de gangen van dit ziekenhuis. Kan ik ontsnappen van het kwaad dat hier schuilt? Of zal ik voor altijd vast komen te zitten tussen de besmette patiënten? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders komen de geesten uit het ziekenhuis jou straks ook nog opzoeken. Jongens en één enkele dame, zijn we er klaar voor? Jullie gaan vandaag een ziekenhuis met elkaar maken, waarin ik dan heen ga. Ik weet niet wat het verhaal gaat zijn, dat hoor ik natuurlijk zo. Ik heb in ieder geval al een mooie, moderne outfit aangedaan, alsof ik een pakje aan heb, weet je. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Hebben jullie al een idee waarom ik naar een ziekenhuis ga, wat ik daar te zoeken heb? Ben ik ziek? Ben ik een dokter? Het is Halloween. Het is Halloween, hè? Ja, ik merkte het al aan Julian. Die had al een hoedje op zijn hoofd. Door de Halloween kom je vanzelf verwacht, denk ik. Oké. En willen jullie nog wat zeggen? Wat doe je altijd bij Halloween? Vriend bezoeken. Een vriend bezoeken en pompoenen snijden. Hebben jullie nog wat te zeggen voordat we gaan beginnen? Ja. Niet van de timelapse. Griezelig Halloween. Niet van de timelapse. Dan gaan we, jongens.
Alright, jongens, daar staan we dan. Ik ben hier met mijn lantaarntje lekker aan het... ik weet niet eens hoe dat in Nederland heet. Halloween, trick-or-treaten, als het ware. Langs de huizen gaan snoepjes vragen, net zoals dat je op Sint Maarten eigenlijk doet. En ik ben hier bij een groot ziekenhuis aangekomen. Het ziet er een beetje... half verlaten uit. Een beetje eng. Ik bedoel, het is ook in dezelfde straat als het gekhuis. Daar kom ik net vandaan. Was geen leuke ervaring. Maar we zijn hier nu bij een ziekenhuis aangekomen. En ik heb gehoord dat ik hier ook lekkere snoepjes op kan halen. Alleen, ik weet niet of ik naar binnen durf. Maar laten we maar gewoon naar binnen gaan, weet je. Hallo? De deuren zijn dicht. Ik weet niet of iemand... Oh, de deuren gaan... Oh mijn god, dat is cool. Wow, het zijn... Wow, het zijn schuifdeuren. Ik schrok, ik denk, hé, wat gebeurt er? Maar dit is echt cool. Het zijn gewoon schuifdeuren. Oh mijn god, wat ziet dit er cool uit. Wow. Wat is dit groot, hé? Helpdesk. Oh, daar heb je al iemand. Een shop. Laten we nou gewoon naar de helpdesk gaan. Ik kom hier op snoep te halen. Meer niet, weet je? Hoezo een shop? Ja, je zit toch niet een souvenirtje halen in de... in de ziekenhuis? Hallo! Hey! Snoep of je geld. Of je leven, sorry. Denk je dat dat grappig is? Je bent hier in een ziekenhuis. Oh, jemig, sorry. Snoep of je medicijnen? Nee. Hoezo? Nee. Wij hebben hier geen snoep. Ik heb hier... Kijk dan. Ik heb een heel lantaarntje gemaakt. Ja. En dan neem je hem ook nog van me af. Dan steel je hem ook nog. Ja, dat is heel leuk voor je. Maar die hoef ik niet. We hebben hier geen snoep. Oh, nou dan ga ik wel weer, denk ik. Als jullie geen snoep hebben, prima. Nou, dag. Doei. Nou jongens, ik krijg geen snoep. Dan ga ik er maar weer vandoor, denk ik. Of niet? Ik wil mijn snoep. Ik ga je niet zomaar... Nee, trouwens. Nee. Ik wil gewoon mijn snoep. Ik wil gewoon mijn snoep. Ik ga hier niet weg voordat ik mijn snoep heb gehad. Oh, wat gebeurt er? Oh mijn god, wat is dit? Mevrouw, er is iets mis met de lichten. Ja, dat is een stroomstoring of zo, denk ik. Stroomstoring? Oeh, dat is niet leuk. Oh nee, de deur is... Nee. Nee. Nee! Mevrouw, de deuren doen het niet! Ja, als de stromen niet doen, dan kunnen die deuren toch ook niet open. Oh mijn god, sorry. Zagen dat de stroom uitging of zo? Ja, moeten jullie niet iets doen, opereren of zo? Wij zijn gewoon dokters, geen medische... Nee, Ik moet je erbij zeggen. Ik kom hier om snoep op te halen. Nee, de deuren gaan niet open. Ik zit hier vast. We hebben geen snoep. Nee, daar ben ik achtergekomen. Ik wil gaan. Ik denk, ik kijk nog even naar binnen. Is er echt geen snoep? En vervolgens kom ik niet meer buiten. Ik weet dat hier geen snoep is. Anders was ik wel blij geweest. Maar we zijn geen techneuten. Nee, ik ook niet. Maar jullie kijken mij aan alsof ik het moet oplossen. Ja, wij weten helemaal niks. Dus nee, je toch... Oh mijn god. Misschien beter even rondleiden. En dan kan ik kijken of ik jullie stromen en het probleem kan oplossen. Misschien wel. Oké, nou prima. Ik bedoel, ik zit hier nu toch vast. De deuren deden het niet, dus... Ja, de lift is volgens mij een andere stroom gegroeid, dus die werkt nog wel. Oh, de lift werkt wel. Echt? Ja, volgens mij wel. Oh mijn god, oké, prima. Laten we eerst naar de eerste etage gaan. Mag ik klikken? Ja. De eerste is 2? Nee, vast 1. Ja, ik zie 1 niet. Oh, daar. Kan je even aan de kant gaan, meneer de dokter? Ja, sorry. Zo. Oh! Zo. Wow, dat is een snelle lift. Ja. Oké, leid me maar rond. Ik bedoel, als ik misschien aan het einde van mijn avontuur een snoepje krijg of zo, dan ben ik al heel blij. Je hebt een mooi uitzicht op alles wat daar beneden is. Oh, ja, daar kwam ik net binnenlopen inderdaad, ik zie het. Dan kom je hier. En kom je bij de operatiezalen. Ja. We zijn nu bezig met... Nee, wat is dit? Nee, wat is dit? Zeer moeilijke patiënt. Waarom wordt Rick geopereerd? En waarom laten jullie me dit zien? Deze manier werkt niet graag mee, dus... Kunnen jullie hem niet gewoon uit zijn lijden verlossen? Ik bedoel, ik denk dat de wereld daar beter door af zou zijn. Ja. Ik weet niet of dat... Je moet niet uitkijken. Kijk wel weg. Ik weet niet wat voor doktoren jullie zijn, maar... Gaan door. Ja. Hier zijn pakjes. Die hebben we nu nog niet nodig. Oké. Misschien als je ons later behelpen, kan je daar iets mee. Wij weten het niet. Oké, prima. Ik weet niet. Ja, ik wil jullie helpen met stroom, maar ik ga niet helpen met opereren of zo. Ik weet niet of ik snoep kan vinden in Rick, maar ik denk het niet. Dan... Gaan we hierheen? Oh, we zijn een beetje rare doktoren. Ik bedoel, ik krijg heel de tour te zien. Ja, weer een lift. Hier een trap. Oké, prima. Trap, goed om te weten. En hier hebben we... Hier moet je niet ingaan zonder dit pak. Alle mensen die met een virus dat hier is zijn getroffen. Oh, dit is een soort isolatie. Precies. Zeer ernstig virus. Dat ga hier never nooit naar binnen zonder wit pak. Ik zie het al inderdaad. Ik zie daar gewoon... Als je onbeschermd in aanraking met het virus komt, dan kan je binnen... Foutenboel. Dan foutenboel gewoon. Geest worden, zombie worden, alles... Oké. Nou, laten we maar snel weggaan dan hier. Ik wil stroom oplossen, ik wil geen zombie worden. Dan gaan we nu naar... De lift, 2. Oké, ik klik wel weer. Zo. Dat gaat snel. Hier hebben we snel lift. Cafetaria.
cafetaria, alles. Die kan ik lekker eten als ik... Jezus, wat is dit groot, hé? Ja, hier kan je lekker buiten eten. Oh, dit is een dakterras, joh! Ja, dat is een loonbuffet, dus... Oh mijn god, wow, dit is echt cool. Hier kan je lekker gewoon buiten... Maar, dit ziet er leuk uit. Ik heb een vraagje eigenlijk. Mag ik jouw lampionnetje nog eens zien? Jouw lampion? Ja? Mag ik hem eens? Als je er snoep in wilt doen, ja, prima. Ja, ik wil eigenlijk ook langs de deuren gaan. Ja, maar ja, de deur is dicht. We komen niet buiten. Ja, ik heb nooit de kans gekregen. Ja? Maar mag ik jouw lampion misschien houden? Mijn lampion houden? Ik kom hier voor snoep en ik ga hier met minder weg zometeen dan dat ik had. Maar alsjeblieft, geef ons de kans. Nou, oké, prima. Hardwerkende doktoren. Ja, jullie zien er ook echt, zeg maar... Jullie hebben elkaar zo vaak gezien dat jullie echt een beetje op elkaar beginnen te lijken. Hij is mijn assistent, maar ik ken hem al vanaf dag 1. Nou, weet je, jij mag hem houden. Neem het lampionnetje bij. Ik vind het eigenlijk helemaal niet meer terug. Ik heb hier ook een boekje. Nu ons toch wat helpen. Ja, ik word gelijk ingewerkt. Waar alles in staat wat je bij elke situatie van nood moet doen. Te zeggen, lees hem goed door. Van voor, wat te doen bij noodgevallen? Oh mijn god, wat is dit helemaal? Als er ooit nooit is... Als ooit... Gast! Dit is, waar moet ik het allemaal lezen? Het is belangrijk. Belangrijke informatie. Oh mijn god. Wij gaan dan hier nu met het lampionnetje... Ja, hier in het ziekenhuis langs mensen of zo. Weet niet. Doen jullie dat? Ik ga wel kijken of ik dingen op kan lossen. Je roept ons maar als je ons nodig hebt. Ik roep jullie als ik jullie nodig heb, oké? Wij gaan hier lekker zitten, ja. Gaan jullie lekker zitten. Jongens, wat is hier aan? Huh? Wat is dit? Dit zijn mini-sters. Wat cool. Huh? Dit zijn mini-sters. Maar dat is niet belangrijk. Jongens, ik ben hier in het ziekenhuis gekomen om snoepjes te halen. Hebben ze niet, zegt ze. Ik zie hier wel volgens gewoon koekjes op tafel liggen. Dus daar had ik ook al tevreden mee geweest. En weet ik voor wat allemaal. En nu in één keer heb ik een hele baan hier om van alles te fixen. Het licht. Een stroomstoring. Nou, laten we dit boekje even lezen. Wat doen in geval van nood? 1 brand. Oh, dit zijn de pagina's. Of niet? Wat te doen bij noodgevallen? Brand, aardbeving, overval, aliens... Aliens, terroristische aanslag. 6 is vraagtekens. 7 is ontsnapping van geïsoleerden. Terrorjeugd. Ziekteuitbraak. Geluidsoverlast. Gek uit het gekkenhuis verderop ontsnapt. Stroomuitval. En overig. Oké, 12 is mijn optie. Daar moet ik heen. Maar laten we eerst ook even kijken wat 6 is. Brand hebben we niet. Bij brand moet je waarschuwen je huisgenoten. Abonneer op Walnut. Dat moet je inderdaad doen, jongens. Stel, je komt nou een keertje thuis en er is brand of zo, weet je. En je denkt van... Ah, wat moet ik nou doen, weet je? Skip die brandblussen. Nou, gewoon liggen. Eerst abonneren op mijn kanaal. En daarna pas blussen, weet je? Dat is niet waar trouwens. Het is geen legaal advies dit. Maar ik moet wel even abonneren. Oké, laten we wel even naar mijn goede pagina gaan. Want ik kan wel alles lezen. Maar misschien dat het later pas van pas komt. Laten we even gaan naar... Het is echt daadwerkelijk van alles informatie. Oh mijn god, dit is die pagina. Oké, daar heb ik niet zoveel aan. Stroomuitval. 1. Bel de monteur. Indien deze niet opneemt, zoek zelf het probleem. Doe voorzichtig. Oh mijn god, heb ik toch niks aan. Vaak voorkomende problemen. Iemand staat de powerline te campen. Schreeuw in zijn oor. Nou, ik even kijken. Volgens mij is die powerline hier ergens. Kijk, dat is iemand die dan... Maar dat kan je niet eens zien vanaf hier, of wel? Dat kan ik bijna niet zien. Er is daar een stroomdraad. Maakt niet uit. 2. Zekering gesprongen. Fix de kabel. Of 3. Stroomuitval in de buurt. Bel iemand. Oké, laten we even kijken of er ergens een telefoon is. Of was er nog een pagina? Nee. Overigens, spring niet in de lava, zo ga je dood. Oké. Daar ging wel vanuit. Wat is dit? Oh mijn god, dit is een bioscoopkamer of zo. Of een ruimte waar ze lekker kunnen tv kunnen kijken. Maar laten we even naar de receptie gaan kijken of iemand kunnen bellen. Je neemt wel de lift. Zie, de deur gaat open. Gaan we naar begaande grond. Zo, hoppakee. Hallo! Hey, ben je nog steeds? Ja, ik ben de monteur tegenwoordig. Ik heb er eigenlijk wel een goede outfit voor. Maar kan ik iemand bellen? Nee. Oh, nou, dan houdt dat ook op. Dan moet ik verder kijken naar mijn boekje. Maar waar ben je mee bezig? Ja, ik moet de stroom oplossen. Ja, maar volgens mij is er gewoon een zekering gesprongen. Weet je, waar is dat? Waar kan ik die... Ik ben een receptionist. Ik heb geen idee waar dat is. Oh mijn god. Weet je, ik ga wel op avontuur. Ik ga het wel vinden. Ik ga wel kijken of ik iets kan vinden. Hoogspanning niet aanraken. Levensgevaarlijk. Dat is die buis daar. Oké, laten we even kijken of we een soort machinekamer kunnen vinden, jongens. Want ik denk dat ik de stroom gewoon moet... hervat. Wat is dit dan? Oeh, ziet dit er eng uit hierachter. Oh mijn god, daar gaan we maar niet heen. Het is een kantoortje, daar kunnen we ook niks vinden. Dit ziet er ook allemaal heel... Oh, dit is de trap. Oh, dit is gewoon het trappenhuis. Verdieping 05. Huh? Een halve verdieping. Medicijnrecepten. Nou, daar heb ik niet zoveel te zoeken. Verdieping 1. Laten we nog even een keertje kijken. Nou, hier hadden we niks. Wat hebben we nog meer? Verdieping 3 ben ik niet geweest. Dit zijn gewoon slaapkamers. Het zijn ook slaapkamers. Gaan we nog even verdieping 4. Zo. Het zijn ook allemaal slaapkamers. Ik denk niet dat ik hier... Is er ook een kelder of zo?
Laten we maar even gewoon verdieping 1 kijken. Operatiezalen, hier kan ik naar beneden kijken. Want ik heb, ja, het stroom moet opgelost worden. Dus er zijn gewoon iets in zekering geknapt. Oké, laten we hier even binnen gaan. Ik weet niet of ik hierheen moet, maar misschien dat zij wat weten of zo. Want die doktoren die hebben me verder niet heel veel informatie gegeven. Maar daarvoor moest ik een pak aan. En ik denk dat dat dit pak is, maar ik weet het niet zeker. Dus laat ik het toch even 1 keer vragen. Hallo? Artsen, waar is de machinekamer of de, weet ik veel, kamer met stroom, waar ik even kan kijken? Want het is waarschijnlijk gewoon een aardlek Volgens mij is het ergens uitgegaan. Achter de balie bij de receptionisten, ik weet het niet. Het is echt dat zijn, ik snap het, maar... Volgens mij, ergens achter de balie is er nog heel veel ruimte, ik zou daar even rondzoeken. Ik ga even kijken. Maar die zei zegt net dat er niks is. Nou, we zijn weer op de begane grond. Hallo, ik hoor net van doktoren dat ze... Mag ik even hierachter kijken of hier iets van... Ding. Ja, dat mag? Ja. Oh, nou oké. Okay. Dan ga ik even kijken of ik hier dingen kan vinden of zo. Iets in zo. Oh, hier is een kelder. Wat is dit? Snoepvoorraad. Oh, snoepvoorraad. Jij hebt gelogen! Wat? Er is hartstikke veel snoep hier beneden. Nee, dat is op. Op? Nee. Oh mijn god, het is inderdaad op. Naaldenvoorraad. Oh, nou daar heb ik niks aan. Oh mijn god. Ik dacht dat... Man, laat maar. Sorry dat ik boos werd. Ja, dat dacht ik al. Okay, laten we hier achter even kijken, jongens. Kisten heb ik nog niets van aan. Kisten. Ah, kijk! Lift, noodverlichting en elektrische deuren. Ah, die staat uit inderdaad, jongens. De elektrische deuren staan uit, dus die moeten we aanzien te krijgen. Laten we even kijken hoe. Dat is dus het ding. Ik ben namelijk geen persoon... Oh mijn god, ik zie het al. Ik heb endrots nodig, jongens. Ik zie al wat het probleem is. De endrots missen, oftewel de bekabeling. Ik heb bekabeling nodig en die moet ik waarschijnlijk even gaan vinden. Bekabeling. Staat er iets over in het boekje? Ah, zeker ingesprongen. Fix de kabel. Dat stond er eigenlijk al gewoon. Maar nu heb ik het ook zelf uitgevonden. Dus het is inderdaad zeker ingesprongen. Fix de kabel. Ja, maar dan heb ik wel een kabel nodig. En dan denk ik dat ik die even moet vinden. Nou, het zou niet zo zijn dat de kabel natuurlijk gewoon hier te vinden is. Gewoon in deze kisten. Maar ik ga ze wel even checken allemaal, voor de zekerheid. Nou, het probleem is gevonden. Er is inderdaad een kabeltje of een zekering gesprongen, gewoon. Dus ik ga even kijken of ik die kabel kan regelen. En dan is het binnen no time opgelost, dan kan ik hier weg. En goed. Ik verwacht maar dat er dan snoep is, hè. Ik zal iets voor je proberen te regelen. Top, is goed. Laten we even in de shop kijken, jongens. Oh, het heeft een belletje! Het is een echte shop! Hé, hey, dit is volgens mij Heke. Omdat hij er niet bij kon zijn. Volgens mij, maar ik weet niet zeker. Oké, kan ik hier iets in de shop vinden? Of is het gewoon allemaal coole dingen die verkocht worden? Het ziet er wel echt cool uit, al die dingen en zo, jongens. Gewoon wat hier allemaal ligt en zo. Damn. De shop is denk ik gewoon een leuke toevoeging, maar ik ga er niks vinden. Laten we even hier beneden kijken. Ik heb een opslagruimte nodig of zo. Iets waar ik in ieder geval kabels kan gaan vinden. Medicijnrecepten ga ik ook niks aan hebben. Hallo meneer. Hallo. Ja. Oh. Wat is dit? Oh, alarm. Oh nee. Geïsoleerd en ontsnapt. Nee jongens. Wacht, ik heb het boekje. Ik weet wat we moeten doen. Snel. Vertel ons. Ontsnapping van geïsoleerde. Verstop je zo snel mogelijk na 30 seconden. Is de kust veilig. Zoek een veiligheidsplek. Met een veiligheidsbak kan je de cellen inspecteren. Oh. Ik ga er tussenbij. Oké. Zijn ze ontsnapt? Hoe kan dat ontsnappen? Wat is dit voor een ziekenhuis? Ik ga nooit meer snoepjes halen in een ziekenhuis. Dat snap ik. Oh mijn god, ze zijn ontsnapt. Waar is je dokter, je baas? Ik weet het niet. Ik ben bang. Nee. Binnen 30 seconden is de kust weer veilig, stond er. Oké. Okay. Oh, daar is hij. Psst, kom hierheen. Hier. Kom. Hier. 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 Oh mijn god. Oh, hij zit als die zijn. Ah. Hier, kom bij ons. Het is te gevaarlijk. Wat nu? Zeg maar, ze zijn ontsnapt, maar gaan ze uit zichzelf terug of... Wat staat in het boekje? Ja, ik zal het nog een keer lezen. Ik ben zo bang. Verstop je? Met een veiligheidspak kan je de cellen inspecteren, staat er. Ik hoor van alles. Ik ook. Ik hoor ook van alles. Huh? Oh mijn god, wat is dit? Huh? Waar? Ik zie niks. Oké, ik voel me niet veilig. Dat het virus mensen in geest en... En allemaal rare zooi veranderd. Ik wou net zeggen, ik dacht dat ik iets zag, maar ik wist het niet zeker. Het leek wel op een... Het leek op een geest, maar ik wist het niet zeker. We moeten echt veiligheidspakken hebben, jongens. Dan kunnen we de cellen controleren. Ja. Maar die hebben jullie me laten zien, toch? Die pakken, of niet? Ja. Kijk, ja, laten we daarin gaan. Neem snel de lift, hier, kom. Lift. Eén. Kom. De pakken hier links. Ik weet waar het is. Ik werk hier tegenwoordig ook. Hierheen, kom maar. Volg mijn doktoren. Meneer patiënt. Zo. Pak je aan, jongens. Kom op. Oké, nu hebben we veiligheidspak. Dan kunnen we naar binnen. Volg mij. We gaan kijken of we dit kunnen oplossen. Bestendig pak vereist. Nou, die hebben we nu aan. Laten we even controleren of ze er allemaal zijn. Cel 1 is leeg. Allemaal. Oh. Cel 2 is... Oh, nee, daar zitten wel mensen. Zombie en... Leeft ze nog? Hallo, jongens? Hallo. 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 Wacht, we... Hallo. Oh, ja. Oh, wat is er met jou gebeurd met je ogen? Hallo.
Waar is jouw celgenoten? Waar zijn de anderen? Andere? Ja, oeh, mijn god. Andere. De andere, ja. Welke andere? Wat is dit? Oh mijn god, er staat een geest achter je. Ah, er staat een geest achter je! Oh. Ik kon het niet goed zien. Oh. Ah, jongens! Ik zie spoken, denk ik. Ik wil weg hier. Ik ga weg hier. Ik zie spoken. Oh mijn god. Er gebeurt van alles. Oké, jongens, dit is niet goed. Er zijn... Wacht even, ik ga nog even een keertje kijken. Er zijn geïsoleerden ontsnapt. En nu moeten ze terug. Ja, ik heb kabels nodig om dit op te lossen. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ook niet. Kijken, wacht. Zoek een veiligheidspak. Ja, oké. Dat kan... Oh mijn god, hij staat hier. Ik zie het gewoon. Hij staat hier, jongens. Zien jullie dit ook? Ik zie niks, of niet? Nee. Ik zie een half onzichtbare iemand die op mij lijkt. Een half onzichtbare iemand die op mij lijkt. Oh, en hij is weer weg. Ik zie helemaal niks. Ik ben Jongens, ik vind het niet leuk. Ik wil weg hier. Wat moet je doen? Ik wil weg hier. Oké, laten we even snel naar de balie gaan. Dan hebben we een grote ruimte, oké? Ja. Snel de lift in. Kom, de lift in. Oké, naar de begaande grond. Oké, Het is spoken. Het spookt hier. Help. Als jullie nou met z'n tweeën hier achter... Oh mijn god, vreselijk. Als jullie met z'n tweeën hier achter de balie kunnen gaan staan... Kom jongens, ga in veiligheid achter de balie. Oké, ik ga dit oplossen. Ik ga bekabeling zoeken. Ik ga de stroomuitval doen. Ik zorg dat iedereen op zijn plek is. Als jullie hier blijven, oké? Dan kan ik jullie ten alle tijde vinden. Ja, is goed. Oké? Ja, jij hebt niet zoveel stress volgens mij, hè? Nee. Het is alledaags iets. Oké, jongens, ik ga dit fixen. Doe dat. Help ons. Oké, jongens. Laten we kijken of we dit kunnen oplossen. Laten we snel de lift nemen in de eerste verdieping. Gaan we hier bij de geïsoleerde? Of gaan we even kijken, want hier beneden... Oh mijn god, dat is een geest. Nee, ga weg. Oké, ik moet naar die verdieping. Ik wil naar het medisch dingen. Oké, nu is mijn moment. Ah, ik viel! Oké, wat is dit? Medische recepten. Wat kan ik hier vinden? Het is een doolhof. Ik denk niet dat ik hier nog iets nodig ga hebben. Maar misschien dat ik hier meerdere ruimtes kan vinden. Oh, dit is een spinnenweb. Misschien kan ik hier meerdere ruimtes vinden of zo. Oké, ik heb een idee. Ander idee, jongens. Plannen veranderen. Snel hier, want hier was het tot nu toe een soort van veilig. Jongens, wat gebeurt er meestal als de geesten ontsnappen en zo? Wat doen jullie? Weet jullie protocol? Dan gaan er dingen fout. Ja, dat merk ik, dat er dingen fout gaan. Ik bedoel, ik zie overal geesten lopen en zo. Maar ik heb stroomkabels. Wacht, misschien dat ik hier iets kan vinden. Ik heb stroomkabels nodig. Weten jullie waar ik dat kan vinden? En wat is dat daar, achter jullie? Niks? Oh, dat is van jullie. Dat, Oh, mijn god. Waarom is dat ineens daar? Wacht. Misschien dat ik ze in een cel kan lokken. Misschien kan ik hem in zijn cel lokken. Oh, nou, die geesten, dat gaat niet lukken. Jongens, laat maar. Weet je, ik zoek het zelf uit. Oké, Rick, let niet op mij. Ik ga even kijken of ik wat hier in barrels kan vinden. Of iets van informatie of zo. Want ik heb echt gewoon informatie nodig. Laten we even helemaal naar boven gaan. Kijken hoe hoog we kunnen. Daar vinden we alleen maar slaapkamers zo hoog. Verder helemaal niks. Oeh, de cafetaria. Wat is dit eigenlijk hier? Dit is een vriezer. Wat gebeurt als ik knopje inklik? Oh, dan krijg ik focus drink. Nice. Laten we die gelijk even drinken. Lekker. Krijg ik nog wat meer? Gewoon nog meer focus drink. Oké. Jongens, ik was het textpack vergeten aan te doen. Kijk, het ziet er daadwerkelijk uit als focus drink in mijn handen. Het ziet er daarom. Ik was het textpack vergeten aan. Oh mijn god, er staat een geest in. Nee. Ga weg. Oh, hij is weer weg. Huh? Oké, laten we niet alle focus drink dan opdrinken. Laten we even kijken of we nog meer kunnen vinden. Misschien achter de vriezer of zo. Oh, kijk. Dit is wel goed, dit. Misschien vind ik hier wel iets nuttigs of zo, weet je. Het is een soort keukentje, dit. Oké. Maar niks nuttigs verder. Wat hoor ik voor belletje de hele tijd? Volgens mij is dat het belletje van de shop. Oh, nee, dat is dit belletje. Hier. Van de lift. Ah, hey! Agent, ik kan helemaal niks vinden. Ik heb alles geprobeerd te zoeken, maar... Hebben jullie tips of ideeën of hulp, iets? Oh! Mijn god, hij loopt zo dwars door je heen, hè? Zo eng. Over. Ja, ik ben er wel achter gekomen dat ze niet echt kwaad... Ja, ze zijn wel eng en zo, maar ze doen niet echt veel kwaad. Dus dat scheelt. Over die, Nee. Over die, dat virus. Staat er echt niks in het boekje over dat virus wat we moeten doen? Ik zal even kijken. Bij een ziekteuitbraak is het belangrijk dat de remedie zo snel mogelijk wordt gemaakt. Maar ja, is dit de ziekteuitbraak? Is dit de ziekte? Kwalificeren jullie dit als ziekteuitbraak? Nou, de ziekte is al lang geleden uitgebroken, maar... Ja, misschien dat er een, ik moet dus gewoon antigif, of een, meer dat, ja. Kijk eens verder in het boekje. Of... Ik kijk wel verder. Het probleem nu is dat ze ontsnapt. Oh, kijk, ik heb wel een recept inderdaad. Een flesje focus drink, nether wart, rabbit food, gunpowder. Meng dit samen tot het een geheel wordt. Voor het beste resultaat doe het op volgorde van boven naar beneden. Dat moet ik maken. Dus, dat is een goed idee van het boekje. Want dan kunnen we gewoon de ziekte genezen. Maar moet ik dat dan aan jullie geven? Moet ik dit voor jullie maken? Jullie dat? Maak maar voor ons. Dan geven we samen. Ja, want zullen we hun anders... Wacht, ik ga even kijken.
Ja, ik weet niet of je hun... Ja, het is, je bent in een ziekenhuis, hè? Wat is dat daar? Oh mijn god, is dat... Wat is dat? Een koevoet. Is dat een koevoet? Oh mijn god. Ja, dan kan ik wel even kijken. Misschien dat het wel nuttig is. Weet je, ik zorg wel dat ik hun kan genezen, want ik denk niet dat we die koevoet zo vast kunnen pakken nu. Ja. Ik ga een antigif voor ze maken, oké? Okay? Ik ben ineens dokter, ik vind het helemaal prima. Ik geef het aan jullie, jullie doen jullie werk en ik zorg wel dat ik het heb tussen alle geesten, oké? Okay? Blijven jullie maar hier. Ja. Ik ga het regelen. Oké, okay, jongens, dus dan heb ik 1 flesje focusing nog. Die heb ik toevallig al. Die heb ik gepakt uit de ijskast. Netherwart, rabbit's food en gunpowder. Oké, dan gaan we naar beneden. Want ik moet nu in het medicijnkamertje zijn, denk ik. Hier, medicijnrecepten. Oh mijn god, laten we even kijken wat we kunnen vinden. Oké. Okay. Daar is licht, maar dat maakt niet uit. Wat is hierachter? Huh? Zo, eroverheen gesprongen. Oh, dit is de ingang. Ik was een rondje aan het lopen. Hieroverheen komt hij. Oh nee, ik haat echt die kopapps, jongen, dat duurt zo lang. Even kijken of ik hier iets kan vinden. Het is voor recepten natuurlijk, ik heb het recept al, maar misschien dat ik hier ook wel gewoon daadwerkelijk dingen kan vinden, weet je. Gewoon netherwart of zo, vind ik wat, een konijnenvoetje. Dat kan ik denk ik in de keuken ook vinden, dus ik moet sowieso nog even een keertje een bezoekje brengen aan de keuken. Oh, ik hoop niet dat ik hier geesten ga vinden. Oh mijn god, ik zeg het letterlijk en ik word gejumpscared. Oh, wat vreselijk. Oké, daar gaan we niet heen. Daar gaan we niet heen. Oh mijn god, we gaan gewoon gelijk naar boven naar de kantine. Dat was op verdieping 2 trouwens, was dat hier. Zo. Oh, wat vreselijk, wat vreselijk, wat vreselijk. Oh mijn god, er staat een geest een taart te eten. Oh nee, nee. Ah, dubbele geesten. Oké, kan ik hier rabbit food vinden en gunpowder en netherwart. Misschien dat ik dat hier wel allemaal kan vinden. De focus denk ik heb ik al, maar voor de rest is hier echt niet... Ben je lekker aan het eten, meneer de geest? Ik heb het gevoel dat je... Het is maar... Je bent eigenlijk helemaal niet zo heel eng. Ik wil je wel genezen, dus blijf lekker je ding doen en zo. In principe ben je niet zo eng als dat je lijkt. Die andere wel. Die laten me jumpscare. Die vind ik eng. Er zijn nergens een rabbit's food. Hier is wel de brewing stand. Die kan ik gebruiken om dus dingen te gaan brewen zometeen. Maar de andere moet ik op een andere plek gaan vinden. Deze achtervolgen me ook. Heel vervelend. Misschien trouwens in die snoepjeskamer. Of hier in de winkel, dat ik hier nog iets kan krijgen of zo, weet je. Nee, helemaal niks. Kijk, netherwart. Hoppakee. Ik weet niet of ik deze gewoon... Ja, ik ga hem gewoon pakken, boeien. Die heb ik nodig. En dan heb ik alleen nog gunpowder en een konijnenvoetje heb ik nodig. En dan kan ik die guys... Waar ga ik een koevoet nodig voor hebben, jongens? Oh, ik snap het. Die koevoet heb ik nodig om dit open te breken. Zodat ik misschien die kabels kan pakken, of niet? Maar die staan aan, dus die moet ik dan eerst uitzetten. Zodat ik die kabels kan pakken, misschien. Ik weet het niet zeker. Misschien dat ik dan dit open kan breken. Gok ik hoor, met die koevoet. Oké, laten we nog een keer hier naar binnen gaan. En dan hopen dat ik niet gejumpscared word. Maar ik denk dat ik hier toch wel echt iets ga vinden. Huh? Oh mijn god, ik ben hier helemaal voor niks ingegaan. Vreselijk. Oh, en je wordt weer gejumpscared, natuurlijk. Oh, en de geest is zelfs hier. Oké, we gaan gewoon niet meer deze kamer in. Skip deze verdieping. Tenzij deze kant. Nee, skip deze verdieping. Misschien in de operatiezalen. Hallo Rick, heb jij iets gezien? Ik heb een konijnenvoetje nodig. Ik weet niet of jij konijnenvoetjes hebt. Gewoon even elke slaapkamer gaan we ook checken. Misschien dat iemand het wel op zijn... Oh, dit is een douchekamer of douchekabine. Oké. Okay. Misschien bewaart iemand wel een gelukskonijnenvoetje. Of zo'n konijnenvoetje vol geluk, weet je. Je weet nog nooit. Je hebt ook nog een dak. Huh? Oh, maar die deur zit dicht. Ah, jammer. Ik wist niet dat je nog een dak had. Weet je wat? Meneer de geest, jij komt hier vast al... Zit hier al heel lang vast. Kan jij mij leiden naar waar ik gunpowder kan vinden? Je hoeft het niet aan te... Gewoon naar de locatie. Misschien weet je het al. Kan je een beetje naar de locatie... Of hoor je überhaupt al wat ik zeg? Oh, je hoort... Weet je waar ik gunpowder kan vinden? Weet je waar ik een konijnenvoetje kan vinden? Oh, 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 oh. Die geest vind ik niet leuk. Oh, die geest vind ik niet leuk. Ja, weet je dat? Oh, kijk, ik kan hem volgen. Ik volg gewoon de geest. Ik dacht, ik ga samenwerken met ze. Niet de medicijnkamer, niet de medicijnkamer. Nee. Oh mijn god, gelukkig. Ah, die geesten zijn stom. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Ik volg hem gewoon. Ik volg hem. Oké. Oké, oké. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Huh, maar hier ben ik al geweest. Ah, je kan ook gewoon deur open. Schrik jou niet van dat je nu een geest ziet? Waar heb je het over? We gaan alleen deuren open. Er staat daar niemand. Ja, dat is de wind gewoon. Dat is geen wind, hallo. Ja, weet je wat? Blijf jij maar in je eigen wereldje. Oké, konijnenvoetje hier in de energiekamer, dat lijkt me sterk, maar... Ik zal kijken. Oeh, er zit daar een geheime kist onder, jongens. En daar zit een konijnenvoetje in! Oh mijn god, hij had ook nog... Waar is hij? Oh, hij is ook al gewoon gelijk verdwenen. Wat een held. De geest heeft me geholpen, hoor. Ja, ja. Ik zou zo meteen ook meteen even medicijnen tegen... Ja, dag! Het spookt hier gewoon. Wat een rot ziekenhuis. Ik ga nooit meer snoepjes halen hier. Oké, laten we nu even kijken of we die gunpowder ergens kunnen vinden. Ik moet dus ook rekening houden met dat er gewoon geheime kisten verstopt zijn. Wat wil je? Hallo. Moet ik wat voor je kopen? Wil je wat hebben? Ja? Wat wil je? Hij is weg! Nee! Weet je, kan ik dit... Ik ga dit zwaard meenemen. Kan ik dit zwaard meenemen? Voor geesten? Ik ga gewoon die geesten knock-out slaan. Wat dacht je daarvan? Ja, dus geheime kisten is ook een ding, jongens. Er zitten kisten verstopt. Oeh, wat is dat dan? Daarboven.
Ik hou dit zwaard in mijn handen voor elke geest die ik tegenkom. Oh, dokter, ik heb bijna alles hoor. Ik heb drie dingen. Ik heb alleen nog gunpowder nodig. Oh, gunpowder nodig? Ja. Toen hier nog veel gasten kwamen. Ja. Dat waren allemaal slordige kinderen. Allemaal mensen die echt niks orde hadden. En ja. ik heb... Ik zou maar zeggen, misschien bij de verblijven. Ja, bij de verblijven? Ik heb ze maar onthouden van vroeger. Dat er één kind was die hield van speciale poedertjes verzamelen. En ik weet niet meer waar, maar naar de verblijven. Ja, ergens op een verdieping. Ik weet alleen niet meer welke, maar... Ik zal even kijken of ik het kan vinden, oké? Het is wel een kamer van iemand, volgens mij. Ja, ik zal even kijken. Ik heb net gekeken, maar wie weet vind ik het nu. Zo. Oké, dit is de verkeerde verdieping. Ik moet eentje hoger. 3. Laten we even kijken, jongens. Ze zeggen dat ik het op kamers kan vinden. Maar voor mijn gevoel heb ik de kamers al bekeken. Alleen blijkbaar niet goed genoeg. Iemand bewaarde vroeger dus gekke poedertjes en zo. Dus ik denk dat ik daar dan ook gunpowder kan vinden. Nou, deze is het niet. 4. Moet ik echt grondig gaan onderzoeken. Oeh, het kan ook in een hopper zitten, jongens. Oeh, daar moet ik rekening mee houden. Dat iemand het in zijn toilet gestopt heeft, weet je. Hier, gewoon zo in zijn toilet verstopt. Moet er rekening houden met elke mogelijkheid. Oh, waarom sta jij daar? Ben je weg? Nee, je bent niet weg. Ga maar weg. Goed zo. Oei, oké. Waar was hij hier? Waarom was hij hier? Wat deed deze guy hier? Hij wilde me gewoon laten schrikken. Ik snap dat die doktoren, die gaan mij dan vragen of ik dit allemaal opgelost. Ik ben gewoon een joch die hier komt om snoep van mensen te vragen. En volgens moet ik het hele geestenprobleem oplossen en het stroomprobleem en het virus en weet ik wat allemaal. Zolang ik maar niet zelf ziek word dat ik hier ben. En nog misschien nog één verdieping hoger. Mocht ik ben op de vierde verdieping of niet. Oh mijn god, ik heb elke kamer bekeken voor mijn gevoel. Toch wat gemist. Kunnen jullie helpen zoeken? Ja, we weten het weer. Het was deze verdieping. Ja, dat ben ik aan het kijken, maar ik kan niks vinden. Oh, nou, dat is niet zo mooi. We gaan even meezoeken. Ja, help me met zoeken. Oh, wacht, volgens mij... Ja, ik heb hem. Het zat al, hij had het onder zijn bed verstopt, dat rotjoch. Je moet ook geen kinderen nemen. Dat is niet waar trouwens. Dat was hartstikke leuk. Het was een snotjoch. Hey, ik heb alles, dus ik ga het even naar de keuken. Ga ik het klaarmaken. Als jullie vast naar de isoleercellen gaan, kom ik het naar jullie brengen, oké? Okay? Ja, dat zullen we doen. Dan ga ik het even in elkaar zetten. Oké, succes. Yo, dat is volgens mij op verdieping 2 moet dat zijn. Ja, dan hebben we hier de keuken. Jongens, neem gewoon lekker de lift. Dat lopen van jullie de hele tijd. Waar is het ook weer? Oké, hier naar de brewing center kunnen we heen. Dan moest ik het in de goede volgorde doen. En dat was flesje focus drink bovenaan. Netherwart daarna. Daarna rabbit's food. En daarna gunpowder. En daarna dit allemaal mengen. Oké, laten we beginnen in de goede volgorde. Het focus drink flesje eerst. Die doen we onderop. En dan als eerst volgens mij de Netherwart. Daarna rabbit's food. En daarna... Ik ben het alweer vergeten. Ik ben echt een ei. Netherwart, rabbit's food, gunpowder. Laten we dat doen. Let op, hè. Netherwart doen we eerst. Kijken wat hier uitkomt. Ik ben gewoon een medicijn aan het maken, jongens. Ik ben letterlijk gewoon een medicijn aan het creëren. Dan krijgen wij uit dit flesje focus drink. Een normaal flesje focus drink, prima. Dan de rabbit's food stoppen wij erbij. Boom, dan krijgen wij... Oh mijn god, dan krijgen we een enchanted focus drink flesje. Dan de gunpowder erbij. Ik hoop dat dit medicijn gewoon gaat werken, jongens. En dat we dan die mensen kunnen genezen. Dat ik de koevoet kan krijgen, want ik wil die stroom fixen. Want ik wil hier weg in... Ik wil niet langer zijn in dit... in dit ziekenhuis waar het spookt en weet ik veel wat. Zo, kijk, het focusing flesje is omgetoverd tot een... oh mijn god, stomme, de rotgeest. Is omgetoverd tot een medicijn. Nou, ik ben ready hoor. Het is helemaal in elkaar gezet. Jullie kunnen gebruiken het, alsjeblieft. Oh. Doe het. Genezen. Het magische moment. Het magische moment. Aan de kant, jongens. Ah, hij niet snot op jullie. Godverdamme. Je hebt het snot. Nee, gooi het nou niet naar mij. Haal het weg. Okay. Haal weg. Ik wil geen snot. Ik doe het wel. Zo. Daar gaan we. Ja, gooi het maar. Oh. Oké. En nu? Oh nee. En nu? Gooi het. Je weet niet, jij bent de dokter. Gooi het op elkaar. Eet het. Doe het. Ja. Oh. Ik voel me ook goed. Hoezo? Hoezo voel jij je goed? Je hebt het toch niet genomen? Hé, hey, ze zijn genezen. Ze genezen. Jongens, hoe voelen jullie jullie? Ik voel het. Je voelt je goed? Beter? Kom maar. Weet je wat er is gebeurd? Kom maar, jullie mogen eruit met z'n allen. Ja, dus doe maar voorzichtig, maar er zijn geen zombie en weet ik veel wat meer. Oh mijn god. Hoe voelen jullie? Weet je? Ik vind het nog een beetje eng. Hé, let niet op mij. Ik pak even gewoon hier een elektratang. Blijkbaar. Ja. let niet op mij verder. Ik ga het stroom oplossen. Ik bedoel, ik heb één probleem opgelost. Nu kan ik gelijk het andere probleem oplossen. Ja, moet je eerst even handen wassen voor het slot. Dus, ja, dat is misschien wel handig. Je niet stopt. Oh, daar zat een geest. Oh. Hé, hey, jongens. Ga lekker naar het dakterras. Neem een broodje. Geniet even van dat jullie niet meer ziek zijn, oké? Okay? Ja? Oké, okay, weten jullie waar het is? Goeie vraag. Oké, ja, jullie vinden het wel. Kom maar goed. Je moet ook even je handen wassen, kom. Ja, ik ga me desinfecteren. Ik ga ook wel even hierin staan. Zo. Hoppa, zo, kijk. Goed zo. Je ook. Zo.
Ik voel me weer schoon. Ja, dat begrijp ik. Nee, dan doe ik deze outfit ook uit. Ja. Het vieze pak doe ik even uit, zo. Er zijn nog wel geesten. Ja, maar ze zijn niet zo kwaadaardig, kan ik achterkomen. Oké. Dat voelt al beter. Ik heb een elektratang en ik ben geen elektricien, dus ik weet niet waar ik met een elektratang moet. Dat klinkt misschien dom. Volgens mij zijn er geesten achter me, of niet? Nee, nu niet meer. Oh, nu niet meer. Ik ga kijken wat ik hiermee kan. Rotgeest. Oké, maar meneer, wat heeft u nog nodig? Wat is de oplossing? Want wij weten het niet. Ik heb stroom nodig. Ik heb bedrading nodig. Ik ga het wel oplossen, oké? Ja, kom maar goed. Hij blijft beneden in de lobby. Ja, ik ga ook naar de lobby, dus kom maar mee. Wij verstoppen ons even achter de balie. Veel succes. Ja, doe dat. We hebben vertrouwen in u. Ja. Oké, jongens. Ik denk dat ik hoogspanning niet aanraken. Levensgevaarlijk. Ja, ik denk dat ik deze nodig heb. Die ding is hierachter. Alleen ik weet niet of ik het daarvoor eerst uit moet schakelen. Of dat ik gewoon kan zeggen, we kunnen dit nu gewoon hacken, weet je? Oké, doe maar vraag. Ik ben geen elektricien, maar jullie willen dat ik dit oplos. Zou ik dat gewoon kunnen hacken met een elektratang en dan eruit kunnen halen? Of moet ik eerst de stroom eraf halen? Weet iemand dat? Ik denk het wel. Die lift is toch defect. Dus hij doet toch niks meer. Ik denk dat de liften nu sowieso uitgaan. Ja, ik wou net zeggen. De stroom valt nog een keer half uit. Ik doe het wel gewoon, weet je? Komt goed. Ja. Nou, jongens, laten we dit slopen. Zo, laten we die slopen. En dan heb ik deze nodig. En ik hoop van zeker dat ik nu niet geëlektrocuteerd word en doodga. Komt je? 1, 2, 3. Nou, prima. Laat ik dit dan gewoon terugplaatsen. Daar heb ik even niks aan. Kijk uit, hè. Voor de spanning. Oh, ik heb stroom, jongens. Oh, wat fijn. Ik heb stroom. Ik haal ons eruit. Ik wil je eruit. Ja, nou, komt je? Ik ga de stroom plaatsen. Zijn jullie klaar voor? Oh, wat mooi. 1, 2, hoppakee! Kijk! Oh, wat is dit? Oh, de lift. Oh, die lift heb ik natuurlijk net kapot gemaakt, of niet? Ja, maakt niet uit, maar de deuren doen het! Elektrische deuren! Ik kan naar huis! Yes! Ik kan naar huis! Ja, ik heb nog wat voor je gevonden. Wat? Toch nog een snoepje? Ja, alsjeblieft. Oh mijn god, ja, ik heb alleen geen lampionnetje meer. Ik heb ook iets tegen je hallucinaties. Oh, lekker, nog een focus drinkie. Wat een hallucinatie. Oh mijn god. Ik heb geen hallucinaties. Als jij zegt dat je geen geest ziet, dan ben jij de gek hier. Zij is een beetje gek. Ik denk dat de meeste mensen er zo in staan, ja. Mm-hmm. Oh mijn god, ik ga weg hier. Dankjewel voor het snoep. Ik ben weg. Doei. 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 Oh, vrijheid. Bedankt. Geen probleem, jongens. Geen probleem. Ik weet niet wat voor rare kamers er nog allemaal waren daarachter met... ik weet niet wat voor enge gedoe dat allemaal waren, maar ik ga nooit meer snoep halen in jullie enge ziekenhuis. Hebben jullie dat begrepen? Ik los het op. Ja, maar onze lift is wel kapot. Dat is wat minder. Maar... Ja, dat is niet meer mijn probleem. Hier heb je een tang, hier heb je een stroomdraadje. Oh, wat fijn. En los het maar op. Ik ga aan de slag. Ja, prima. Los het maar op. Alright jongens, we zijn ontsnapt uit het ziekenhuis. We moesten blijkbaar de stroom fixen, maar daarvoor kwam er een hele geestenuitbraak. Dus we moesten dat ook oplossen. Dat is uiteindelijk gelukt. Jongens, jullie zaten weer allemaal leuk in elkaar. Jullie hebben veel leuke dingen gedaan. Twee doktoren, Julian is er ook ineens, die er net niet was. Nee, het was helemaal leuk gedaan. We hebben jullie genezen. Jij was waarschijnlijk een van de geesten. Samen met Creeper hier ook een van de geesten. En we hadden Bosbest natuurlijk, die ook als de hulpgeest rondliep. Hartstikke leuk. Ja. Hoe ging het jongens? Hoe vonden jullie het gaan? Ja, ging goed, hè? Ik vond het leuk. Ja. Ik vond het heel leuk gedaan. Het was echt een mooi ziekenhuis. Ook echt groot vooral. Zoveel ruimte en zo. Ik had niet zoveel aan de assistent. Die heeft niet zoveel geregeld. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. We hebben tegenwoordig 200.000 abonnees. Maar we gaan natuurlijk gewoon door. Reageer even jouw favoriete karakter van deze video. Was het nou de dokter, was de assistent, waren het de geesten? Of was het Julian die niet eens mee heeft gedaan? Dankjewel voor het kijken. Kijk nu, lekker het vorige deel. Dit is namelijk het deel waarin ik van een eiland moest ontsnappen. En dat is ook een hele leuke. Dat hebben die kijkers ook gemaakt. Het had hartstikke veel tijd in, hartstikke veel werk en weet ik wat allemaal. Hou je nou van deze serie? Laat het dan even weten. En dan nu spreek ik later. Tot 4 flesje bier, jongens, mee schreeuwen.